Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de XXL Gameplay. Na het gigantische succes van de XXL Gameplay Mario Kart Double Dash en het iets minder gigantische succes van de XXL Gameplay Mario Kart Wii presenteer ik u met gepaste trots de XXL Gameplay Mario Kart 8 Deluxe. Een paar jaar geleden kwam in 2014 dit pareltje uit. Mario Kart 8 voor de Wii U. Een redelijk leuk spelletje. Ik heb het zelfs gespeeld op mijn kanaal. Er was alleen één klein probleempje. Dit spel is echt verschrikkelijk irritant om op te nemen. Vooral de Wii U op zich. Ik moest voor iedere opname 30 minuten lang kloten met kabels. Het beeld en het geluid gelijk trekken, want die liepen nooit gelijk. Het was één grote hel en ik dacht, wauw, dit is kut, dit is irritant, dit moet weg. En weet je, er was een groep mensen die precies diezelfde mening hadden over iets anders. Namelijk Nintendo over de Wii U. Kut, irritant, moet weg. En toen kregen wij de Nintendo Switch. En Nintendo dacht, hé, wat was er nou wel goed aan de Wii U? Mario Kart 8. Hebben wij zin om een Mario Kart 9 te maken? Nee. Weet je wat? We pakken gewoon Mario Kart 8 en geven hem remastered uit voor de Switch. En we noemen het Mario Kart 8 Deluxe. Er zijn een aantal verschillen tussen de Switch game en de Wii U game. En weet je, ik ga zo'n 3 uur lang deze game spelen. Dus we hebben alle tijd om al die verschillen eventjes goed te gaan bekijken. Het grootste verschil is, als jij deze game koopt, dit is de eerste Mario Kart game met DLC. Je moest in de shop nog een aantal extra maps kopen. Nou, als je Mario Kart 8 Deluxe koopt, heb je al die maps in één keer. Je krijgt dus, als het goed is, 12 cups. 12 cups! Ik weet nog dat ik vroeger heel veel een Mario Kart Double Dash speelde. Had je 4 cups, 16 banen. Nu krijg je er 48, baby. Voor de rest zijn de grootste verschillen. Ik denk dat deze game grafisch net een beetje is opgepoetst. Voor de rest iets wat ik best wel jammer vind. Je hebt in het begin van de game bijna alle karakters al vrijgespeeld. Het enige karakter dat je kan vrijspelen is Golden Mario. Alle maps zijn meteen al vrijgespeeld. Dus ze halen wel een beetje de speelfactor eruit. Ik was zelf heel fanatiek met proberen bepaalde races op bepaalde niveaus te halen. Want ik wil de hele game vrijspelen. Dat kun je niet echt doen in deze game. Wat voor de rest een heel groot voordeel is aan deze game in vergelijking met de Wii U versie, is het terugkomen van een oude bekende die je misschien nog kent van Mario Kart Double Dash. Namelijk de dubbele items. Deze game heeft dubbele items. Je kan 2 items tegelijkertijd vasthouden in plaats van 1. Ik heb besloten om in deze XXL gameplay alle cups te gaan doen op 150cc. Ik kan ze doen op 100cc, dat doe ik meestal als ik Mario Kart speel op YouTube. Dan win ik altijd. Dat is gewoon chill. Hoef ik geen moeite te doen. Maar ik dacht juist, ja, misschien als je ernaar moet kijken, is het toch leuker als ik nog een beetje mijn best moet doen om een race te winnen. Dus we doen alle races op 150cc. Kan ik nog een paar keer verliezen. Haren uit mijn hoofd trekken. 1 groot feest. En voor de rest, ja, aangezien we zo'n 3 uur lang bezig zijn met het halen van de 12 cups, heb ik een gigantische waslijst meegenomen aan leuke feitjes. Oh, ik kan het rode schild even. Oh, ik wou hem afweren, maar ik was net iets te laat. Ik had eigenlijk gehoopt dat in de eerste ronde ik even getroffen zou worden door de bliksem. Oh, jeetje, wat een timing. Normaal gesproken hoop je niet getroffen te worden door de bliksem. Het is een van de meest irritante items in de game. Maar ik had een leuk feitje over bliksem, dus dit sluit heel mooi aan. Ik had namelijk gelezen dat mannen 6 keer zo vaak getroffen worden door de bliksem dan vrouwen. Bedoel ik niet dat als een man en een vrouw naast elkaar staan, dat de vrouw dan 1 keer getroffen wordt en de man 6 keer. Meer dat de kans dat je wordt getroffen door de bliksem is voor mannen 6 keer zo hoog. En waarom is dat nou eigenlijk? Nou, één ding is dat mannen zijn vaak een aantal centimeter groter. Ik geloof 1 centimeter of 5. Dus je bent sowieso iets langer. Hogere voorwerpen worden sneller getroffen door de bliksem, maar dat zal een heel klein deel zijn. Het zegt ons voornamelijk dat mannen waarschijnlijk 6 keer zo vaak buiten zijn wanneer het onweert. Wat gewoon heel dom is. Dus dat is eigenlijk het grootste verschil. Mannen zijn waarschijnlijk gewoon vaker buiten als het onweert. Vrouwen zien iets vaker onweer en denken, hé, dat is kut, ik ga naar binnen. Mannen denken, boh, kan wel. Mooie laatste woorden, dat wel, kan wel.
Ik ben wel eens met mijn vader. Vroeger gingen wij een keer bliksemjager. Dat was gewoon onweer. Hij zei, kom Rick, we gaan in de auto. Gaan we naar het strand. Gaan we lekker kijken. In principe ben je best veilig in je auto. Net zoals in Mario Kart valt het een beetje tegen hoe veilig je bent. Maar je auto is wat ze noemen een kooi van Faraday. Wat inhoudt is een groot metaal voorwerp. En als het getroffen wordt door de bliksem, dan blijft de lading blijft eigenlijk buiten het voorwerp. Ik heb dit laatst uitgebreid moeten behandelen voor mijn natuurkundevak, wat voornamelijk over elektriciteit en magnetisme ging. Maar dat is het idee. Dat is hetzelfde reden waarom vliegtuigen geen probleem hebben met hoog in de lucht zijn, waar je best wel makkelijk getroffen kan worden door de bliksem. Het probleem is, je moet niet uit je auto stappen nadat je auto getroffen is door de bliksem. Je moet de lading, hij blijft geladen aan de buitenkant, moet je eraf halen door bijvoorbeeld met je deur tegen een lantaarnpaal aan te gaan. Op het moment dat je uitstapt, dan kan je, als je één voet op de grond zet, ontlaat de auto via jou. En dan kan je een flink harde schok krijgen. Dat is ongeveer hoe auto's werken met bliksem. Je kan gewoon met je auto achter de bliksem aanrijden. Het is een beetje kansloos, maar je kan het doen. En toen ik klein was, vond ik het in ieder geval hartstikke leuk. Voor de rest is er één feitje, dat wil ik heel graag vertellen. Echt al heel lang. Alleen ik twijfel nou of ik het niet ooit per ongeluk al een keer heb verteld in een video. Het gaat over de Fraternal Birth Order Effect. En het is eigenlijk het meest bekende effect. Dat gaat over persoonlijkheid en hoeveelheid broers. Wat ze eigenlijk gingen doen is ze gingen kijken naar gewoon een heleboel groepen mensen, een heleboel eigenschappen van verzamelen. Gewoon van zoveel mogelijk mensen alles te weten komen en kijken of iets opvalt. En wat viel op? Homoseksuele mannen hebben vaak veel broers. Dat viel op gewoon, hey, de mensen die mannen die homoseksueel zijn hebben veel vaker veel oudere broers dan heteroseksuele mannen. Is hier iets aan de hand? Nou, ze hebben een heleboel data moeten verzamelen en daar een beetje wat kansberekening overheen moeten gooien. Maar ze zijn erachter gekomen dat inderdaad, hoe meer oudere broers je hebt, hoe hoger de kans is dat je als man homoseksueel bent. En dat is redelijk interessant, want het laat iets een deel zien van, ja, is homoseksualiteit iets wat eigenlijk gewoon al voor de geboorte bepaald is? Of is het gewoon, is het zeg maar iets wat echt in je zit? Of is het toch op een bepaald niveau een keuze dat beïnvloed wordt door mensen om je heen? Of is het iets wat eigenlijk gewoon vanaf de geboorte al bepaald is? Het is dus zo dat per oudere broer die je hebt, neemt de kans dat je homoseksueel bent toe met 30%. Niet dat het eerst 0 is, dan 30, dan 60. Nee, nee. Er is een kans dat je homoseksueel bent. Ik geloof dat 2% van de mannen ongeveer homoseksueel is. Dan is er dus bijvoorbeeld een 1% kans. En als je dan 1 oudere broer hebt, is het 1,3. 2 oudere broers, 1,6. Een beetje op die manier. Het interessante vooral, het grote bewijs hiervoor is, en ze dachten misschien heeft het gewoon met familiedynamiek te maken. Het werkt alleen voor oudere broers. Als jij oudere zussen hebt, werkt het niet. Heb je heel veel jongere broers, werkt het niet. Kan je denken, ligt in de familiedynamiek. Als jij het jongste broertje bent, om een of andere reden, en je hebt heel veel oude broers, dan is er gewoon een hoge kans dat je homoseksueel wordt. Zo werkt het niet. Nee. Het werkt ook als jij, je hebt 7 broers en je bent bij geboorte geboren en je wordt in één keer geshipped naar China, of andersom, van China hier en je wordt geadopteerd. Alsnog blijft dit effect precies bestaan. Er zijn hele grote hints dat het echt iets te maken heeft met dat het voor de geboorte al bepaald is. Voornamelijk omdat het geldt alleen voor rechtshandige mannen. Alleen als je rechtshandig bent gaat dit op. En het was geloof ik nog een aantal effecten. Het komt in ieder geval op neer dat wetenschappers zijn er redelijk zeker van dat dit effect bestaat. En dat 1 op de 7 homoseksuele mannen puur aan dit effect, het oudere broer effect, te danken heeft dat hij homoseksueel is. Klinkt een beetje raar en een beetje alsof je negatief denkt over homoseksuele mannen. Ik heb geen probleem met homoseksuele mannen. Ik bedoel, mijn naam lijkt op Dick. Mijn achternaam is Broers. Ik heb ook een aantal flinke hints hier gaande. Ik speel als Cat Peach. Ik bedoel maar. Nou probeer ik niet te zeggen dat homoseksuele mannen altijd spelen als Cat Peach. Maar ik bedoel, Cat Peach is wel hella cute. Ik wilde gewoon eventjes niks negatiefs over homoseksuele mensen. Puur gewoon even dit effect. Het is gewoon heel interessant. Gewoon dat puur geboorte iets kan zeggen over wie jij bent. Een heel ander interessant voorbeeldje hiervan is het oudere broer versus jongere broer gebeuren wat gaande is. Het is namelijk zo dat van de 23 astronauten, ik denk dan waarschijnlijk alleen Amerikaanse, van de 23 astronauten uit Amerika die in de ruimte zijn geweest, zijn er 21 eerste kind. 21 stuks. En ze hebben dus een beetje een hele grote analyse gedaan van, hey, we gaan de oudere broer en de jongere broer of de oudere zus en de jongere zus onderzoeken. En wat blijkt dat de oudere broer is vaak veel traditioneler en die zijn ook vaak, ja, wat strenger opgevoed. De ouders zijn toch een beetje zo van, oh kut, dat is ons eerste kind, we moeten het niet verneuken. En dan bij het tweede kind denken ze, ah joh, relax, komt wel goed, die eerste is ook niet mislukt. Dus wat dus toch heel erg blijkt is dat ook zo'n effect eigenlijk op die manier doortrekt.
dat dit soort effecten bestaan. Dat gewoon bepaalde persoonseigenschappen, niet precies, ieder gezin is anders. Maar als je het gemiddelde neemt, is het dus zo dat dit soort effecten bestaan. Dat vaak het tweede kind is vaak wat creatiever. En het eerste kind is dan vaak wat traditioneler en vaak wat beter leidinggevende en dat soort dingen. Dan heb je ook een heleboel mensen die zijn gewoon enig kind, ja. Daar kunnen we vrij weinig over zeggen dan. We hebben in ieder geval vrij weinig vergelijkmateriaal. Je kan wel enig kind mensen vergelijken met mensen die het niet zijn. En dan zie je ook weer dat daar een aantal dingen bestaan. Ik kan ze niet voor je opnoemen, maar er bestaan dingen dat je het even weet. Voor de rest was ik net iets aan het lezen over vissen. Ja, die zwemmen wel eens in het water, hotziek idee. Ik had gelezen dat vissen ouder worden. Een bepaald soort vissen werden ouder als ze de poep aten van de jongere vissen. Wauw. Dat te maken met dat in poep zitten heel vaak bepaalde bacteriën. En bepaalde microben en dat soort dingen. En die zorgen vaak voor de vertering en zo. Die komen uit je maag. En die zijn belangrijk. En blijkbaar als je dus veel jonge vissen poepbacteriën als oudere vis binnenkrijgt, word je ouder. En dat is redelijk interessant. Er bestaat trouwens ook iets. Dit bestaat. Je kan dit googlen. Genaamd een poeptransplantatie. Als je maagbacteriën niet zo goed werken, dan doen ze iets met een poeptransplantatie. Voor mij krijg je dat ik gewoon poep in je rectum gedouwd. En dan zitten dan goed veel poepbacteriën aan. En dan, als jij te weinig poepbacteriën hebt, kunnen die gewoon lekker doorgroeien. Dit bestaat. Weer wat geleerd. Vandaag leerde ik poepbacteriën zijn een ding. En poeptransplantaties. Het woord is gewoon grappig. Ja, ik krijg deze week een transplantatie. Ik hoop dat het goed gaat. Ja, welke dan? De poeptransplantatie. Ik zit nog steeds gewoon in die puberale fase dat ik poep heel grappig vind. Transplantaties, iets minder grappig, maar dan maak je toch een heel serieus onderwerp. Weer iets minder serieus. Maar het idee van de poep van de jongeren eten is interessant. Wat ik nog interessanter vond, is ik had iets anders gelezen over, ik geloof dat het onderzoek was op herten. Het kwam erop neer dat als je het bloed van een jonge hert inspoot bij een ouder hert, dan werd die ouder. Daar hebben ze echt heel lang onderzoek over moeten doen, maar dat is in ieder geval gebleken. Dat het bloed van de jongen inspuiten bij de ouderen zorgt ervoor dat ze ouder kunnen worden. En dat heeft waarschijnlijk te maken met bepaalde stofjes die in het bloed zitten, die bepaalde signalen geven door het lichaam heen. Die eigenlijk bedoeld zijn voor het jonge lichaam. En het oude lichaam maakt die stofjes niet meer. En dan op een of andere manier hack je jezelf naar binnen en worden die stofjes opeens toch wel gemaakt, want je krijgt ze via dat bloed binnen. Nou is de vraag vooral, werkt dit ook bij mensen? En vooral, nog misschien nog belangrijker de vraag, wat als het werkt bij mensen, wat is het gevolg voor onze maatschappij? Is het normaal om gewoon als ouder te zeggen, yo, iedere avond voor het slapen gaan prik ik een beetje bloed van mijn kinderen en dat spuit ik dan in mijn eigen aderen? Dan word ik ouder. Vooral, het hangt een beetje af van hoeveel ouders. Stel als blijkt dat je je hele leven lang één keer in de week bloed van kinderen in je lichaam spuit, dat je dan 5 jaar ouder wordt. Zou je het dan doen als er gewoon een ziekenhuis is en iedereen kan dan langs en dan krijg je even een spuitje kinderbloed en de kinderen, ja, die krijgen in ieder geval de garantie als jullie zelf ouder zijn, krijgen jullie weer het bloed van andere kinderen. Ik zie mezelf wel een soort rare wetenschapper worden die iedere avond gewoon, het hele ding is nog niet bewezen, maar ik heb gewoon kinderen en iedere avond pak ik hun bloed en spuit ik het in mijn aderen. Dat is wel een van die dingen die ik zou doen. Ik ben een toppievader, ik wil graag die afsnijhoed door het midden nemen, maar je kan niet altijd hebben wat je wil. Wel netjes dat ik gewoon de eerste cup zelfs op 150 cc alles weet te winnen. Voor mij speurt er niks meer vrij. Dat is dan weer dikke vet. Prima, jammer. Ga weg, rood schild. Precies. Ik heb geen idee wat er is gebeurd, maar hij is weg. Dit is trouwens even mijn lievelingslevels. Ik zat erover te denken om binnenkort misschien een video te maken. Getiteld mijn top 10 favoriete Mario Kart banen. Dat vind ik sowieso wel geinig. Om misschien wat meer lijstjesvideo's te maken. Dan niet van die YouTube, van die internet geripte lijstjes. Met top 10 dikste tieten. Top 10 duurste fidget spinners. Dit is een video die Clonny Games voor mij aan het werk heeft gemaakt. Ga weg van mijn kanaal, de kwaliteit is daar voor het grijpen. Top 10 duurste fidget spinners. Het ding daarmee is, je kan iedere fidget spinner de duurste fidget spinner maken. Je moet gewoon zeggen dat hij veel geld waard is. Dit is het duurste zakje Oriental Mix rijstsnoepjes versnapering ooit. De zak is 1 miljoen. Of iemand wil kopen, weet ik niet. Maar het is de duurste. Ik vraag er 1 miljoen voor. Dat is hoe dat werkt. Dat is hoe de video de top 10 duurste fidget spinners werkt. Dit is een fidget spinner met mijn eigen kak erop. Ik vraag 1 miljoen miljard. Zo kun je een hele dure fidget spinner maken. Ik ben erg benieuwd naar hoe het zit met dat bloed injecteren in je aderen. Als jij wat bloed wil injecteren in iemands aderen, bel me. Yo, Rick, ga bloed injecteren in iemands aderen. Nou, veel succes ermee, gast. Oké, we gaan... ik vind het oprecht heel leuk om te spelen als Cat Peach. Ik ga even één potje spelen als mijn Mii. Mijn Mii lijkt echt totaal niet op mij. Hij lijkt op mijn oude Mii.
Toen ik op de Wii voor het eerst in mijn leven een Mii moest aanmaken, deed ik gewoon echt... Ik klikte op de randomize knop, toen kreeg ik een Mii. Ik denk, oh, deze is wel cool, die hou ik. En gedurende mijn leven ging ik steeds meer op mijn Mii lijken. Op een gegeven moment kreeg ik zelf een bril, op een gegeven moment kreeg ik langer haar. Dat is een soort voorspelling die langzamerhand uitkomt. En daar is niks mis mee. Even kijken, het is een hele lijst van onderwerpen, want er meer heel leuk is. Oh, deze is heel leuk, deze is heel leuk. Even wachten tot de game begint. Oeh, spannend. Oh, nu is het tijd voor een feitje. Er is een band. Dat is waar. Er is een band genaamd The Nation. De natie. Lijkt een beetje op onze Nederlandstalige band De Staat. Hey, gewoon de bijna Nederlandse vertaling van die naam. Kom op neer dat de band The Nation... Oh, deze bike heeft een kutstuur. De besturing is niet heel lekker. Hey! Hey! Niet cool. Fuck. Deze wegligging van dit ding is echt gewoon pure prut. Oh man, ik zie mezelf al wegzakken. Je moet gewoon niet Cat Peach in de steek laten. Zesde. Dit is niks voor mij. Je had in ieder geval de band The Nation. En ze hebben een nummer genaamd Sorrow. En ze hadden als een soort kunstproject besloten om één nummer, hun nummer Sorrow, op een kunstgalerij 6 uur lang achter elkaar te spelen. 6 uur lang achter elkaar hetzelfde nummer. Ze hebben in die tijd het nummer, ik geloof, 105 keer gespeeld. Dat is op zich wel geinig, dat ze... Hey, we gaan heel vaak hetzelfde nummer spelen. 6 uur later, hey, dat was 105 keer ons nummer Sorrow. Het grappigste hieraan was dat ze hebben het opgenomen. En je kan een langspeelplaat kopen met het volledige optreden van 6 uur lang. Met 6 uur lang, 105 keer hetzelfde nummer. En het album heet A Whole Lot of Sorrow. Ik denk dat ze in een hoop pijn en verdriet... Het nummer heet Pijn en Verdriet. Een hoop pijn en verdriet. Ja, 105 keer. Het is 9 LP's. Als ik dan toch echt geld uit moet geven aan de complete troep die ik maar kan verzinnen, dan zou ik het wel daaraan uitgeven, denk ik. Het idee is goed. Het idee is... Een banaan! Ik zag hem al liggen. Oh, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn banaantje de baan op en neer? Hoe waaien de bimbollens? Ik wil binnen, alsjeblieft. Nee! Aan de kant, Goombas! Verdomme! Oké, nummer 1 baantje. We got this. Nou, timing is wel echt een ding in deze map. Zeg, we got this. En we worden geraakt. En, auw! Ik zou zeggen, normaal gesproken, auw, mijn gevoelens. En ja, ik wil niet te repetitief worden. Oh, dat ding, pak ook al die maatjes op. Oh, waarom ging ik er ook naast rijden? Ja? Ik zie die plant alle kanten op happen. Ik denk, oh, dat is interessant. Even polshoogte nemen. Voor de rest natuurlijk, het thema van Mario Kart 8 is Zero Gravity. Op een gegeven moment, iedere Mario Kart voegen ze weer wat toe, weet je wel. Mario Kart Wii had vooral de bikes. Toen op een gegeven moment kwamen ze met een Mario Kart 7, daar had je dat je kon vliegen. Toen dachten ze, nou kut, wat moeten we voor Mario Kart 8? Op de kop. Ik ben echt benieuwd als er ooit een Mario Kart 9 komt. Ik denk niet dat de Switch een Mario Kart 9 gaat krijgen. Ik denk dat gewoon Mario Kart 8 is de Mario Kart game. Van de Switch, maar stel er komt ooit nog een extra Mario Kart game, ben ik heel benieuwd naar wat de mogelijkheden allemaal kunnen zijn. Nee! Nee! Ik wil winnen! Oh, scheisse! Kom op, tweede plek! Fuck ja! Oh! Oeh, dat is gemeen. Dat is heel gemeen van je. Ik zet dat je nog wel betaald, tuig. Nee, dat gaat goed. Volgende race. Wakka, 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 wakka. We kunnen nog wel praten over Kok. COC, geen K, met COC. Het is niet heel interessant, maar ik ben pas toevallig net aan het leren. Ik kijk naar mijn aantekeningen, rest ik zie en denk ik, kok. Kok is chain of custody. Het heeft voornamelijk te maken met, ik heb dus een vak over politiescheikunde eigenlijk. En de chain of custody is eigenlijk een soort manier waarop we ervoor zorgen dat er niet te erg met bewijsmateriaal wordt gesleuteld. Komt erop neer dat, stel, de politie heeft een man gearresteerd. We noemen hem eventjes, Enzo Knol. Ja, dat is wel... Enzo Knol wordt gearresteerd met bij zich 1 miljoen kilo knolpower cocaïne. En ja, Enzo Knol is best wel een grote crimineel natuurlijk. Jullie kennen hem allemaal. Beruchte crimineel. Dus wat nou als Enzo Knol eventjes gewoon... Ja, op het lab wordt getest van, hey, is het echt cocaïne? Enzo Knol zegt, nee man, dat is partypopper, suiker, weet ik veel. Ze arresteren Brian Doet en hij heeft 1 miljoen kilo poedersuiker bij zich. Voor een of andere kekke explosievideo. Dus het cocaïne spul, slash poedersuiker, wordt naar het lab gebracht. Vervolgens brengt Enzo Knol van een telefoontje naar het lab van, hey, ik ben Enzo Knol. En als jij niet zegt dat het poedersuiker is en je zegt dat het echt cocaïne is, dan vermoord je vrouw en kinderen. Dat is niet de bedoeling. Dat is eigenlijk meer chantage. De chain of custody nog niet eens zo heel veel mee te maken.
De Chain of Custody gaat er vooral omdat de cocaïne niet verwisseld kan worden. Dat Enzo gewoon even zegt, oh nee, we verwisselen gewoon het zakje van de stof die onderzocht moet worden. Met dit zakje poedersuiker, dan word ik vrijgesproken. Dus dat je gewoon even heel veel geld betaalt met, hey yo, als jij even dat zakje verwisselt, dan komt het helemaal goed. En de Chain of Custody houdt eigenlijk in dat het bewijsmateriaal wordt telkens doorgegeven van persoon naar persoon. En dan moeten telkens heel veel handtekeningen bij. Dus de politieagent verzamelt het, die levert het in bij een loket. Dan krijgt hij weer een briefje. Ja, ik heb het ingeleverd bij het loket. Nu doet de verantwoordelijkheid bij het loket. Volgens staat iemand op bij het loket, krijgen zij weer de verantwoordelijkheid. Het is eigenlijk het doorgeven van de verantwoordelijkheid van een stuk bewijsmateriaal. En als je dat niet zou hebben, dan kan bewijsmateriaal heel makkelijk verdwijnen. Het is gewoon, oh, waar is de Enzo Knol cocaïne? Oh, die is weg. Ja, wie had het dan als laatst? Dat weet ik veel, boeien. Dus eigenlijk om dat te voorkomen heb je een Chain of Custody. Heb je ook weer wat geleerd over wat ik allemaal aan het leren ben. Nee, niet doodgaan, Rick. Probeer niet dood te gaan. Dikke tip. Oeh, we gaan over het dak. Ik ga uit mijn dak, op het dak. Wauw. Wat een feest. Het is toch wel best wel moeilijk af en toe om eerste te worden in Mario Kart 8. Maar meestal niet. Hoppakee, lekker strak door de bochies. Heerlijk. Genieten. Nu we het toch al over een hypothetisch personage hadden genaamd Enzo Knol. Kunnen we ook wel heel even gaan hebben over de daadwerkelijke Enzo Knol. Voor mij is er al veel te veel gezegd op YouTube over het Enzo Knol D gebeuren. En bijzonder genoeg hebben mensen deze keer gewoon daadwerkelijk mijn mening. Het is interessant. Meestal ben ik de man met de mening dat ik denk van wow, niemand zegt dit, maar ik vind dit. En dan zeggen mensen, ja Rick, misschien. Ik weet niet of het helemaal met je eens zijn, maar er zit vast wel iets in. Ik ben deze keer grotendeels met de andere mensen op YouTube eens dat heel veel mensen beginnen te zeggen dat ja, de break-up tussen Enzo Knol en D was nep. Zodat ze meer views konden krijgen. Rosse had hier ook op Twitter gezegd, ja kijk, die break-up en we weer bij elkaar video's en bij elkaar 5 miljoen views. Dat is echt klein geld voor Enzo, wat waar is. Aan de andere kant, Enzo's kanaal gaat momenteel wel qua relevantie een beetje omlaag. En dit kan zeker weer een dik, oh, het is uit met zijn vriendin. Nu ga ik wel zijn vlogs kijken. Misschien belandt hij in een hele vroege midlife crisis. I don't know. Boes Duizelhuis, zin in. Kijk maar, een lelijke meme met zijn dikke reet. Hij lijkt net op mij, joh. Ik denk gewoon oprecht dat het gewoon heel erg kan gebeuren. Dat het uitgaat in de relatie. En dat je dan een week later denkt van, ja, kut. Hadden we eigenlijk niet moeten doen. Maar ja, we hebben net al helemaal een video gemaakt dat uit is. Kunnen we beter eerst eventjes een tijdje checken. Ik denk wel dat Enzo Knol en D al heel snel nadat het uit was alweer bij elkaar waren. Maar ja, je wil ook niet zeggen, yo jongens, het is uit. Volgende dag, het is weer aan. Het is cool. En vooral als het dan de dag daarna weer uitgaat, dan sta je ook zo voor lul. Dus ik denk dat ze eerst gewoon even dachten, weet je wat, we gaan eerst eventjes gewoon eventjes kijken of het weer gaat. En als we dan zeker zijn dat het niet over een week weer uitraakt, dan gaan we pas een publieke statement erover maken. En dat lijkt me best logisch. Ik had toevallig letterlijk met mijn broertje deze discussie, met Sinterklaas. Mijn broertje was aan zei, ja, ik hoorde over Enzo Knol en D. Sowieso voor de views. Ik denk, waarom zou hij dat doen? Ik bedoel, zoveel views krijgt hij er niet van. Plus een beetje extra relevantie, maar alsnog klein geld. Terwijl die man zijn reputatie. Hij zei, ja, helemaal shownieuws heeft erover bericht. Dus sowieso voor de aandacht. Ik denk, hij heeft dat in ieder geval gekozen, dat shownieuws erover bericht. Hij zei niet, yo, shownieuws, uit met mijn vriendin, kun je hier please echt de hele avond over praten? Ik denk dat Enzo liever had gehad dat shownieuws gewoon in back had gehouden. Denk ik hoor, ik heb geen idee. Als je dat soort dingen wil weten, moet je het eigenlijk aan Enzo vragen en niet aan mij. Maar ja, op wiens kanaal ben je momenteel? Knolpower, pam pam pam, pam 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 pam. Dus ja, in principe niet voor de aandacht, gewoon is natuur man, kan gewoon gebeuren. Ik ken zat mensen bij wie het uitging en toen zijn ze echt in no time weer bij elkaar geraakt. Ik zelf niet. Ik ben een man van mijn woord. Dat maakt uit en dan denk je, ja, ik ben eigenlijk bij elkaar, maar meh, ik heb nou al gezegd dat het uit is. Nou, het heeft te maken met iets in de Chinese cultuur. Ik had het ooit op mijn lijstje van feitjes gezet. Ik denk, nou, dit kan ik nooit normaal in een verhaal proppen. En nu opeens past het gewoon. Thanks Enzo en D. Het heeft iets te maken in de Chinese cultuur. Vaak als je in de Chinese cultuur iets laat vallen, of een vaas of een bord. Het is echt traditionele shit hoor. Vandaag de dag wordt dit vast niet veel gedaan. Maar vroeger, als je dan een vaas van bord liet vallen, dan ging het weer aan elkaar lijmen met goudlijm. Het was namelijk het idee, was het lijm met daadwerkelijk stukjes goud erin. Het idee is namelijk dat dingen die gebroken zijn, zijn juist mooier daardoor. Een soort mooie metafoor over het leven en dat soort dingen. Iets wat gebroken is, is juist heel mooi. Dat moeten we juist koesteren, gebroken dingen. Dus wat ze dan doen, is een gebroken stuk servies weer aan elkaar lijmen met een gouden lijm. Ik had toevallig iets gelezen over, was op een Nederlands forum. Het Nederlands forum, was een gast die zei, yo, waar is een ruimte waar ik samen met iemand iets kan doen voor een bepaalde tijd zonder gestoord te worden? Wel een publieke ruimte. Iedereen vroeg, wat ga je doen? Nou ja, ik heb een beetje ruzie gehad met mijn vriendin, toen is het uit te gaan. Ik wilde graag namens de Chinese traditie samen
een stuk servies gaan lijmen met goud. En gebroken dingen zijn mooier. Nee, in principe. Het is een beetje net zoals het klassieke. Je vriendje slash vriendin gaat vreemd. En je vergeeft die persoon en je gaat verder met je relatie. Je kan verder met je relatie. Dat kan, dat bestaat. Alleen, voor mijn gevoel, is het daarna toch altijd een beetje anders. Vertrouwen is wel iets wat je heel makkelijk kan breken. En wat je niet zo makkelijk kan maken met goudlijm. Dus ja, dat. Je kan mensen vergeven en dat soort dingen. Maar ik denk dat als je eenmaal al een break-up hebt gehad in een relatie, signaleert wel, ja, dat is best wel mis, blijkbaar. En dat kun je niet even in een paar weken fixen, waarschijnlijk. I don't know, man. Doe een duimpje omhoog. Ik hoop dat mensen net zo enthousiast zijn voor deze XXL gameplay als ik. Als er heel veel enthousiasme is voor deze game in het algemeen, ik zal zeer zeker overwegen om Mario Kart 8 gewoon als serie terug te laten komen op mijn kanaal. Gewoon Mario Kart 8 online dan, hè. Gewoon tegen Chinese racen. En misschien hun servies even lijmen nadat ik ze helemaal versplinterd heb in dit spel. Zoals ik dus eerder zei in de intro van deze XXL gameplay, het is vooral dat Wii U games namen voor geen hol op. De Switch daarentegen, oei oei. Dat ding is echt hemels om op te nemen. Ik glijm dat apparaat in. Van opnamedesk, hoppakee, meteen beeld. Het is echt, als je tegen mij zegt, Rick, je moet binnen nu in een minuut je Switch video setup klaar bestaan en je schiet je dood. Nee, hoef je me niet dood te schieten, want ik heb het echt binnen 30 seconden van Switch aan, beeld aan, pads en ik kan opnemen. Heerlijk. En als ik in bed wil spelen, ik pak een Switch uit de houder, neem hem mee naar bed. Ga ik een porno kijken of zo? Geen idee wat kan. Ik heb nog geen porno gekeken op mijn Switch en ik was het ook niet per se van plan. Want ik kijk niet naar porno, ik maak het alleen maar. Kijk hoe goed deze gameplay is. That's some sexy shit. Dus ja, als er veel liefde is voor deze game en mensen willen me graag weer Mario Kart 8 online zien spelen, dan maak ik gewoon een nieuwe serie Mario Kart 8 Deluxe online. Dan maak ik wat Chinees in. Ik moet zeggen, ik ben voor mijn gevoel redelijk goed in deze game. Redelijk. Ik heb in ieder geval gisteren een paar potjes gedaan tegen mijn broertje en mijn neefje. En ik heb ze echt iedere keer keihard ingemaakt. Keihard versplinterd. Ik wilde gisteren een Mario Odyssey video opnemen, maar mijn neefje was er net. Die kwam net mijn kamer binnen. Ik denk, nou, so far voor opnemen vandaag. Toen kreeg ik het idee van, wauw, ik kan ook gewoon een video opnemen met mijn neefje. Toen had ik de eeuwige twijfel van, ja, is daar vraag naar? Zouden mensen het leuk vinden als ik een video opneem met mijn neefje? Mijn neefje is een gigantisch Serpent Gameplay fan. Het is echt heel schattig. Hij post heel vaak foto's met mij op de Instagram met mijn neefje. En ik ben één keer meegegaan naar school, omdat heel veel klasgenoten geloofden niet dat ik zijn neef was. Oeh, ja, mijn neef werkt bij Nintendo. Mijn neef is Jan-Peter Balkenende. Mijn neef is Gio, I don't know. Heel veel van die kinderen die lullen. Ik krijg echt heel vaak mails met Rick. Ik hoorde van Sander de Bruin dat jij zijn oma bent. En ik zei, nee, what the fuck. Waarom zegt Sander de Bruin dat? Kun je dat bevestigen? Ik zei, nee, dat is niet waar. Dus ja, mijn neefje heeft toevallig ook aankomende vrijdag, dat is voor jullie nu al geweest, Paarse Vrijdag. Ieder jaar maak ik zo'n beetje een video rondom Paarse Vrijdag, de homo-acceptatiedag. In principe een goede dag, het ging vooral om de uitvoering en de manier waarop dat ik Paarse Vrijdag nogal poep vind. Maar dan moet je dus een paarse kledingstuk aandoen uit solidariteit voor homoseksuele mensen. En mijn neefje had geen paarse kleding. Ik denk, hé broer, ik heb een paars Serpent Gameplay shirt. Dus hij heeft nu een veel te groot Serpent Gameplay shirt aan naar Paarse Vrijdag. Hij heeft ook ooit een Serpent Gameplay shirt voor zijn verjaardag gehad. En hij zegt nu iedere keer tegen mij, ja Rick, ik maak vet voor reclame voor je kanaal, maar dat shirt, mensen vragen telkens, oh wat is dat dan? En dan zeg ik dat ze moeten abonneren. Zo cute. Dus ja, de vraag is, moet ik een YouTube video maken met mijn neefje? Moet ik gewoon klassiek gaan viewhoeren? Of, nog beter, moet ik gewoon normaal doen? Ik kan ook als roze gouden peach spelen. Ik heb ook Dry Bones. Dry Bones is een baas. Dry baas, zou je zeggen. Ik speel telkens een nieuwe voorwerp vrij. Omdat, ja, muntjes verzamelen en zo. Dit ding is cool. De stadscooter. Fucking langzaam, vriend. Ik wil sowieso iets dat een beetje meer dan 3 balkjes snelheid en acceleratie heeft. En dan iets van wegligging is bonus. Misschien moet je gewoon niet als drybone spelen. Misschien is dat al een goede tip. Ja, dit ziet er wel goed uit. Prima. Dan gaan we nu door naar de volgende cup. We zijn er nog lang niet. Nog niet helemaal. Zoveel cups. Ik ging ervan uit dat ik per cup een kwartier kwijt zou zijn. Nou zijn we 2 cups verder en op 29 minuten. Daarop schat ik dus dat deze XL gameplay 3 uur zou duren. We lopen op een schema. Laten we het daarop houden. Sunshine Airport, wat leuk. Super Mario Sunshine. Wahoo. Dikke tip. Vorige XL gameplay zei ik, ja, zou ik een tip geven voor de XL gameplay? Het is Mario Kart 8. Zeiden mensen in de comments, Rick. Een tip geven en gewoon zeggen welk spel het is. Is wel heel wat anders, dat is waar. Nou, dikke tip voor een XL gameplay van binnenkort. Super Mario!
Mario Sunshine! Ik ga niet zeggen dat ik het ga spelen, maar dat was de tip. Dus ik kan denk ik wel in 1XL gameplay heel Mario Sunshine uitspelen. Die game is, als ik een beetje mijn best doe en een beetje de kantjes ervan afloop, wat ik altijd doe als ik gameplay opneem, heb ik die game wel in 3-4 uur uitgespeeld. Weet je, het hele idee van de XO gameplay is echt een beetje uit de hand gelopen. De serie bestaat nu bijna een jaar. Er zijn geloof ik nu bijna 50 XXL gameplays gemaakt. Gewoon in een jaar 50 verschillende games gespeeld. Ik ben echt heel tevreden over deze serie. Het is echt mijn favoriete kindje momenteel. Als ik zo'n ouder was met meerdere kinderen en hij moet favorieten kiezen, nou, dan wist ik het wel. De XO gameplay staat heel hoog op dat lijstje. Het is zeer zeker een favorietje. Ik vind het erg leuk om iedere week weer een andere game te kunnen spelen. Lekker lang. En het feit dat mensen er ook nog dat werk naar willen kijken en iedere week weer denken, oei oei, wat wordt nou weer de XXL gameplay? Het feit dat ik het leuk vind en mensen het leuk vinden om te kijken is in ieder geval een succesvolle samenwerking. Tenminste, ja, wat is anders een succesvolle samenwerking? Iets met heel veel geld. Ja, daar moeten we nog even aan werken. Ho. Ik moet wel even winnen trouwens. Fucking dry bones met je kutauto. We moeten het gewoon houden bij Cat Peach, weet je. Don't change your winning team. Cat Peach is gewoon the shit. Op een goede manier. Oh shit. The shit. Op een goede manier. Oh, daar komt een blauw shell aan. Blauwe shells gaan dus nu altijd deels via de grond. Wat irritant is, want oh, daar gaan mensen kapot. Niet ik, dank je. Ik sta in één keer eerste. Oh, dat ging makkelijk. Ik dacht even dat we al in de derde ronde zaten. Dan zou het ook wel even extra handig zijn. Oh, kut, een vliegtuig. Wat moet ik daar nou weer mee dan? Niks. Ontwijken. Ik heb eigenlijk weinig munten trouwens. Daarover gesproken. Ik hier even een cadeautje neerleggen voor de volgende. Haha, meteen iemand opgeknald. Nice. Ik had voor de rest al een interessant feitje gevonden. Het ging over een man met een fluit. Dat was een man met een fluit. Hij floot op zijn fluit en de fluit floot terug. Wauw, dat was een beetje de tongbreker en vooral mersenen, want dan zeg ik het nou goed. Het was in ieder geval een man met een fluit en hij had een huisdier. En dat was een vogel. Ik kan de specifieke naam van de vogel opnoemen, maar je kan er weinig mee, want het zei mij echt helemaal niks. Het was een menura. Een menura, een hummingbird in het Engels. Nou, voor mij zijn dat vogels die kunnen heel goed geluiden nadoen. Hij speelde veel op zijn fluit en had een vogel die goed geluiden na kan doen. Die vogel heeft hij op een gegeven moment vrijgelaten. In 1930 liet hij zijn vogel vrij. En die vogel, die floot dus zijn liedjes. En die vogel is vrijgelaten, de natuur ingelaten. En vogels kunnen van elkaar liederen leren. En er zijn er vandaag de dag, dus meer dan 80 jaar later, nog steeds vogels die de liedjes zingen die de man op de fluit speelde. Best vet toch? Alsnog gewonnen trouwens. Netjes. Ik heb bij biologie sowieso, heb ik daar heel veel over geleerd toen de tijd. Met hoe in de natuur mensen leren. Sommige dieren hebben wel de aangeboren trekjes. Dat ze bijvoorbeeld kunnen jagen en lopen en dat soort dingen. Zonder daar echt voor te moeten oefenen. En sommige dieren moeten eigenlijk alles leren. Als je dan doet bij een vogel. Je hebt een vogel, zet je bij zijn moeder neer. Ga je kijken of die kan zingen. Je hebt een vogel, je hebt een moeder. Vogel wordt geboren. Doei mama! Flik in een los kooitje. En dan ga je kijken, kan die nog steeds datzelfde liedje zingen? Leren die vogels de vogelliederen van elkaar? Wordt het gewoon telkens doorgeven? Of kunnen ze die vanaf geboorte kunnen ze al gewoon een heel lied zingen? Interessant. Voor Nederlandse taal zou het niet echt werken. Als je gewoon een kind van zijn moeder afpakt in een kooi stopt, dan kan het gewoon niks. Dat is echt super onhandig. Besef eventjes dat de mensheid al heel oud is. En ik vind het altijd heel interessant terug te denken aan de hobbewonertijd. Hoe mensen toen konden communiceren. Taal was toen voor mij bijna geen ding. We kenden waarschijnlijk losse woorden. Ik. Waarschijnlijk een van de eerste woorden, ik, jij, jagen, eten, batsen. Het is gewoon heel interessant om over na te denken dat we vroeger eigenlijk bijna geen... Communicatie was gewoon bokken moeilijk. Ik denk dat de gedachten ook een stuk minder complex waren. Dat het feit dat als je bijna geen taal hebt en bijna geen woorden kent, dat je misschien ook veel minder ingewikkelde gedachten kan vormen. Het zou best wel een ding zijn, maar... En wij dachten de holbewoners dan de hele dag aan. Nieuwe surf gameplay video's, sowieso. Daar denk ik de hele dag aan. Het zijn interessante dingen om over na te denken in ieder geval. Vind ik dan. Je moet er ergens over nadenken. Piemels. Yes. Altijd. Even kijken, we hebben de hap plant. Kom maar door. Hey gast, kom eens hier. Thanks, doei. Oh shit. Geen stunts voor mij. Of toch wel. Yes. En voor de rest over dieren gesproken. Mijn broeder in de liefde en crime, Jur. Jur is een vriend van mij. Heel veel mensen die heel vroeger bij Serpent Gameplay waren kennen Jur. Vooral omdat Jur... vroeger was dit kanaal Jur en ik. Jur en Rick. De oorspronkelijke Serpent Gameplay logo was dan geloof ik ook een slang en een olifant. Jur was de olifant, want vroeger was Jur... was dat ook gewoon een grap. We zeiden Jur is dik. Hij had echt heel veel online usernames die gewoon gingen van dikke Jur. Dat was het heel lang op heel veel online shit gewoon zijn naam. Ondertussen is Jur al lang nog niet meer dik, maar...
En wat ik wilde zeggen is, het enige wat ik wil zeggen over Jur nu, is dat Jur heeft nieuwe huisdieren. Hij heeft namelijk fretjes gekocht. Fretten. En dat is best wel cool, want fretten zijn nou niet echt heel veel voorkomende huisdieren. Ook wel interessant. Ik weet even niet hoe hij ze fretten heeft genoemd. Het was een redelijk bijzondere naam. Toen, ik had het met Billy erover. Wat is nou een goede naam voor een fret? Zei ze Rick. Fred en George. Ja. Harry Potter grappie. Noem je fretten Fred en George. Dat is wel hilarisch. Dat zou ik wel gedaan hebben als ik fretten zou hebben. Of ik ga gewoon full King Alert in. Noem me Fred gewoon Bardo. Noem al mijn dieren naar YouTubers. Oh shit, een blauw schild. Nee! Het kan toch niet waar zijn? Het kan toch niet waar zijn? Het is waar. Scheisse. Lekker bewegen over die ribbels. Nu met extra ribbel. Nee! Verdomme. Ik wou graag winnen, maar zit er niet in of wel dan? Ik moet even heel gauw een blauw schild aankomen. Ik ben redelijk trots op mijn overwinningen tot nu toe, maar... ik vrees dat het hier ophoudt. Of toch niet? Oké, toch wel. Oh shit, fuck neuk. Finish het daar, of niet? Oh, we zijn er nog niet. Het is niet voorbij. Oké, nu wel. Het is voorbij. Nee! Oh! Netjes. Oh, zo netjes. Hoeveel races moet ik er nog doen in deze cup? Een aantal. Een flink aantal. Ik heb geen idee. Was het de eerste van de cup? Was het de tweede van de cup? Was het de derde van de... ik heb geen idee. Misschien kan je gewoon de tussenstand zien, maar... het staat er niet heel goed voor. 3, 2... oh, ik moet even gas indrukken. Even vergeten hoe je die goede start kan krijgen. Voor de rest, ik had iets gelezen over een geheime club van journalisten. Aan de andere kant, zo geheim zijn ze ook weer niet, want ik was erover aan het lezen. Dat is de Occult Hand Club. En de Occult Hand Club is een rekenlogische club, want de naam van de club, wat de club doet, zit in de naam. Occult Hand. Want het komt erop neer, dat er was een bepaalde journalist, die had een artikel geschreven. En hij had in zijn artikel geschreven, it was as if an occult hand had. Dus het was eigenlijk alsof een, ik kan even het woord occult niet zo lekker naar het Nederlands vertalen, maar laten we zeggen een goddelijke hand. Dus dat was gewoon een normaal artikel. En hij zei, ja, het was haast alsof een goddelijke hand iets deed. En andere journalisten en schrijvers vonden het zo grappig, dat ze maakten er een soort grapje van. Dat allemaal journalisten proberen exact hetzelfde stukje woorden, it was as if an occult hand had, proberen in artikelen te sneaken. Gewoon heel subtiel, dat het gewoon totaal niet opvalt, maar het staat er wel. Er zijn ook een heleboel voorbeelden van journalisten die het dus gelukt is. Dus als je ooit een journalist wordt, in het Engels, join the Occult Hand Club. Door in je artikel opeens die woorden naar binnen te sneaken. Er zijn een redelijk aantal clubs die je kan joinen. Andere clubs die zo even in mijn hoofd komen zijn de Mile High Club. Is een club die redelijk beroemd is waar je bij kan. De Mile High Club, een mijl hoog hè. Dat is de club voor mensen die als je seks hebt gehad in het vliegtuig, dan zit je bij de Mile High Club. Ik vind deze map trouwens zo vet. Op de bovenkant zie je dan ondersteboven het andere personage rijden. Alhoewel, wie van ons twee is er nou ondersteboven? Ja, een hele goede vraag. Had ik net even op moeten letten. Of misschien zitten we allebei op ons zij en lijken dan alsof de een boven zit en de ander onder. I don't know. Ik ga in ieder geval nog redelijk goed. Het is nog niet de laatste ronde. Dus het kan allemaal nog. Nu sta ik wel eerst. Dus even gauw nog een rondje volhouden. De level is trouwens wel leuk. Lekkere muziekjes. Lekker. Muziek. In de, het was muziek in de oren, eigenlijk. Eigenlijk wel, hè. Ik probeer over deze drempels heen te stunten, maar dat kan voor mij helemaal niet. Redelijk sneu. Ik ben al een tijdje niet geraakt door iets. Waarom deed die banaan eigenlijk weg? Ook best wel cool dat je blijkbaar iets activeert op deze dingen. Geen idee wat ik allemaal aan het doen ben, joh. We gaan nu weer even de linkerroute nemen. Even kijken. Nee, ze gaan allebei op hun zij. Toch? Of niet? Ah, dat doet niet. Niet tegen de randen aanbeuken. Dat is niet zo handig. Niet zo randig. Wauw. Wauw. Ik had voor de rest iets gelezen over de kindacteurs. Kindacteurs. Acteurs. Half acteur. Half kind. ik had iets gelezen over de eerste kindacteur die voor één film een miljoen verdiende. Dat is dat joch uit Home Alone. Nou, dat was het feitje. Gefeliciteerd, dat was een goed feitje. Ken je de joch uit Home Alone? Hij heeft meer geld dan jij en ik samen, waarschijnlijk. Als je wel meer geld hebt dan dat joch uit Home Alone, please geef me wat geld. We kunnen best delen. Delen, blijdschap, samen zijn, familie, weet ik veel. Geef me je geld. Thanks. Wordt gewaardeerd. Oh, dit level. Dit level is redelijk bijzonder.
Omdat je gaat geen rondjes. Bijna alle Mario Kart rondjes. Bij Mario Kart games ga je rondjes. Elk rondje is anders, ja toch? Bijna elk rondje is anders. Maar in deze game ga je geen rondje in deze map. Je gaat gewoon één lange sliert. En dat is irritant. Want ik denk altijd, oh joh, doe het pas in ronde 1. Ik heb nog gewoon zat tijd om mensen in te halen. Derde rondje doe ik altijd net iets meer mijn best. Tenminste, dat denk ik altijd. Maar misschien is het net de gameplay kijken, valt het hartstikke mee. Maar meestal doe ik het derde rondje iets meer mijn best. Alleen dan opeens zit ik al in de derde ronde. Terwijl voor mijn gevoel zit ik nog in de eerste ronde. Ik let niet heel erg op die rondes linksonder in beeld. Ik kijk gewoon naar, hey, hoe vaak ga ik weer lang start? Hier, dit, oh, je hebt nu een rondje gehaald. Wat? Zo werkt dat niet. Dat is niet hoe rondjes werken. Het hele concept, het wiskundige concept van het rondje, kunnen we gewoon uit het raam flikkeren. Nee. Rondjes bestaan niet. Oh, kan ik op die steen komen? Nope, dat gaat hem niet worden. Oké, dan gaan we lekker door. Ik hou deze hoorn vast. Voor de mensen die deze hoorn niet kennen, het is trouwens een nieuw item in Mario Kart 8. Niet per se in deluxe, maar in 8. Dit is de Big Horn. In het Frans heet die, op een of andere reden, maar Mario Kart 8 Wii U hoesje. Staan alle namen van de items in het Engels en in het Frans. Geen idee waar dat vandaan komt. Ik weet niet waar bol.com die games vandaan trekt, maar blijkbaar daar. En dan heet dit ding de klaxon. Ja, logisch. Toeter, klaxon. Oh, bomen. Oh, kut. Bomen. Wat in ieder geval kan doen, is het kan blauwe schilden afweren. Het is hier redelijk zeldzaam natuurlijk in de wereld van Mario Kart. Dat meestal als een blauw schild. Blauw schild is sowieso een fijn item. Het is een irritant item meestal als je eerst staat. Oh shit! Nee! Oh, moet er nog een rondje? Ik dacht dat het de finish was. Ik denk dat ik ga dat item om te slopen. Dit item kan, dus als er een blauw schild op je afkomt, kan je hem afweren. En dan word je niet geraakt door blauw schild. Super chill. Blauw schild op zich is wel echt een goed item. Het is een lekkere equalizer, weet je. Mario Kart 8 is toch ook een deel. Sommige mensen zijn gewoon heel goed. Het is gewoon fijn dat als je tweede bent en nummer 1 loopt dan redelijk ver voor, dat er af en toe een paar blauwe schilden gegooid worden. Dat je toch nog weer een beetje in kan lopen. In dat opzicht zijn blauwe schilden zeer zeker geen overbodige luxe. Maar toch een kleine kans om ze af te geven heb je dus nu de klaxon. Zoals de Fransen het noemen, precies. Denk maar, die geluidseffecten nodig? Waren ze onnodig? Who will know? No bell. Kaken, tik-tak. Nee! Oh! Nee! Wel eerste. Oh, ik stel over overal eerste. Wat heb je daar nou weer aan? Einduitslag, nou. GOG. Boy, wat zou het toch geworden zijn voor moois. Ik ben eerste. Dat wel, maar... De manier waarop... Ah, dat is jammer. Heel jammer. Daar doe je niks aan. Ik ga nu trouwens stop met opnemen. Ik ga deze opnamesessie even in een paar stukjes knippen. Het zit namelijk zo dat ik moet nog even leren en het is best laat. En ik heb al de hele dag best wel veel opgenomen, dus mijn hele stem trilt een beetje uit mijn keeltje. Dus dit was deel 1. Ik zie je zo terug bij deel 2. Een nieuwe cup en een nieuwe winnaar. Tot zo! Tada! Daar ben ik weer. En we kunnen meteen weer lekker verder met deze veel te lange sessie Mario Kart 8. Voor mij is het opnemen redelijk dat ik denk van ja, Mario Kart 8 is leuk. Maar er zijn wel echt heel veel banen. Dus ik kan best begrijpen dat jij als kijker denkt, ja Rick, deze XL gameplay is hartstikke leuk. Je bedoelt het vast, hartstikke goed. Maar er zijn wel echt heel veel banen. 48 banen, maal 3 rondjes per baan. Er zijn een paar banen die geen rondje zijn. Op een gegeven moment krijg je ook weer dingen zoals Baby Park. Dus ongeveer 3 rondjes per baan. Zeg nou... Zo'n, pak een beet, 150 rondjes in deze XXL gameplay. Je kan ook gewoon weg. Kom alsjeblieft wel weer terug. Ik heb echt heel veel moeite gedaan met het verzamelen van weer nieuwe onderwerpen. Want ja, ik denk ik wil de rest gewoon in één keer gaan doen. Dat is meer dan 2 uur lang slap lullen. Ik moet goed voorbereid zijn. Zo kwam ik net een geniaal onderwerp tegen. Ik denk, wow, dit is groot nieuws. Ik heb hier nog niks van gehoord. Ik kan het hierover hebben in de video. Ik las namelijk dat... de bedenker van Netflix vermoord is door een seriemoordenaar. Ik denk, wauw, dat is super interessant voor een video. Maar bleek, ik ging even een beetje proberen, ik probeerde een artikel erover te zoeken. Ik kon er helemaal niks over vinden, die man van Netflix die vermoord was door een seriemoordenaar. Maar bleek, hij is helemaal niet vermoord door een seriemoordenaar. Het was een ongeluk. Nee, hij is helemaal niet dood. Dat is een beetje het ding. Het was gewoon een hele flauwe woordgrap, snap je? Netflix, serie...
moordenaar. Het was een woordgrap, maar als iemand dat tweet op Twitter, dan... Ik heb een hele wilde fantasie en ik hou van woordgrappen, maar... Om meteen dat te lezen en te denken, oh, dat is sowieso een grap. Achteraf denk ik, ja, dat is inderdaad wel grappig. Moord is nooit echt leuk, maar ja, het is wel toepasselijk. Er is een heel Twitter-account daarvoor. Dat wou ik echt al heel lang bespreken. Het heet, ik geloof, apto of haptoniem. Dat is een woord. Ik heb gewoon beter uit te leggen met een voorbeeld. Er was bijvoorbeeld een man, die was heel erg tegen vaccins, vaccinaties. Prikjes geven aan kinderen en dat soort dingen. En aan volwassenen, zodat ze niet ziek worden. Die man die heette, geloof ik, iets van Peter Rikker of zo. Dus hij heette dan Prikker. Iets in die richting, een beetje dat soort dingen. Er was een man die had in een interview ging hij vertellen over veranderingen op Nederlandse televisie. En hij heette Van Hetzelfde. Dat soort gigantisch grappige kleine grapjes. Een wereldberoemde visser die Aas heet. Ja, het is heel flauw. Dat moet je voornamelijk gewoon onthouden. Het was een geniaal onderwerp. Ik denk, die moet ik bewaren voor als ik echt een keer wat te vertellen heb. En dan gooi ik het er nu uit en denk ik, ja, dit had echt vele malen beter verteld kunnen worden. Dit is fantastisch. Ik wilde echt al een half uur lang dit opnemen, maar ik was net heel lang aan het kloten met apparatuur. Ik zei juist eerder in deze XL gameplay, ja, de Switch is echt heerlijk voor mij. Ik glijm gewoon in dat bakje van iPad-stand naar tv-stand en boom, ik kan meteen opnemen. Dus ik pak de Switch. Ik pak de Switch. Hè? Ik pak... Hier, kijk dit. Ik stop hem in die bakje. Krijg je je beeld weer terug. Over enkele seconden. Ja? Ja, ja, en daar is je beeld weer. Zo makkelijk gaat dat. Dus ik stop in een bakje. En ik krijg heel groot op beeld uitroepteken. Geen signaal. En dit programma doet het wel vaker. Het programma waarmee ik het signaal krijg wil me wel storen. Ik zet mijn hele computer eventjes uit en aan. Ik denk, stond weer in een bakje, gebeurde weer niks. Stond weer in een bakje, gebeurde niks. En op een gegeven moment zie ik dat de Switch is gewoon aan in een bakje. Hij gaat niet over op televisiemodus. Ik denk, huh? Dat is raar. Ik heb dit ding net. Is er nu al iets kapot? Is er iets van de aansluiting met een bakje kapot? Dus ik helemaal op Twitter zetten van, oh nee, mijn Switch is caduc, help. Waarom ben je niet meer verbinden? Zo kan ik geen Mario Kart opnemen. Meteen reageert mijn vriendinski erop met, misschien is het bakje niet opgeladen. En toen denk ik, oh ja, ik heb net Heavy Rain opgenomen voor de PlayStation 4. Heb ik de stekker van de PlayStation 4 erin gedaan. En ja, heb ik de stekker van de Switch eruit gehaald. Dus ik heb echt een half uur lang lopen kutten met waarom mijn Switch niet werkt. Omdat de stekker er niet in zat. Dat is typisch mij. Oh, wat gebeurt hier? Help, help, help. Hele erge help, ik wil graag winnen. Alleen nu sta ik vierde, dit gaat niet goed. Ik had dus een Switch, ja dat weet je, want ik speel er nu op. En afgelopen weekend was mijn vriendinski aan het spelen op mijn Switch. En ze zei, ja verdomme, nu wil ik ook een Switch. Nu heeft ze ook een Switch gekocht. Ik ben een heel goed paradepaardje voor Nintendo. Please, geef me heel veel geld om jullie apparatuur te promoten. Iemand heeft er al een gekocht. Ik hoor al meerdere kijkers zeggen, Rick, moet ik een Switch kopen? Nou, je moet je afvragen. Lijken de games op de Switch je leuk? Ga je er ook bij van plan ze daadwerkelijk heel lang te gaan spelen? Kan je het geld missen? Zo ja, kan je een Switch kopen. Als je niet zoveel geld hebt en je denkt, ja, Mario Odyssey is wel grappig voor een weekendje en dan kap ik er weer mee. Ja, dan moet je geen Switch kopen. Zo makkelijk kunnen dit soort dingen zijn. En voor de rest wil ik nog een klein dingetje rechtzetten, wat ik eerder in deze XXL gameplay heb verteld. Ik ben wel eens bang dat ik in de XXL gameplay, of gewoon in het algemeen in video's, dingen zeg die niet verkeerd bedoeld zijn, maar wel verkeerd opgevat worden. En soms ga ik dan nog helemaal specifiek de video terugkijken, gewoon even kijken. Of wat ik wil zeggen, er niet op zo'n manier uitkomt dat het lijkt alsof ik iets heel anders zeg. Soms kijk ik daar de video's voor terug, het liefst wil ik het er dan uitknippen, maar dan denk ik, ja, is ook zo raar. Dan mist er opeens een heel groot stuk van de gameplay, kun je niet echt doen. Het enige waar ik het over wilde hebben was, ik had het eerder in deze video over dat Fraternal Birth Order effect. Dat de hoeveel oudere broers die je hebt invloed heeft op je seksualiteit. Of in ieder geval de kans van je seksualiteit. Ik wou er gewoon even bij zeggen dat het er helemaal niks mis mee voor mij. Ik dacht alleen in mijn hoofd dat er wat mis mee was. Ik heb het ook niet gecheckt, dus excuses voor niks. Ik wilde er alleen nog even aan toevoegen dat... ik had dus vandaag toevallig nog een heel onderzoek gelezen over dat... Verdomme, deze hele bocht is gewoon echt niks voor mij. Heel veel eigenschappen van je persoonlijkheid worden gewoon al genetisch voor de geboorte bepaald. Ook een ander interessant dingetje nog over dat homoseksualiteit gebeuren. Bijvoorbeeld ook een dingetje wat ook heel erg laat zien dat homoseksualiteit deels in het DNA zit, is het feit dat, fuck, kutzooi. Mijn wegligging is heel raar op dit zand ofzo, dus opeens slip ik heel raar en dan, wat gebeurt in mijn leven? Nee, ik wil winnen! Oh ja, oh nee, oh shit! Oh, tweede plek, is prima.
Als je één eigen tweeling bent, heb je hetzelfde DNA. Dat is altijd handig voor dat soort onderzoeken. En blijkt dus dat als één persoon van de één eigen tweeling homoseksueel is, de kans dat de ander ook homoseksueel is, 50%. Dat is extra een dingetje. Geen idee wat ik dan maar over heb. Voor de rest heb ik weer hetzelfde overhemd aan als eerder in de video. We houden het lekker constant. Ik heb wel een nieuw t-shirt aangedaan, een lekker serpent shirt. Daarover gesproken. Binnenkort komen er eindelijk weer nieuwe Serpent Gameplay t-shirts. Ik heb ooit gewoon merchandise aangemaakt, een heleboel designs. Echt, oh, een nieuw design. Oh, dat is een of andere grap die een keer relevant was in een video. Gooi het op een t-shirt, weet je wel. En toen op een gegeven moment had ik gewoon echt geen zin meer. Moeite. Ik snap niks van die webshop. En mensen bleven me vragen, Rick, kunnen er nieuwe designs zijn? Ik wil graag geld naar je gooien. Ik zo, ja, moeite. Dus ik heb uiteindelijk dat werk de moeite gedaan om vooral mensen aan te sturen die wel designs kunnen maken en designs te bedenken. Er komt een speciaal streamshirt rondom de Harry Potter stream dit jaar. Er is één hele irritante meme gaande tijdens de Harry Potter streams en eigenlijk al mijn streams. De Rick, je mist een puntje. Harry Potter gaat over tovenaarskaarten verzamelen, tenminste de eerste paar games. En ik mis er vaak per ongeluk één. En dan zeiden mensen vaak, Rick, je mist een kaart. Terwijl ik miste helemaal geen kaart, maar puur dat ik dacht dat ik een kaart miste. Ja, het staat helemaal nergens op. We zijn nu bezig met een Rick, je mist een kaart 2017 Harry Potter Cashstream Edition t-shirtje. Het is letterlijk een t-shirt met meerdere tovenaarskaarten erop. Alleen ja, ik kan niet foto's van Harry Potter gebruiken. Ik kan niet Harry Potter en dat soort personages op mijn t-shirts drukken. Dan krijg ik heel veel gezeik met copyright. Dus het zijn allemaal tovenaarskaarten met mij erop als allemaal verschillende personages. Eentje van toen ik 14 was en veel te lang haar had en een hele lelijke muts. Eentje van mij als Ricky Turbo, eentje van mij als tovenaar. Zat er nog te twijfelen of er een Pickle Rick bij kon met copyright dingen. Wordt in ieder geval een redelijk geinig shirt. En ik wil eigenlijk ook nog kijken of ik een Serpent Gameplay kerst trui kan maken. Mensen vroegen het ook heel vaak van, Rick, kan je weer iets met truien doen? Ik had oorspronkelijk dus een hele andere externe truienwinkel, maar die hele samenwerking is kapot gelopen. Omdat ze gaven mij iedere maand een overzicht van, hey Rick, we hebben zoveel truien verkocht. En per trui, per design verdien ik dan nog een klein beetje geld. Dat is mensen 3, 4, 5 euro, een beetje in die hoek. Alleen op een gegeven moment kreeg ik gewoon geen reports meer van ze. Mensen kochten wel truien, maar ze zeiden gewoon niet meer hoeveel er verkocht waren. En het geld staat gewoon in eigen zak. Denk, ja, hè, verdomme, laat dan maar zitten. Motherfuckers. En ja, Spreadshirt heeft voor mij, ik weet niet of ze een beetje lekkere truitjes hebben. Er komt het idee is in ieder geval dat er een speciale kersttrui komt. Geen idee of iemand het wil. Ik wil het zelf in ieder geval heel graag. Dat is een belangrijk ding. Ik draag in ieder geval weer hetzelfde overhemd. Ik heb er nu een serpent shirtje bij. Het ding is dat meestal draag ik in mijn video's bijna nooit dezelfde kleding. Naast mij op een stoel ligt echt het grootste puinhoop op mijn kamer. Over het kamer opruimen opnieuw gesproken. De grootste puinhoop op mijn kamer is de berg met kleding op mijn stoelen. Ik heb bioscoopstoelen ooit gekocht op de marktplaats. Twee aan elkaar gemaakte bioscoop klapstoelen. En ik gebruik ze nooit om op te zitten. Nooit. Ik gebruik ze bijna alleen maar voor wanneer ik kleding erop moet leggen. Ze zijn wel heel cool. Het zijn wel echt coole stoelen. Ik zei op een gegeven moment gewoon een keer toen ik 15, 16 was. Wil je wat toffe stoelen zijn? Bioscoopstoelen, die wil ik. Dus ik heb ze. Dat is wel nice. Maar die gewoon vol met kleding. Wat ik altijd deed was iedere video. Maakt niet uit of de video pas volgende week geüpload werd. Gewoon iedere video andere kleding aan. Of in ieder geval een shirtje eronder. Dat is eigenlijk begonnen met Banjo Town. Bij Banjo Town gingen we wel eens dat we gewoon echt video's voor een maand op een dag gingen opnemen. En had je hele tas kleding mee. Dan lijkt het niet alsof je een maand lang naar één dag aan opnames kijkt. Het is gewoon een trucje om de kijker te bedriegen. Nou neem ik vandaag de dag nooit. Ik had nog wel eens fases dat ik echt gewoon. Nou, vandaag de dag moet ik nog best wel veel moeite steken in een video qua voorbereiding. Ik ben langer bezig met onderwerpen zoeken voor een video dan ik bezig ben met praten. En ook een beetje in mijn hoofd die onderwerpen uitdenken. Wat wil ik erover zeggen? Vroeger had ik dat niet. Dus ik had gewoon een game en had ik gewoon zin om op te nemen. En dan had ik gewoon zo, pats, hier heb je eventjes 10 afleveringen achter elkaar van deze serie. Ik heb er nooit 10 achter elkaar opgenomen, maar ik weet nog wel eens dat ik voor Miel Monteur Vliegtuigen heb ik op één dag, ik denk, 8-9 video's opgenomen. Want die game kon niet lekker opslaan. Denk, nou speel ik hem in één keer uit. Nooit gelukt de game uitspelen, maar het idee was goed. Vandaag de dag doe ik het nooit meer. Maar in dat soort gevallen, terwijl ik dan helemaal geen facecam hoor, maar in dat soort gevallen is het handig om andere kleding te dragen. Ik zie het wel eens bij andere YouTubers. Dat ik gewoon echt de hele serie kijk en gewoon zie dat ze 10 afleveringen lang hetzelfde kledingstuk aan hebben. Dat ik denk, oei, dit is gewoon op één dag opgenomen. Chill voor jou hoor. Heb je gewoon een gigantische voorraad aan video's. Ik wil altijd een gigantische voorraad hebben aan video's, het lukt nooit. Vooral omdat iedere keer als ik een voorraad heb, word ik iets relaxer, wordt het, oh. Soms zeg ik van, oh ja, sorry, ik kan niet afspreken, ik moet nog video's opnemen. Ik denk, hey, ik heb nu video's liggen, ik kan afspreken. Dus die voorraad deukt altijd heel snel weer in. Maar meer een beetje
als raar overgebleven gewoonte wissel ik altijd tussen video's van kleding. Nu doe ik het opeens niet, heb ik voor een redelijk aantal video's deze week die vandaag zijn opgenomen dit overhemd aan. Ik heb hem toevallig afgelopen week gekocht. Het is van flanel. Het is super warm. Vandaar dat ik hem even niet wissel. Hij zit lekker, oké? Oh nee, Rick, je draagt in meerdere video's dezelfde kleding zoals een normaal persoon. Unsubscribe die shit. En terecht. Als je goed recht, kijker. Je super goede, mega goede recht. Oké, dan. Deze cup is in ieder geval bijna afgerond. Ik ga best lekker op Rainbow Road. Ik pak een aantal bochtjes. Oh! Nooit zeggen dat het lekker gaat. In één keer rent er een boele pil langs je en die vernietigt je. Je kan natuurlijk groene schildjes ook naar achter gooien. Maar dat doe ik eigenlijk nooit. Want het voelt niet goed. Het fijne aan een groen schild is gewoon langzaam zien hoe die steeds dichter en dichter bij de persoon voor je komt. Om hem vervolgens te raken. Dat is gewoon een fijn, warm gevoel van binnen. En als je hem naar achter gooit, hoor je nog een geluidje van... Hij is raak, jee! Maar dat geeft me niet dezelfde blije, warme gevoelens van binnen. Over blije, warme gevoelens gesproken. Abonneer op Surfing Gameplay. Nee. Ik las iets over mensen die graag erbij willen horen. Er bestaan mensen die willen graag bij horen, want dan hoor je erbij. En anders hoor je er niet bij, dus logisch. Sommige mensen hebben heel erg het gevoel dat ze heel erg nog echt druk bezig zijn in hun leven. Met shit, hoor ik erbij, hoor ik er niet bij. Als je zo'n persoon bent en er is een moment waarop bevestigd wordt dat jij er inderdaad bij hoort. Je bent met een groep mensen en ze liggen helemaal dubbel om een verhaal. Of ze zijn helemaal geïnteresseerd in een verhaal, liggen helemaal dubbel om een grap die je vertelt. Het geeft dat gevoel van yes. Yes, ik hoor erbij, weet je wel. Als je dus heel erg het gevoel hebt dat je erbij wil horen en zo'n moment gebeurt. Dan komen er veel meer blijheidsstofjes in je hoofd vrij dan wanneer het je niet heel veel boeit of je erbij hoort. Dus je lichaam is in on it, is wat ik probeer te zeggen. Je lichaam doet mee aan deze gemene strijd. Ik heb hier een lekker kopje koffie. Hij is niet echt lekker meer, hij is ondertussen lauw, denk ik. Lauwe koffie, maar het is goed te doen, want... Meestal heb ik gewoon koffie met van die zetpakjes, dat is een 3-in-1. Dat is gewoon tand te veel suiker, tand te veel melk, tand te veel koffie. Het zijn gewoon prima dingen. Ik denk dat koffie gezoet lekkerder is om koud te drinken dan normale koffie, aangezien bitter en zo. Fucking bitter, man. Ik probeer koffie echt zonder suiker te drinken als een echte man of een echte vrouw, als een echt persoon die niet een pussy is en koffie drinkt en het heel erg moet aanzoeten, zodat het minder... ik probeer die persoon te zijn, maar het is moeilijk. De vraag is, ga ik weer spelen als Peach, omdat ze chill is? Ik kan ook gewoon precies dezelfde bike nemen met de meeste andere personages. Ik kan wel een keer als Baby Daisy spelen. Ik vind die baby's gewoon zo schattig. Iedereen vindt dat volgens mij. Ze zijn ook heel schattig. Alleen, de vorige keer had ik nog wel een probleem met die dry bones, met de wegligging en zo. Als ik gewoon dezelfde auto gebruik, dan zou je zeggen dat het goed komt, toch? Er is dat krenk deze. Hij is... Zie, afhankelijk van de grootte is de hele auto anders. Oké, dan doe ik iemand anders met medium gewicht. Normale Peach! Doen we gewoon een keer Daisy. Voel het toch nog een beetje fris, weet je. Er is geen kat Daisy, je moet er wat. Precies. Gaan we door naar Yoshi's circuit. Vanaf hier gaan ze toch een beetje wat banen recyclen. Je ziet het hier ook, dit is natuurlijk meestal de Retro Cups. Ook leuk dat ze meteen laten zien. Deze is van de Wii, deze is van de Game Boy, deze is van de DS. Het voelt wel raar om de levels van Mario Kart Wii terug te zien als retro level. Van oeh, dit weet je nog vroeger? Echt laat? Dat maakt niet uit, we gaan lekker door. We blijven strijden tot het eind. En dat is nog niet in zicht. Doe maar wat, joh. Zijn op 1/3 nu. Winner takes it all. Hotsuck idee. Yoshi's circuit is wel echt een lekker leveltje. En vooral alle levels in deze game die van de GameCube komen, geef ik gewoon een klein beetje extra respect. Zijn gewoon chille banen. Piep, dank u wel. Hartstikke mooi. Wel interessant dat in deze game hebben ze weer Baby Park. Om een of andere reden, als ze denken, maar doen jullie een keer andere levels? Van oh, welke levels van Mario Kart zullen we nu recyclen? Maar ze recyclen heel vaak Baby Park. En dat is bijzonder, want in principe is Baby Park... Een van de meest geliefde Mario Kart tracks. Maar het is juist de meest simpele track die er is. Dat is gewoon 7 kleine. Nou, eigenlijk zijn het geen rondjes. Ovaaltjes. Dat is gewoon echt een heel makkelijk mappie. In vergelijking met zo'n Yoshi's Island. Ik bedoel, deze map heeft de vorm van Yoshi's vieze dinosaurus lichaam. Dat is toch vet? Er zit toch heel veel liefde en moeite in en shit. Dat moeten we waarderen. Maar nee, Baby Park gaat er vandoor met alle prijzen. Ik heb wel meteen die afsnijroute genomen op de eerste ronde. I'll show you how it's done. Voor de rest wil ik het gaan hebben over hoe wij allemaal moordenaars zijn. Ah, dat is een vet onderwerp. Altijd goed. Wij eten kip. Tenminste, iedereen eet kip. Kip is vegan. Nee, kip is wat chill.
Sowieso vermoorden we heel veel kippen, want kippen zijn klein. Maar ja, door ons leven er ook zoveel kippen. Ik wil die gewoon even meegeven dat een kip eten is moord. Dat weet ik. Ik eet zelf ook kip, vind ik chill. Ik probeer ook niet te zeggen dat we moeten stoppen met vlees eten ofzo, maar... Wat ik gewoon even wilde meegeven is dat eten van een kip is dubbele moord. Gewoon even dat je erbij stilstaat, want dit is eigenlijk iets waar je vrij weinig over hoort. Terwijl het is best relevant. Per kip die jij eet, gaan er 2 kippen dood. Hoe gebeurt dit? zal ik je eens even vertellen. Er zijn 2 soorten kippen. Nou, heel veel verschillende soorten als in de biologische soort, maar... Je hebt 2 soorten mensen. Mensen die dit, mensen die dat. Je hebt 2 soorten kippen. Kippen die een mannetje zijn en kippetjes die een vrouwtje zijn. Nou eten wij de kip die je eet altijd het vrouwtje. Die kan je eerst heel veel eieren laten leggen. Zijn ze klaar met eieren leggen, eet je ze op. Hetzelfde geldt voor koeien. Koeien, super handig. Je drinkt de melk en dan eet je de koe. Ik weet niet wat de kansen zijn dat je ooit de melk hebt gedronken van een koe die je ook gegeten hebt. Want ik geloof als je melk drinkt. Gemiddeld als je melk drinkt is het ongeveer melk van 400 koeien door elkaar. Om een of andere reden geeft me dat het signaal van, ah, dat is smerig. Oh, melk uit 1 koe zijn uier drinken, dat is normaal. Maar heel veel verschillende koeien gemengd? Nee, daar doe ik niet aan mee. Want ja, boeren gaan niet, hier is melk van koe 1, hier is melk van koe 2. Het is gewoon melk, groot vat, hier. En blijkbaar wordt het niet in de fabriek nog meer bij elkaar getiefd. Dus ongeveer 400 koeien. En het ding is dus dat een kippetje wordt Ik zat wel net een filmpje te kijken. Zo kwam ik erbij van kuikens sorteren. Waar al die eitjes met die kuikens komen uit. En dan heb je een persoon die kan heel snel herkennen wat mannetjes en vrouwtjes zijn. Dus tak, 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 tak. Op 2 lopende banden heb je de lopende band met de vrouwtjes. Die mogen helemaal volgepopt worden in een hele korte tijd. Met heel veel voedingsstoffen en hormonen. Eten we ze op. En de mannetjes... Die worden eigenlijk gewoon op 2 manieren vermoord. Nou, op eentje maar kunnen op 2 verschillende manieren worden vermoord. Het zou lullig zijn als je diezelfde kippetje op 2 manieren gaat vermoorden. Eerst vergiftig ik je en dan steek ik je ook nog eens dood. Na je dood. Nee, er zijn 2 manieren waarop kuikens veelal vermoord worden. De mannetjeskuikens worden gewoon meteen vermoord. Ze worden geboren, dat is een mannetje, dood. Dood, dat is seksisme. Kun je wel praten over verschil tussen man en vrouw, maar... als mannen in 1 keer meteen na de geboorte vermoord worden, hoor je er niks van. Dat bedenk me trouwens, dit gebeurt in de wereld, maar dan met vrouwen. Dat heet China en hun hele 1-kind politiek. Want op een gegeven moment was er gewoon heel erg overbevolking. Zeiden ze, weet je, je mag gewoon maar 1 kind. En iedereen zei, ja, maar dan wil ik wel een mannetje. Mannetjes zijn wel lachen. Ik weet niet of je een hond neemt. Ja, ik wil wel een mannetje. Mannen zijn wel chill. Ik wil graag een jongen. Weet ik veel waarom eigenlijk ze zo graag jongens willen. Die kunnen, weet ik veel... Gewoon chill of zo. Die kunnen staan plassen. Dat is wel handig. wat is gebeurd met die mannetjeskippetjes? Die worden meestal gewoon meteen vermoord. Dat gebeurt op 2 manieren grotendeels. Of ze verstikken ze door ze gewoon in een kamer te stoppen met heel veel, vaak CO2, koolstofdioxide. Een beetje net zoals, eigenlijk gewoon een soort vergassing eigenlijk wat ze met die beesten doen. Dat is in ieder geval een soort van fijn, want het is, die beesten hebben er vrij weinig van door. Ze worden geboren. Wat is er aan de hand? Ah, ik ben dood. Ah, try again, andere keer, weet je wel. De andere optie is de goedkopere optie. En dan ook de optie die in Amerika veel meer gebruikt wordt. Is dat ze een shredder ingaan. Die beesten gaan letterlijk op een lopende band. Hier zijn filmpjes van. Dit ga je niet op YouTube kunnen vinden. Want het is heel gruesome. Het is gewoon een gigantische 2 ronde banden. Met heel veel spijkers erop. Die keihard draaien. Drrr, en dan komt gewoon zo'n kippetje in op. En dan zie je hem gewoon verdwijnen in een vlek van rood. Dit is fucked up. I know. Je denkt direct, waarom praat je hierover? Dit is fucked up. Om het even uit te lichten. Zoals ik al zei, ik ben zelf geen vegetariër. Maar gewoon... We kunnen er wel bij stilstaan dat we 2 kippen eten. In principe sta ik er wel voor open om langzamerhand toe te bewegen naar flexitariër zijn. Ik heb ooit al in een video verteld wat een flexitariër is. Een flexitariër is geen vegetariër. Het enige wat je doet is je eet gewoon minder vlees. Je hebt zoiets van ja, vlees vind ik wel chill. Vind ik fucking lekker. Aan de andere kant, eigenlijk is het toch wel een beetje niet fijn wat we met al die dieren doen. Dat ze verstikken en in shredders gooien en zo. Dus weet je wat? Ik eet gewoon minder vlees. Want ja, hoe minder... Heel veel mensen hebben het gevoel dat ze opzij geen impact maken. Maar als een paar mensen dat doen, dan verkoopt de supermarkt op een gegeven moment iets minder vlees. Gaan ze iets minder vlees bestellen. En zo beweegt dat echt wel die hele keten door, hoor. Wordt niet alleen maar gewoon extra weggegooid. Dus ja, gewoon proberen het maar 2-3 keer in de week vlees te eten. Is prima. Heb je alsnog je vleesjes nog genieten. Is vast ook nog wel een beetje gezond. Vast wel ergens een beetje. Nu klink ik heel erg Rick verbetert de wereld. Maar waarschijnlijk ga ik het toch niet doen. Laten we eerlijk zijn. Deze map is mijn favoriet momenteel van Mario Kart 8. Ik weet niet of ik ze allemaal gespeeld heb tot nu toe. Ik heb Mario Kart 8 net een paar dagen, nu ik deze XL gameplay opneem. Maar dit is sowieso één van mijn lievelingstracks. Omdat deze track is fucking vet.
Het muziekje is heel leuk. Het is een soort ja, Chinese King Yong Yang muziekje. Maar dat is gewoon een vet level. Ik zit even te denken waar ik nu heen moet met dat hele gezeik over die kippen en pescotariërs. En pescotariërs eten vis trouwens. Flexitariër had ik het over. Ja, waar moeten we nu heen? Ik moet opeens weer denken aan het feitje aan het begin van deze video over dat mannen 6 keer zo vaak getroffen waren door de bliksem. Getroffen worden, 6 keer zo hoge kansen in ieder geval. Ik bedacht me toen, gisteren toen ik in bed lag opeens, dat ik echt gewoon een goede woordgrap heb gemist. Ik had gewoon kunnen beweren dat bliksem racistisch is, of seksistisch is. Ja, dat had ik gewoon even moeten doen. Schoon kans. Op een hele flauwe kleine opmerking die niet per se heel grappig is. Maar ja, ik heb hem toch gemist. Gooi ik toch weer een groen schild achter. Ik word de persoon die ik niet wil worden. Doe je niks aan, doe je niks aan. Ik had ook ooit iets gelezen over hoe verwarmingen seksistisch zijn. Het is namelijk zo, het is een algemeen bekend ding, dat vrouwen hebben het sneller koud dan mannen. Heeft te maken met dat vrouwen minder spiermassa hebben. En spiermassa zorgt voor ja, verbranding van shit. Nou, niet van letterlijke shit, van vet en zo, en dan val je af en shit. Handig. Het is ook waarom je op de middelbare school, als je zo'n een shuttle run test moet doen of zo, dat je als vrouw er iets minder ver hoeft te komen. Het heeft ook met longinhoud te maken, geloof ik, maar ook deels gewoon met spiermassa. Mannen hebben het in ieder geval minder snel koud dan vrouwen. En er wordt dus beweerd dat in sommige kantoren en op werkplekken hebben ze een seksistische verwarming. De verwarming zelf is niet zozeer seksistisch, maar wat ze doen is... ze doen de temperatuur eigenlijk op zo'n hoogte dat mannen het niet koud hebben, maar dan vrouwen zijn maar net wel. Ik vraag me af hoe bewust dat is gedaan. Met de stem wil een beetje stoppen ermee. Zo van, hey stem, we moeten nog even door. Deze race gaat momenteel echt dramatisch. En dit is echt de eerste keer dat het slecht gaat, maar dat voor mijn gevoel niet heel erg aan mij ligt. Voor mijn gevoel doe ik gewoon redelijk mijn best, maar er worden gewoon echt heel veel items in mijn bek gegooid. En daar kan je ook zo weinig aan doen. Ah, we staan weer bijna eerste, joh. Doei, en we staan eerste. Zo makkelijk kan dat gaan. Dus, denk er wel eens over na als je in het vliegtuig bent. Waar eigenlijk de zuurstof in dat vliegtuig vandaan komt. Nou, wat ze dus doen is ze vermoorden kippen. Nee. De zuurstof in een vliegtuig wordt deels gerecycled namelijk. Er zit gewoon een heleboel zuurstof in het vliegtuig. Dat ademen weer uit als CO2. Gaat dat door een heel mooi machientje toe dat gewoon CO2 weer om kan zetten. In O2 en boom. Je hebt je zuurstof terug. Tenminste, ik denk dat het CO2 naar O2 is. Het is best wel moeilijk en kost heel veel energie om CO2 weer terug te zetten. Dus het zou logischer zijn voor mij als ze water gebruiken. Ik dacht, hey, laat ik het meteen een beetje opzoeken. Hoe doen ze dit in een ruimtestation? Zoals de International Space Station. Hele hoop astronauten, hoog in de lucht. Hoe komen die makkers aan hun zuurstof? Want in principe, persoonlijk vind ik zuurstof altijd chill. In- en uitademen en zo. Je kent het wel van tv. Ik kom af, hoe hebben ze nou oneindig zuurstof? Dat doen ze ook grotendeels aan recycling. Wat ze daarvoor namelijk doen is, hebben water, H2O. En als je daar heel veel elektriciteit op gooit, krijg je elektrolyse van het water. En daardoor krijg je waterstof en zuurstof. Je krijgt de H2 en de O2. Nou, waterstof is explosief, dus op een of andere manier kunnen ze dit scheiden. En dan gaat de waterstof gewoon meteen naar buiten. En de zuurstof gaat er binnen en dan kunnen ze ademen en zo. Voor de rest hebben ze ook altijd wel een paar zuurstoftanks mee. Voor de rest natuurlijk een belangrijke vraag. Nemen ze dan heel veel elektriciteit mee om de hele tijd dat water in zuurstof te veranderen? Nee, het International Space Station zit helemaal volgepropt met zonnecellen. Ik heb geen idee of ze dichter bij de zon zitten dan de aarde. Of juist misschien net iets verder weg. Net ben je het bekijkt of niet? Geen idee, misschien lul ik nu troep. Zit in ieder geval... De zon is ergens in het universum en waarschijnlijk zijn ze in de buurt. Want ze hebben in ieder geval zonnecellen. En daar halen ze die energie vandaan. Nou. Als je ook nog astronaut wil worden en je maakt je heel veel zorgen om of je nou wel zuurstof hebt daar in de lucht, is dat mysterie ook weer voor je opgelost. Ik vind het trouwens redelijk raar dat ze, oh fuck, dat ze een map hebben gemaakt rondom F-Zero van de Captain Falcon. Het ding is namelijk een beetje dat, zeg maar, langzamerhand beginnen er steeds meer andere Nintendo karakters bij Mario Kart naar binnen te glijden. Je had zeg maar Mario Kart Double Dash, heb ik het heel vaak over natuurlijk. Daar had je echt gewoon Mario, Donkey Kong, Bowser en dan toevallig 2 speciale mensen. Die kwamen dan uit Mario Sunshine, namelijk King Boo en Petey Piranha. Op een gegeven moment kwam Mario Kart Wii en toen gingen ze toch al wat meer alternatieve... past dit helemaal in het Mario Universum karakters naar binnen sluipen? Al valt wel mee. Deze game is het vooral. In deze game kun je spelen als Link. Ik denk, huh? Nu wordt het echt in één keer Nintendo All-Star, weet je? Als je Super Smash Bros. Hebt. Super Smash Bros. Had het altijd al. De eerste Super Smash Bros. Kon je al spelen met Pikachu. Toen op een gegeven moment gingen we naar Brawl. Toen kon je ook spelen als Wario en heel veel Pokémon en dat soort troep. En de laatste Super Smash Bros. Is echt gewoon een Nintendo All-Star game. Je kan gewoon spelen als die chick van Wii Fit. Ik vond dat erg leuk.
Dat ik opeens denk, hey, dat is de chick van Wii Fit, zit in Smash Bros. Dit laat gewoon heel erg zien dat Smash Bros. Nu echt gewoon een Nintendo All-Star game is. En het is interessant om te zien hoe Mario Kart dat eigenlijk ook een beetje wordt. Eerst was het echt gewoon maps rondom het Mario Koninkrijk. Nu heb je een Animal Crossing map, je hebt een F-Zero map. Is er ook een Zelda map die we zo meteen gaan spelen? Hebben we hem al gespeeld? Ik heb geen idee, maar... Dat is gewoon even een klein dingetje. Niet per se slecht of zo dat meer personages uit het Nintendo Universum toetreden naar Mario Kart. Waarschijnlijk heb je de volgende Mario Kart kun je spelen als Ike en dat soort dingen. En van de Kid Icarus serie, die shit allemaal, kun je spelen als Fire Emblem figuren. Gewoon al die Nintendo meuk die bestaat. Ik moet zeggen, ik heb echt heel veel van die Nintendo games niet echt heel veel gespeeld. De meeste eigenlijk gewoon niet. Nou weet ik niet of het gewoon is omdat ze in Nederland niet zo bekend zijn. Dat het meer gewoon echt Japanse games zijn. Ik ken Nederlanders die games spelen, maar in Nederland hoor je er zo weinig over. Komt een nieuwe Mario game, een nieuwe Mario game. Komt een andere Nintendo game, is gewoon, wat is dit nou weer, moet ik hier nu weer mee? Ja, weet ik veel. Ik heb ze niet gemaakt. Precies. Ik heb ze inderdaad niet gemaakt. Ik geef het toe. Oké, weer een cupje gehaald. Ik heb geen idee wat de uitslag was, maar dan ben ik gewoon iedere keer eerste geworden. Misschien krijg ik nog een sterretje of zo. Alsof ik er wat aan heb, joh. Bij jou ook voor de gek. Nou, hele mooie terugkijk. Heb ik allemaal niet nodig, joh. Sterretje? Sterretje voor mij? 3 sterretjes. Iedere keer gewoon of geen sterren, of 3. The winner takes it all. Was wel een goede race, Daisy. Ik ben op een redelijk hoog niveau tevreden met de samenwerking die wij hier samen zo hebben neergezet op een beeldschermpje. Oké, dat is de laatste cup van de eerste 6. Ik kan een keertje spelen als Ludwig. Toen Mario Kart Online deed, speelde ik heel veel als Ludwig. Aangezien hij is fucking vet. Hij heeft gewoon een fucking vet kapsel. Dat is het enige wat ik van die gasten weet. Ik heb geen idee van welke game die komt. Hier heb je hem hoor. Fucking Baby Park van de GameCube. Kaasland van de Game Boy Advance. Opeens het Wervelwoud en Animal Crossing. Dit is trouwens de Zelda Cup. Daar zit, zit Hyrule Circuit zit er inderdaad in. Dat dacht ik al. Dat voorspelde ik al. Jeetje. Jeetje, mijn kreetje. We wachten. We kunnen het wel even hebben over hele goede muziek. En dat is ook de Crossing Beker. Ja, we hebben er een Animal Crossing map in gestopt. Oh, dan is het de Crossing Beker. Waarom? Ja, omdat ze er een Animal Crossing... Het is een cirkelachtige redenering, maar ik ben niet helemaal. Ik heb een nieuwe favoriete artiest. Ik heb iedere week een nieuwe favoriete artiest. Mijn favoriete nummer momenteel is Retreat van Cocoon. Dat gaat van... Oh, I don't know what's best for me lately. I'm sorry to cause you pain. Ik ga stop met zingen, man. Een vet nummer. Iedere week wissel ik wel van lievelingsnummer, want dan word ik een nummer weer helemaal zat en dan kappen we ermee. Maar, nieuw favoriete band. Dit is er eentje om de rest van mijn leven te blijven. Er is namelijk een Duitse band waar de zanger in iedere videoclip verkleed is als SpongeBob. SpongeBob SquarePants, SpongeBob. En hij zingt gewoon gangster shit over doing drugs en hoeren neuken, yeah! Alleen, hij doet het dus in een SpongeBob kostuum en hij zingt ook nog af en toe wat dingen met betrekking tot bikinibroek en zo. Maar het leukste aan de hele combinatie van een man die zich verkleedt als SpongeBob is de naam van de band. De band heet namelijk SpongeBoz met 2 zetten. Je kan gewoon kijken, ze zijn verrassend groot op YouTube. En je denkt van, wat, waarom? Daar hou ik van, dat je een band hebt en dat je achteraf denkt van, ja oké, maar waarom dan? Wie vindt dit een goed idee? De wereld, blijkbaar heel Duitsland. En dan zeggen ze dat Duitsers geen humor hebben, maar ze hebben ook SpongeBoz, dus deze twee dingen spreken elkaar tegen. Oh shit, in het laatste, nee, shit die kutbanaan! Godverdomme! 5e, oh 4e, nou. Dat wordt geen 3 sterren vandaag, denk ik. Fucking Ludwig. Ik ben echt over heel veel bananen heen gegaan. En dat is jammer, want in heel veel dingen in Mario Kart kun je anderen de schild geven. Blauw schild, bliksem en al die troep. Maar bananen, dat is echt maximaal je eigen schuld. Ik zie ze gewoon niet. Ik let gewoon echt te weinig op. Ik wil ze gewoon niet zien. Dat is een beetje dit idee. Kaasland, wauw. Ik voel me als Nederlander meteen persoonlijk beledigd. Dit is onze cultuur, dames en heren. Het voelt echt als de meest matige map in, denk ik, heel Mario Kart 8. Dus gewoon, oh shit. Maar meer omdat ik had, toen ik voor het eerst speelde, dacht ik dat het een nieuwe map was. Ik wist niet dat die van de Game Boy was. Ik denk gewoon, oh shit, we moeten nog een land. Oh, doe gewoon Kaasland. Het is kaas. Het is gewoon, ja, wat heb je gedaan voor Kaasland? Ja, het is gewoon een willekeurige track.
En de track is dan gemaakt van kaas. En er zitten kleine gaten in. Ik denk, wauw. Is dit wat originaliteit is geworden? Aan de andere kant, in Mario Kart voor de 64 had je ook Choco Mountain. Wat precies hetzelfde was. Gewoon een hele grote berg. Ja, mountain. Alleen dan was gewoon de hele berg een beetje van een soort modder. En dan werd er gewoon bij je gezegd, ja, het is geen modder. Het is chocola, je vriend. Oh, oké, dan is het wel een goede map. Sure. Gewoon luiheid, denk ik. Ja, de inspiratie bij Nintendo ook op is. Dus als jullie me nog willen horen over mijn eigen ideeën voor een map. In Mario Odyssey heb je heel veel van die levels met van dat paarse slijm, troep, van dat paarse gif. Er zijn heel veel Mario games komen voor. Ik zou daar graag een keer een level van willen zien. Of een level gewoon gebaseerd op de underground. Zeg maar in New Super Mario Bros. Heb je altijd van die underground levels. Die levels. Ik zou graag daar gewoon een level van zien. Een 2D, of gewoon, je hebt natuurlijk ook wat onderwater levels. Gewoon een hele level onder water misschien voor de verandering. Of is dat er al? I don't know. Ik ken deze maps echt niet goed genoeg. Ik ken de meeste, ik weet nog niet hoe deze bochten gaan. Ik weet echt deze map niet uit mijn hoofd. Ik weet gewoon, oh, dit is die ene map, die lijkt op een kaas. Dat is de fase waar ik nu in zit met Mario Kart. Meestal heb ik wel redelijk snel dat ik zo'n Mario Kart game, dat ik alle tracks twee keer heb gespeeld. En ik ze wel ken, maar het probleem is nu gewoon dat er zijn zoveel maps. Dat mijn hersenen echt denken, ja maar gast, er zijn heel veel maps. Speel ze gewoon, boeien hoe de map eruit ziet. Je merkt het wel als je in de bocht zelf zit. Ik ben nu gewoon echt iedere bocht weer een beetje aan het improviseren. Terwijl als je de map helemaal kent, dan kan je zeker de bocht op een veel nettere manier nemen. Omdat je gewoon precies weet hoe die shit rolt. Ik vind het echt fijn als er zo'n rood schild op een meter staat van, pas op, rood schild! En dan doe je een coole slip in een bocht en opeens is hij weg. Dan denk ik, oh, geen idee wat ik heb gedaan, maar het was echt goed, man. Deze Chen Chomp hier is wel echt rete gevaarlijk, maar we gaan dan lekker onderdoor. Wordt dit wel een eerste plekje voor mij vandaag? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik geloof het trouwens dat Boo-item, die net even mijn items nakte, die zit niet in de Mario Kart 8 voor de Wii U. Er zitten een aantal items die wel in Mario Kart 8 voor de Wii U zitten, maar niet wel in de Switch-versie zitten, maar niet in de Wii U-versie. Ik geloof het spookje, het Boo-spookje, en nog één ander item. Dat spookje die items pakt. En dan geloof ik een veertje waarmee je kon springen. Er is ook een item wat heel vet was aan Mario Kart 8. Dat was een 8. En als je die dan gebruikte, dan kreeg je een hele cirkel van items om je heen. Ik heb nu denk ik al zo'n 15 potjes gespeeld in deze nieuwe Mario Kart, in de deluxe versie. En ik ben dat item nog niet tegengekomen. Of ik sta gewoon standaard eerste en ik krijg het item niet, omdat ik te goed ben. Ik heb ook nog geen enkele boelebil gehad, dus het kan ook aan mijn eigen skills liggen. Ik zou het heel raar vinden als ze dat item eruit halen. Juist een heel iconisch nieuw item van deze game, samen met die gekke blauwe schildtoeter. We zijn nu bij het wervelwoud. Wauw. Het wervelwoud. Jeetje. Raap me op. Oké, Ludwig. Het is race nummer 3. It's your time to shine. Bright like a diamond, baby. Dat ben jij. De diamond. Oh, ik ben opeens nog een onderwerp om over te praten. Ik heb er gelukkig meer hoor. Geen zorgen. Dat ik, oh shit, hij moet er nu iedere keer iets bedenken. Daar zijn we nu van afhankelijk. Valt mee. Misschien dat je de video's ook prima vindt als ik geen onderwerp heb. Dan ga ik gewoon heel uitgebreid lullen over al de banen. Kijk, dit is van hout. Dat is slecht voor de bossen. Stop met bossen kappen 2017. Kappen nou! Met bossen kappen. Doe me trouwens denken. Weer even helemaal afgeleid aan wat ik heel grappig vind aan sommige woorden. Het werd aangestuurd door een Engels stukje van Reddit. Ik kwam tegen van ja, you can drink a drink. Weet je wel, you can... Je drinkt drinken. En je vecht een gevecht. Dat zijn geinige woorden. Geinige woorden waarmee je het woord zeg maar dubbel kan gebruiken. Je molesteert een mol. je trapt een trap. Ja, ik had net echt, ik was echt bezig in mijn hoofd van kan ik hier voorbeelden op verzinnen? En het ging echt gewoon boom, eentje, boom, heb er één. Alleen nu ik het in een video moet doen, terwijl ik ook oplet op Mario Kart. Eigenlijk wat ik gewoon doe is in mijn hoofd scan ik gewoon woorden. Kan dit woord nee? Alleen, als je dan tegelijkertijd moet praten, is het gewoon niet te doen. Je blokt een blok? Nee. Maar die denkstap duurt dan veel te lang, omdat ik tegelijkertijd probeer een verhaal gaande te houden. Dus, kleine challenge in de comments, als je te veel vrije tijd hebt en je toch achter je toetsenbord. Probeer zoveel mogelijk van dit soort woorden te typen. Kijk hoe ver je komt. Je vecht een gevecht. Je kijkt naar een kijkbuis. Je plast plas. Je poept poep. Yes, nice. Ik heb er weer twee. Yes. Je schimmelt de schimmel. Gaat er maar nergens meer over, joh. Raap me. Ik had iets net toevallig
Ik had eerder over dat hoe die baas van Netflix dood was door de seriemoordenaar. Ik had wel nog iets anders gelezen over een personage die dood is gegaan, wat best wel wat ophef heeft veroorzaakt. Ik weet niet of jullie hierover gehoord hebben. Ik weet niet hoe emotioneel jullie betrokken zijn in de wereld van de pornografie. Ik kende deze hele mevrouw niet hoor, maar er was een mevrouw. En die deed porno, dat kan gebeuren. Op een gegeven moment had ze een shoot gepland staan met een andere pornoacteur. Maar zij wist van hem dat hij deed ook heel veel gay porn. En toen zei ze van, ja sorry, maar ik ga niet met hem samenwerken, want hij doet heel veel gay porn. En toen zei iedereen, wow, je bent een homofoob, wakka, hey, je haat homo's, fuck jou. En in principe, homofobie is iets wat inderdaad niet heel goed is, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Hé, hey, wat leuk, is helemaal de kerst weer. Is dit speciaal voor kerst, of Oh, nee, voor mij was het wel een ding, dat bij het plaatje van de map zag je zeg maar 4 keer de map. Dus iedere keer als je de map speelt, zit je in een ander seizoen. Dat is gewoon een kans of zo. Dat is best wel cool eigenlijk. Dat is best wel geinig gedaan. Leuk voor de kerstsfeer alvast. Goeie keuze, goeie keuze. In ieder geval, haar motieven waren niet, oh, hij heeft seks met mannen, dus ik wil niks met hem te maken hebben. Haar motief was meer voor haar eigen gezondheid, omdat ja, het is gewoon een stuk statistiek dat homoseksuele mannen 20 keer zo vaak HIV hebben dan heteroseksuele mannen. Voornamelijk omdat het zich veel sneller verspreidt via de poepieseks. Wat je toch ja, als heteroseksuele man iets minder hoeft te hebben als je iets van seks wil hebben. En het heeft ook wel eens wel iets te maken met hoe over het algemeen geen stereotype en gemene dingen. Please, ga geen haat dingen naar mij sturen omdat ik tegen homoseksuele mensen ben. Maar in het algemeen, in homoseksuele kringen, is er toch wat meer seksuele vrijheid, denk ik. En dat is in principe iets heel erg positiefs hoor. Ik was laatst met een vriend van mij en Billy. En Billy ging alvast naar huis lopen en wij liepen samen langs een kroeg. En er was heel veel muziek daar, dus we gingen erheen. En op een gegeven moment kwam er een gast tegen. En die zei meteen van, hey, ik zie dat die vriend van je, die is homo. En ik denk, hey, dat heb je goed gezien. Ik was een beetje offended. En waarom ben ik dan niet gay? En hij zei meteen, yo gast, je kan zomaar bij Rick en Billy slapen. Maar je kan ook gewoon met mij mee naar huis. Kunnen we neuken? En hij zei, nee, dank je, ik heb al een vriend. Maar bedankt voor het aanbod. En dit gebeurt mij dus nooit. Misschien is die gast met wie ik was gewoon veel aantrekkelijker. En waarschijnlijk wel, maar om een of andere reden gebeuren dit soort dingen wel vaker. Dat ja, niks homofobes, maar die twee dingen gecombineerd zorgen gewoon voor dat je een hele hoge kans op HIV hebt. Nou word je heel vaak gescreend in de pornowereld hoor. Ze proberen zeer zeker seksueel overdraagbare ziektes te vermijden. Vooral omdat ze natuurlijk ook in porno heel veel onbeschermde seks hebben. Ja, als je dan iedere dag met iemand anders bad, dan verspreidt dat zich heel snel. Ik geloof dat ze zich eens in de 3 maanden of zo laten testen. Maar dat kan er nog best wel tussendoor slippen. Vooral als iemand buiten de porno om ook gewoon heel veel onbeschermde seks heeft met vreemden. Dus zij wilde eigenlijk puur uit gezondheidsoverwegingen, vanwege dat stukje statistiek, geen porno opnemen met een homoseksuele man. Nou komt de plot twist. Zij is dusdanig lastig gevallen op internet met het feit dat ze tegen homoseksuelen zou zijn, dat ze heeft zichzelf vandaag van het leven beroofd. En nu is ze dood. Dat is fucking kut. Ja, heel sneu dat het dan op zo'n manier gaat. Ja, dat is gewoon kut. Dat is niet leuk. Ik denk van Mario Kart, good vibes, yeah. Nou, niet altijd. Ging het leven maar over rozen. Dus nu een feitje over rozen. Ik weet echt helemaal niks over rozen, man. Kut. Kut. Dus nu een feitje over Rosa. Ik ken niet heel veel Rosa's. Ik ken een roos. Ik ken een rozemarijn. Ik ken een marijn. Waar gaat dit heen? 390 munten verzameld. Damn, iemand was slipte naar binnen. Oh, trouwens, over die nieuwe Serpent Gameplay merchandise gesproken. Je kan dus via Spreadshirt, waar ik momenteel mijn merchandise verkoop, kan je ook slipjes verkopen. Nou was ik aan het kijken of er misschien, nou ik weet niet, er is sowieso geen interesse naar, dus wie hou ik voor de grap, maar voor de gek, maar misschien een heel wild verjaardagscadeau voor je vriendin, die om een of andere reden ook mijn video's kijkt. Is er wereldwijde interesse in een slipje van Serpent Gameplay? Wat moet er dan ook op? Moet er op YOLO Waterpolo? YOLO Waterpolo? Of een hele oude stream meme van vorig jaar? Nee, niet in mijn kutje. En dat dan op een slipje. Dat zou fantastisch zijn. Gewoon eventjes. Ik test gewoon even de markt. Dat zijn jullie nu. Hey, hoeveel interesse is er in een Serpent Gameplay slipje? Je hebt me nog nooit zo dichtbij je geslachtsdelen gehad. Misschien zijn er ook gewoon Serpent Gameplay onderbroeken. Wat zet je erop? Geen idee. Mijn hoofd. Heel groot. Dan zet je zo'n foto van mijn hoofd. En dan... mijn aantal abonnees is niet het enige wat veel te klein is. ja. Beetje zelfspot.
Serpent Gameplay haalt nooit de 100.000 abonnees. Alhoewel, ik denk misschien als deze video online staat en er bestaat een god, dan zit ik misschien net op de 89.000 abonnees. Momenteel, as we speak, nog 80 abonnees tot de 89.000. Nee, dat is niet waar. 87.000. 87.000 voor mij. Nog maar 13.000 mensen, jongens, voor de 100.000. Dit is echt een heel klein deel van de abonnees die ik al heb. Waarom lopen we hierop vast? Help. Misschien moet ik minder Mario Kart spelen en praten over hele gare onderwerpen. Misschien wil de wereld niks leren. Misschien is dat het. Afgelopen week was het trouwens ook, als je nog echt een goede YouTube-video wilt, die niet van mijn kanaal is, want daar zijn ze niet te vinden. Er is een YouTuber die je waarschijnlijk wel kent. Hij is wereldberoemd. Hij is best wel abonnees. Meer dan ik in ieder geval. Echt 40 keer zoveel. Ik heb het over Vsauce. Hey Michael. Vsauce hier. Hey Vsauce. Michael hier. Logischer. Vsauce is een wetenschapsfilmpjes YouTuber. En hij heeft een hele toffe serie op YouTube. Dikke aanrader voor mij. Het heet Mindfield. Het is eigenlijk gewoon, hij doet normaal heel veel met je scheikunde, vooral natuurkunde en wiskunde. Maar deze keer duikt hij juist een beetje een andere wetenschap in, namelijk de psychologie. En Mindfield heeft het grotendeels via YouTube Red. Oftewel, je moet of de losse afleveringen kopen of gewoon een YouTube Red abonnementje hebben. Dan heb ik dat zelf niet, maar de eerste aflevering van het eerste seizoen en de eerste aflevering van het tweede seizoen staan op YouTube. En ze zijn echt fantastisch. Het geinige is, bijna alle dingen die voorkomen in Mindfield heb ik al besproken in een video. Gewoon echt de meeste dingen voordat ze in Mindfield kwamen. Ik gewoon vertelde in een video en denk, hey, hier had ik het laatst over mijn video. Hij bespreekt het. En seizoen 2 is het net van start gegaan. Daar ben ik heel enthousiast over. Ik denk dat die aflevering al wel gaat kopen voor €2,50 per stuk. Die aflevering gaat deels over het trolleyprobleem. Die aflevering heet The Greater Good. Ik heb in een video al gepraat over het trolleyprobleem. Ik kan het nog even één keer heel kort uitleggen. Het trolleyprobleem is eigenlijk als volgt. Je hebt een treinspoor dat splitst in twee kanten. Dus je hebt spoor A en spoor B, spoor 1 en spoor 2, spoor Enzo en spoor D. Wauw, hilarisch. En er komt een trein aan. Wauw. En op het ene spoor, waar de trein momenteel op afgaat, staat één persoon te chillen. En op het andere, of er staan drie personen te chillen, sorry. De trein gaat momenteel drie mensen aanrijden. Maar jij staat toevallig bij de hendel en jij kan de trein van spoor laten veranderen. Waardoor de trein één persoon overrijdt. Dan is de vraag, haal je de hendel over? Zou jij? Het ding is dus, in principe, als je kijkt naar the greater good, het grotere goede. In principe, in plaats van dat er drie mensen doodgaan, als je de hendel overhaalt, gaat er maar één persoon dood. Het probleem is, het is wel jouw schuld. Hey, je kan gewoon erbij staan en zeggen, la la la, dit is niet mijn werk. Boeien. Jammer dat er zoveel mensen doodgaan. Dus in principe kun je die mening heen geven. Of je precies van, ja, ik ben toch een beetje verantwoordelijk. Ik vind het best moeilijk om bewust een persoon te vermoorden door die trein op me af te sturen. Maar, ik ga het denk ik toch maar eventjes doen. Het geinige is dus dat dit experiment is heel vaak gedaan op papier. Gewoon mensen tekening laten zien met de situatie en hey, wat zou je doen? En wat ze dan vooral gaan doen is de situatie telkens veranderen. Op een gegeven moment zeggen ze, ja, wat nou als de drie personen allemaal mensen zijn die nog maar een jaar te leven hebben omdat ze heel ziek zijn. Wat nou als het op het ene, of dat het drie, dat het één baby is die je doodmaakt en die anderen zijn drie bejaarden. Dit zijn hele belangrijke vragen, vooral voor zelfrijdende auto's die misschien dit soort keuzes moeten maken. Maar heel veel mensen zeggen dus in op papier, ja, ik zou die hendel wel overhalen. Het is heel moeilijk, maar ik denk dat ik wel één persoon zou vermoorden om in principe drie levens te redden. Wat ze dus voor het eerst hebben gedaan in die Mindfield aflevering, is ze hebben het experiment daadwerkelijk gedaan. Experiment is heel veel papier, heel veel enquêtes geweest, met allemaal verschillende situaties, maar het experiment is nooit uitgevoerd. Ze hebben gewoon een hele setup gemaakt waar ze een proefpersoon hebben die daadwerkelijk in de bestuurskamer komt van een trein. Leert hoe je een trein van spoor kan veranderen. En zegt een man, yo, ik ga even weg. Precies op dat moment komen er heel veel mensen op het spoor te staan. En moet die persoon wel of niet de hendel overhalen. En gaan we zien van, ja, hey, op papier, als je logisch na kan denken over zo'n situatie, dan weet je wel dat ik die hendel over zou halen. Maar als jij daar in één keer zit in een kamer en het wordt in één keer heel echt, je hebt een paar seconden bedenktijd. Wat doe je dan? Nou, als dit geen goed reclamepraatje is voor die aflevering van Mindfield, weet ik het ook niet meer. Ik ben gewoon heel enthousiast over het trolleyprobleem. Verder heeft het ook over de Milligram Experiment. Heb ik het laatst al in een nieuw Super Mario Bros. Video over gehad. Over pijn toedienen aan mensen. Vooral hoe erg wil je meewerken en hoe erg is autoriteit van rol. Ik was gewoon even enthousiast ergens over. Ik ben wel vaker ergens enthousiast over. Ik heb zo mijn enthousiasmes. Deze map ziet er echt heel feestelijk uit. Dat mag gezegd worden. Cheap, cheap beach. Voor de cheapy, cheapy, goedkope vakanties. Wauw.
Dan fijn dat ik nu iedere keer gewoon een soort nieuw stopwoordje heb toegevoegd aan mijn vocabulaire. Iedere keer als ik iets heel erg flauw zeg, dan sluit ik het meteen af met wauw. Dan weet je, Rick, dacht je dat dit grappig was? Nee, niet echt. Misschien een beetje, please? Iemand, als iemand lacht, dan ben ik al te erg beloond. Voor dit gedrag. Ik las trouwens ook in het ding met wat is er allemaal anders in deze nieuwe Mario Kart game. Dat er is een nieuwe slip toegevoegd. Je hebt natuurlijk zeg maar de rode vlammetjes onder je ding. En de blauwe. En blijkbaar als je nog veel langer doorgaat, krijg je paarse vlammen. Maar dat werkt alleen als je een bepaald soort besturing aan hebt en shit. Ik weet niet of ik het nu kan halen. Ik wil het graag halen. Maar dat is even heel iets anders. Dat heeft vrij weinig met elkaar te maken. Oh, een blauw schild. Daar kan ik vrij weinig mee. Ja. 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 Tjoh. Wat moet ik hier nou mee dan? Wat is dit leven? I don't know. Ik zal even gauw een gluurtje wagen op mijn lijst van wel nog bestaande onderwerpen. Ik hoop echt dat ik er genoeg heb meegenomen. Oh, ik heb nog een leuke. Ik vind het altijd moeilijk. Ik probeer eigenlijk altijd de onderwerpen zo te sorteren dat ze gedurende de video steeds minder leuk worden. Omdat mensen haken later in de video af. En ik vind het zonde om 4 uur in een video een geniaal onderwerp te vertellen terwijl het niet om je luistert. Terwijl ik dat ook in een andere video. Ik probeer toch een beetje te kijken naar wat wordt veel bekeken. Oh, dan heb ik een heel goed onderwerp. Iets wat ik zelf heel interessant vind. Ik denk, oh, dat is wel interessant om te luisteren. Dan spaar ik het voor dan. Dit is wel een onderwerp wat ik wel geinig vond. Het heeft te maken met bijgeloof. Oh, wat leuk, dat bijgeloof. Het heeft te maken met een heel interessant verjaardagscadeautje. Namelijk, waarom het niet volgens de bijgeloofregels niet is toegestaan om een mes te geven als verjaardagscadeau. Blijkbaar in de wereld van het bijgeloof, als je een mes geeft aan iemand als verjaardagscadeau, dan staat dat symbool voor hoe je de banden tussen jou en dat persoon zal doorsnijden. Hoe dat de komende tijd zal verwateren. Dus je bent goede vrienden, geef ze een mes cadeau, want ze gaan op zichzelf wonen en willen graag een messenset. Nee, nee, nu zal de vriendschap helemaal stuk lopen. Is natuurlijk bijgeloof. En het is al helemaal slecht bijgeloof om het voor een bruiloft te geven. En voor een trouwerij. Truiloft. Ja, als ik een bruiloftthema nodig heb, wordt het sowieso met truien. Een truiloft. Wat ze dus altijd doen. Vooral op een bruiloft willen mensen vaak gaan het wel net samenwonen of zo. Wonen ze al heel lang. Zeggen ze, ja, we willen graag een messenset en een blender en een dit en een dat. Dus, stel je wil iemand een mes geven. Zonder het in ze te steken. Als cadeau. Maar je wil niet het slechte geluk. Wat ze dus vaak doen is ze plakken 1 eurocent vast aan het mes. Maar dus je geeft de persoon het mes met 1 eurocent. En dan zeggen ze, oeh, 1 eurocent. Hier heb jij 1 eurocent. Je krijgt de 1 eurocent weer terug. Dat is het idee dat ze kopen het mes van je voor 1 eurocent. Dus hebben ze het niet gekregen als cadeau. Dit is hoe regels werken, dames en heren. Dit is hoe regels werken en al helemaal hoe je heel makkelijk om regels heen kan werken. Nee, 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 nee. Ik gaf je geen mes. Je kocht hem van mij met de 1 cent die ik jou gegeven heb. Ja, ik denk dat je hem snapt. Fuck jou, Link. Ga weg. Oh. Oh, oh. Shit. Iets te strak, bochie. Ik vind dit soort levels met heel veel auto's op de weg altijd moeilijk. Omdat ik bots de hele tijd tegen die auto's aan. Het is in ieder geval eerlijke mening. Doe het dan maar. Oh, wat? Oh, oh, dit gaat net goed. Oh, die kan ook. Oh, dat is wel vet. Over de daken van die auto's daar weer heen. Ik sta tweede. Ik ging er wel vanuit dat ik naar die superstunt even dik eerste zou staan, maar. Niks is minder waar. Een heleboel rode schilden in ieder geval. Oh, yes, yes, yes. Kawabanga, dude. Oké, we bewegen hier doorheen, hier doorheen, hier doorheen, hier doorheen. Over Kawabanga gesproken. Ik heb ooit gelezen wat Kawabanga, wat heel vaak in de server, heel veel servers zeggen dat, Kawabanga, tenminste vroeger, waarschijnlijk nu niet meer. Of als ik Rocket Power mag gelopen zeggen, de meeste servers, boogity, boogity, boogity. Dat is een Rocket Power, ja grapje wil ik niet eens zeggen, het is gewoon een referentie naar Rocket Power. Maar Rick, ik ken geen Rocket Power. Nou, 1 levensadvies, je hoeft het echt niet te kijken, want het is echt totaal niet interessant. Het enige leuke aan Rocket Power is Tito. Een dikke, zon aangebrande gast. Die dat zegt. Zoals de oude Hawaiianen altijd zeiden. En dan zegt hij iets willekeurigs. Ja, zoals de oude Hawaiianen altijd zeiden. Je kan een meeuw niet melken. Dat is wijsheid. Nee, wat fijn dat als je deze auto's aanraakt. Dit is nieuw. Neem je geen schade. Zoals in de echte mensenwereld. Nee, we leven in Mushroom Kingdom, bitches. Je kan gewoon een auto aantikken en dan is het gewoon. Dan stuur je het opeens heel raar. Ik begin me langzaam af te vragen of ik niet toch gewoon de motion control aan heb staan, maar ik, geen idee. Hij stuurt iedere keer naar links lijkt wel, maar mijn bewegingscontrole staat niet aan, want
geen idee wat hier aan de hand is. Ik wil wel weten wat er aan de hand is, want het is een beetje irritant is. Dus we hadden het ook weer over... Ah ja, ik moest er opeens aan denken dat er wel een ander woord is waarvan ik de betekenis nog weet. Namelijk, schaakmat. Schaakmat is afgeleid van checken me hart, iets in die richting. En dat is dan weer een of andere rare taal, de koning is neer. Nou, dan weet je dat ook weer. Dat ga je nooit gebruiken in je hele leven, maar... Tja, ik heb vandaag voor het eerst in tijden weer wiskunde gebruikt. Iemand stuurde me op WhatsApp een soort grappig wiskunde ding. Het was een wiskundetoets en alle vragen gingen over Thierry Baudet. Dus het standaard middelbare school wiskunde van, oh, met de verkiezingen in 2016 had Thierry Baudet 12 zetels. Hij heeft er nu 14. Ga ervan uit dat de groei lineair is. Heeft Thierry Baudet in 2020 dan genoeg zetels om een meerderheid in de Kamer te vormen? Zie ik meteen, oh, dus de formule is I is 2 plus 14x of 12x. X is 4. Huttepapapa. Nee, hij had niet genoeg zetels, jammer genoeg. Iemand stuurde me toe als grapje. En toen heb ik als grapje helemaal de moeite gedaan om alle vragen te beantwoorden. Nou is de vraag, wie is er sneu? Ik, sowieso. Ik kan de vragen er voor je bij pakken als je echt zin hebt in wat hele smerige wiskunde. Dat is ook echt niet moeilijk trouwens, dat is wel weer fijn. Het lijkt moeilijk. De eerste vraag was, Thierry Baudet is erg boos op een leraar. Hij stuurt hierover natuurlijk een Twitterbericht dat 100 volgers lezen. Iedereen die de tweet ziet, retweet die 1 keer na 1 uur en bereikt daarmee 2 nieuwe retweeters. Dan moet je formule opstellen voor nou, hoeveel tijd heel Nederland de denkbeelden van Thierry Baudet heeft gehoord. Uit je vraag C. Waarom zal de verspreiding van deze tweet in het echt niet zo verlopen als deze formule? Gebruik in je antwoord de woorden oikofobie en partijkartel. Ik heb het helemaal uitgewerkt. Het einde dan nog een kleurplaat van Thierry Baudet voor als je je verveelde. Ik wil wel zo'n leraar worden dat als je nog tijd over hebt je toets, hier heb je een kleurplaat. Oh shit, ik probeer het plaatje te laten zien. Het Thierry Baudet die op zijn piano ligt, maar dan als kleurplaat. Dat is een van de betere WhatsApp berichten uit de geschiedenis. Ik dacht trouwens dat er stond, je hebt 420 munten verzameld. Als in dat ene potje Mario Kart. Ik vond het net al zoveel met de 300 nog iets. Nou, 10 munten per ronde. Nee, voor mij is dat gewoon in het algemeen. Het is zeker gewoon, als je aan het einde van de level x aantal munten hebt, dan neem je die mee. Misschien is het iets in die richting, I don't know. Maar dat kan maar niet uit. Holtzik idee, we gaan meteen weer lekker door naar de volgende cup. We lopen iets voor op de planning momenteel. Oftewel, ik kan een keertje als link spelen, die is waarschijnlijk medium gewicht. Ik hou het wel gewoon bij deze auto. Oh, deze is wel vet. De Weatherwing. Ja, die voegt wel wat toe. Dat is wel lachen. Je speelt wel net nieuwe onderdelen vrij. Dat is nog soort van leuk, maar nieuwe auto-onderdelen boeien mij vrij weinig. We hebben de zinderende zandvlakte van de Gamecube. De donutvlakte 3. Koninkrijk kartbaan. En DK's Jungle. Trouwens, ik had echt al een tijdje geleden had ik erover nagedacht om een XXL gameplay te doen van Mario Kart voor de Nintendo 64. Dan komt ook ooit nog een XXL gameplay van Mario Kart DS. En ooit nog een XXL gameplay van Mario Kart voor de Game Boy. Mario Kart voor de SNES. Oh man, zoveel Mario Kart. Ik zit momenteel, als er een Switch game is waar ik echt op aan het wachten ben trouwens, dan is het echt wel 100% nieuwe Mario Party. Volgens mij zijn we bij 12 gebleven ofzo. Ik zou het echt super vet vinden als er binnenkort een Mario Party game uitkomt voor de Switch. En als de Switch echt gewoon full on hardcore wil gaan, zou ik het ook echt heel erg waarderen als er wat Wii games re-release op de Switch. Heb ik het voornamelijk over Super Mario Galaxy. Je moet een beetje eraan sleutelen. Sommige dingen gaan misschien niet helemaal met deze controllers in vergelijking met de Wiimote. Maar Super Mario Galaxy Remastered voor de Switch. Misschien desnoods om het een beetje leuk te houden. Doe je 1 en 2 samen voor 60 euro. Ik zou dat zo hard kopen. Mario Sunshine Remastered. Doe het in een pakket met Super Mario 64 ofzo. Maak er wat leuks van. Ik heb echt gewoon het gevoel alsof Nintendo, nu vooral met Mario Kart 8 Deluxe, gewoon het concept van de remaster een beetje door heeft. En als ze een beetje slim zijn en geld willen verdienen, melk je gewoon die oude klassiekers uit. Ze zijn allemaal fucking vette games. Allemaal toppertjes. Ik zou echt gewoon flink geld neerleggen voor een Mario Sunshine remaster. Misschien een beetje zoals Super Mario 64 DS. Dat je nog een paar extra levels toevoegt. En de game nog ietsje uit... Oh, je kan er echt niet lekker doorheen. Dat is jammer dit. Nee, ik zou dat echt vet vinden. Gewoon wat de oude klassiekers remasteren voor de Switch. Als jullie een beetje slim zijn bij Nintendo, dan doen jullie dat eventjes. Dankjewel alvast. Groetjes Rick, een fan. Zinderende zandvlakte, wel een leuk level. Ouch! Nou, ik neem alles terug over dat, hoe leuk dit level is, weet je wel. Ja, dat dus niet. Wel geinig dat ze hier nog een heel moeras hebben toegevoegd. Nou ja, moeras, een oase waarschijnlijk. Check it!
Waarom speel ik eigenlijk als Link? Het voelde ik gewoon raar. Link, jij hoort niet thuis in het Mario Kart universum. Net zoals die personage van Splatoon. Dat is een goed voorbeeld van personages die niet echt in het Mario Koninkrijk thuis horen, maar wel in Mario Kart zitten, die inkling motherfuckers. Ik vind Splatoon niet zo. Ik heb een paar potjes Splatoon gespeeld. En het idee van Splatoon is leuk, maar je betaalt echt €60 voor een game die naar mijn mening redelijk basic is. De besturing deed opeens heel raar. De slipknop drukte niet lekker in. Goed excuus, Rick. Ja, maar het is waar. Please, geloof me. Ik zuig hoor, maar er zijn grenzen. Grenzen waar je niet overheen wilt zuigen. Ik kan echt al die munten niet lekker zien nu, dat is wel weer jammer. Nummer 2 zeg je me? Maar waar is de... Aha! Boom! Ik had hem kunnen bewaren als verdediging en zo. Ga ik over enkele seconden waarschijnlijk heel veel spijt van hebben. Oh, ik heb er nog één. Kijk! Het spel geeft me een extra kans. Had even eerste worden. Ben ik net eerste geworden? Geen idee. Ik vind het stiekem wel leuk dat de potjes wat uitdagender zijn. Dat ik af en toe nog wil verliezen en zo. Nice, we got it. Ik had over scharen. Daar waren we bezig met scharen geven als cadeaus. En toen ben ik echt weer in iets heel raars heen gegaan. Ja. Oh ja. Oh. Ik had het eerder over... Ik heb het ergens in deze opname sessie over seriemoordenaars gehad. Ik had iets schijnigs gelezen over seriemoordenaars. Ze vermoorden heel veel mensen. Nee, het ding is dus dat blijkbaar heel veel audioboeken worden ingesproken door gevangenen. Ik weet niet of dit voor Nederlandse audioboeken ook geldt, maar heel vaak audioboeken willen ze graag maken, maar moeite en zo, iemand die een heel boek laat voorlezen. Dus dan is gewoon naar gevangenen toe gegaan, van yo, gevangenen, hebben jullie zin om boeken voor te lezen? Jullie zitten hier toch de hele tijd chillen, krijg je nog een klein beetje geld en zo. Ja, prima. Er zijn echt gewoon heel veel audioboeken, ook gewoon van kinderboeken, die dus gewoon voorgelezen zijn door moordenaars uit de gevangenis. Dat is toch eventjes de toekomst, hè. Dan slaap je toch weer lekker erop met zo'n audioboekie voor het slapen gaan. Ik had een tijdje terug echt een gigantische audioboekfase. En daar ben ik nu weer een beetje uit, wat jammer is, want het was echt super chill. Gewoon lekker lopen, lekker in de trein zitten, lekker fietsen. Ik kan gewoon het woord lekker voor alles zetten wat je kan doen. Lekker koken, lekker in bed liggen. Audioboeken. Ik ben er toch weer een beetje van afgestapt, terwijl ik moet er gewoon weer instappen. Dat is het. Audioboeken zijn de shit, man. Ik wil nu ook een beetje gaan beginnen met podcasts. Gewoon van die fragmenten waar mensen heel lang lullen. Zoals sommige mensen mijn video's wel eens gebruiken. Gewoon luisteren naar een persoon die slap lult. Sommige mensen downloaden mijn YouTube-video's letterlijk als mp3 bestanden. En als ik dan 10 minuten lang over hoe mooi de baan eruit ziet aan het lullen ben, en dan grijp je net even mis. Nou, er zijn er vast niet heel veel mensen die dit doen. Er is één persoon die dit doet, sowieso. Ik ben vereerd. Gewoon niet te veel mezelf een schouderklopjes geven de hele XXL gameplay lang. Alsof ik toppunt van vermaak ben. Nee, dat valt ook wel weer mee. Maar iedere keer als ik hoor dat iemand op vakantie gaat naar Frankrijk en dan helemaal de moeite doet mijn video's op cd'tjes te branden zodat ze in de dvd-speler kunnen, vind ik altijd wel heel leuk om te horen. Denk ik toch opeens, wow, er bestaan mensen die daadwerkelijk echt moeite doen in het fan zijn. Dat is bijzonder, ofzo. Ik probeer het heel nederig te laten klinken, ik weet niet of het lukt. I tried. Dit is Casse Zero, nee, het is limonade. In een fles Casse Zero trapt hij erin, maar natuurlijk trapt hij erin. Dit is het bloed van duizenden puppies. Nou, hoeveel bloed heeft één puppy? Laten we dit googlen. Dan is het... Hoeveel liter bloed in een puppy? Groet Rick. Ik ga het nu oprecht googlen. In het Nederlands ga je zo gaan zeggen... How many liters of blood, puppy? Animal blood volumes. Yes, we got it. We got it. Oh, het is een heel spreadsheet aan het downloaden. Olifant, 245 liter. Paard, 56 liter. Mens, 8 liter geloof ik ongeveer. Muis, 1,6 milliliter. Kat, 250 milliliter. Mens, 5 liters. Een labrador is al 2. Dus een heel klein hondje. Het is echt wel minder dan dit. Minder bloed dan dit. Dus je kan gewoon 1 puppy's bloed drinken. Kun je doen als je fucked up in je hoofd bent. Over bloed gesproken. Had ik nog een kek feitje over. Ik ben heel erg fan van de Saw-films. Tenminste, heel erg fan. Ik ben in het algemeen niet zo fan van horror. Maar de Saw-films vind ik altijd wel leuk. Vooral omdat ze die factor hebben. Iedere keer komt een personage in een kamer en moet ze een test doen. Weet je wel, hak je eigen vinger eraf binnen 3 minuten of je gaat dood.
En het spannende, wat gewoon heel vet is aan Saul. In heel veel horrorfilms is het gewoon persoon gaat dood, persoon gaat dood, persoon gaat dood, persoon gaat dood. Saul heeft iedere keer met zo'n test ongeveer de helft van de tijd halen ze het. En de andere helft van de tijd halen ze het niet. Behalve het hoofdpersonage. Vaak is er één hoofdpersonage die naar allemaal andere kamers gaat. Hoofdpersonage leeft meestal wel. Daar is niet echt heel veel spanning in. Die komen altijd tot het einde in ieder geval. Dan gaan ze misschien dood. Maar het is wel altijd een beetje die factor. Van iedere keer dat er weer zo'n test is met een persoon. Iedere keer is het weer van oei, halen ze het? Halen ze het niet? Behalve de eerste, die gaat altijd dood. Dat de film begint altijd meteen met boom. Iemand moet vechten voor zijn leven. Ah, oh, ze gaan dood. Ah, oh, Saul begint. De credits rollen. Welkom bij Saul. Nou, blijkbaar heeft Saul dus een redelijk leuke traditie met bloed. Ja, Saul gaat redelijk over bloed. Maar ze hebben een leuke traditie. Iedere keer als er een nieuwe Saul-film uitkomt, rijden ze rond in Amerika met een bloedbus. En bij de bloedbus kun je bloed geven. Dan prikken ze je en dan nemen ze wat van je bloed af. En in ruil daarvoor krijg je een gratis bioscoopkaartje voor de nieuwe Saul-film. En ze hebben ze geloof ik in totaal, maar per jaar halen ze echt zo'n... Misschien is het in totaal, misschien is het per jaar. Laten we in ieder geval zeggen dat ze jaarlijks duizenden liters bloed ophalen. En of het nou per jaar 100.000 is of in totaal over de nu 8 films. 100.000, in ieder geval sowieso 10.000 liter bloed halen ze op deze manier op. Doet me denken aan Need for Speed Most Wanted. Die had ook een hele leuke campagne rondom hun launch. Need for Speed Most Wanted, de oude. Dat hadden ze toen de tijd. Het is een game over... Ik ga hem binnenkort doen, deze show gameplay. Hint, hint, hint. Het is niet eens een hint meer. Je ziet hem binnenkort terug op mijn kanaal. Het is een game waar ik heel enthousiast over ben. Die game gaat eigenlijk over... Je wil de meest gezochte crimineel worden voor de politie. Dat is een actie dat als je de dag voordat de game uitkwam geflitst was... Voor de startrijden of wat dan ook. En je stuurde de politie... Of je stuurde de makers van de game... Een kopietje van je bekeuring. Dan kreeg je een gratis kopietje van de game. Omdat je ook most wantedized bent. Ja, dat is wel geinig, denk ik. Ja toch? Marketing! Woo! Ik wil even gauw winnen van Peach. Eén vraag. Hoe moet ik dat doen? Als je even een rood schild in zit, maak je me makkelijk. Anders... Shit. Fuck jou, Peach! Nee! Ze gebruikten de magische horen! Fuck, we moeten er even heel subtiel langs glijden. Pak hier even een dubbele itembox. Oh shit, ik... Oh, kakjes. Peach, glij uit over iets. Thanks. We kunnen nog even heel gauw langs even deze bocht heel goed pakken. Oh, dat doet ze zelf ook al! Nee! Kut. Au. Zet ik gewoon bijna op binnen. Ik heb 42 punten, Peach 37. Als we deze laatste race een beetje verneuken, word ik gewoon tweede in deze cup. Dan is de hele eer er helemaal vanaf. Er viel al vrij weinig eer te halen in al dat Mario Kart, maar dat gaat wel heel ver. Het is het laatste level, toch? Donkey Kong's Jungle van de 3DS. Oh, ik heb de 3DS game. Ik heb Mario Kart 7 in mijn bezit. Ik kan me deze hele map niet herinneren. Ik heb een 2DS gekocht ooit. Ik had Mario Kart 7. Ik heb denk ik alle tracks één keer gedaan. Daarna ben ik gewoon mee gekapt. Ik dacht ja, oké. Okay. Waarom wil ik dit spelen? Ik weet niet waarom. Om een of andere reden vond ik Mario Kart 7 voor de 3DS niet zo leuk ofzo, denk ik. Terwijl ik heb echt heel veel uren in Mario Kart DS. Is het nou echt een veel betere game? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is de 3DS game veel beter. Ik weet niet, boeide me gewoon niks. Ik had alle maps een keer gespeeld. Ik denk, nou, dat was hem weer. Ik heb de game daarna gewoon niet meer aangeraakt. Eén groot feest. Wel lachen, een hele tempel rondom Danky Kang met een hele mooie gouden banaan. Dat is wel vet, leuke baan. Zeer zeker de moeite om te recyclen in als retro cup. Aan de ene kant is het natuurlijk een beetje lui. Gewoon baan uit oude games hergebruiken. Maar aan de andere kant, als het zorgt dat ze meer games hebben op die manier, ben ik er zeer zeker tevreden mee. Dat is een leuke baan. Mag ook gezegd worden. Oeh, dat ding daar is wel... Wat gaan doen? Fuck it. Hey, dat ging best goed eigenlijk. Als we dat nog gewoon even nog twee keer doen, dan win ik misschien van Peach. Met een nadruk op ik, winnen en misschien. Oh shit, banaantjes. Ontwijk die shit. Ik heb er echt heel vaak over nagedacht om bloed te doneren. Probleem is alleen dat de naalden... Ik ben trouwens een beetje bang. Ik heb heel vaak dat mensen in de reacties zeggen van... Oh, dat heb je al een keer verteld. En dan raak ik altijd in de war. En denk ik heb dit sowieso nooit eerder verteld. Maar dat is dan meestal omdat ik het in een livestream heb verteld. En dat telt niet. Het vertellen in een livestream, zeg maar... Ik krijg heel vaak als ik aan het livestream ben, zeggen mensen... Rick, vertel iets leuks, wat heb je meegemaakt? En dan zeg ik, ja, ik kan het wel vertellen, maar dit heb ik eigenlijk gewoon opgeschreven om over te praten in een video.
Dus ik haal gewoon onderwerpen weg van mijn video's. En soms vertel ik wel dingen. Dit was niet per se iets wat ik wilde vertellen in een video of zo. Maar ik denk alleen, ik heb het hier laatst over gehad in een livestream. Dus als het bekend klinkt, ligt aan jou. Of ik heb het er wel over gehad in een video. Komt in ieder geval op neer dat als je bloed doneert, zijn er naalden. Ik heb helemaal geen angst voor naalden. Laten we daar beginnen. Geen probleem mee. Ik heb heel vaak vaccins gehad en dat soort dingen. Ik heb een aantal keren, één keer in mijn leven bloed laten afnemen, geloof ik. Ik weet niet meer waarom dat was, maar het kan wel meer dat ik niet dood ging, dus dat was goeie. Het ding is dus, dat als je bloed laat afnemen voor onderzoek, of je krijgt een spuitje voor laat hier inslapen ofzo. Dat is een heel klein prikje. Er moet een heel klein beetje spul in je lichaam gespoten worden, of ze hebben gewoon een paar milliliter bloed, is prima. Alleen ja, als ze bloed prikken om aan andere mensen te geven, dan willen ze wel echt heel veel bloed. Het is een goede manier om af te vallen. Je verliest heel veel bloed, moet je lichaam dat weer aanmaken. Ik denk dat het oprecht een handige manier is om lichaamsgewicht te verliezen. Het probleem is alleen, ja, als ze meer dan een paar milliliter bloed willen, dan gaan ze niet gewoon prik, één klein beetje, prik, één klein beetje. Nee, ze pakken gewoon een fucking breinaald, die steken ze in je arm en daarmee zuigen ze je leeg. Tenminste, ik heb me laten vertellen dat de naalden die ze gebruiken voor bloedprikken, voor bloeddonaties, dat echt hele dikke naalden zijn. Nou vind ik een naald in mijn aderen geen probleem, maar een hele dikke naald die me neegzuigt vind ik toch een beetje niet zo'n heel fijn probleem. Een heel, heel fijn idee. Dus ja. Behalve dat, hey, gratis kaartje voor de film. Dikke vette naalden die me leegzuigen, afvallen en gratis naar de film. Oei. Dat zijn toch eventjes zeer moeilijke afwegingen om te maken als een skere Nederlander die bang is voor dikke naalden, maar wel gratis naar de film wil. Wauw, de Barrel Cup. 2 sterretjes alsnog. Netjes. Je hebt 450 munten verzameld. Het is een nieuw voertuig. Je krijgt het altijd een nieuw voertuig. Letterlijk zo'n beetje na iedere cup die ik doe. Een nieuw voertuig. Wauw, wat een uitdaging. Dat is ook niet voor hoe goed ik presteer in de cups of zo. Nee, het is gewoon, hey. Goed gedaan, man. Je hebt munten verzameld. Sure. Ik ga voortaan lekker samen met andere mensen spelen. Dan gaat het vast een stuk sneller. Ik zit even te kijken in het schermpje hieronder. Naar al die cups. Er missen er een paar, of niet? Er missen een aantal cups op 150cc. Heb ik die op een andere difficulty gedaan? Of 1, 2, 3, 4, 5, 6? En dan opeens de eikup, huh? Hè? Waarschijnlijk is het... Ja, wacht, voor mij snap ik het al. Dat de nieuwere cups, die staan helemaal rechts. Die staan daar te pronken. Dus zeg maar, ik heb nu al 2 cups gedaan. Zeg maar, als ik de volgorde wilde doen waarop ze uitkwamen, had ik eerst... Even, wie gaan we nu zijn? Inkling, meisje, de groene, sure. Doe eens gek. Paraplu, verkocht, peach parasol. Als ik de cups in echte volgorde zou moeten spelen, zou ik deze moeten doen. Deze. Dan hier beginnen, die. Dat zijn de originele maps. En dan de 4 DLC maps. Maar ik ben nu helemaal van links naar rechts gewoon gegaan. En dan weer naar onder begonnen en daar verder gegaan. Dus daarom zag het er zo raar uit. We moeten er maar 4 cups. We zijn op 2/3. Strijdertjes. Laten we allemaal even lekker blijven strijden. Strijd en blijf strijden. Ik kan nog gaan praten over een idiot test. Ik had laatst op internet iets gevonden dat heette een idiot test. En er waren een heleboel interessante vragen. Bijvoorbeeld, een van de vragen op de idiot test was... je zit in een elektrische trein. En die trein die dendert heerlijk over het spoor heen. Oh, wat gaat die lekker. De wind komt van het zuiden. Welke kant... staat de stoom die uit de trein komt op? Welke kant op staat de stoom uit de trein als de wind van het zuiden komt? En dan denk je dus, nou, de wind komt vanuit het zuiden. In principe gaat... als de wind komt vanuit het zuiden, dus de wind gaat richting het noorden. En in principe gaat de rook gewoon mee met waar de wind heen gaat. Dus zou je zeggen, de rook gaat naar het noorden. Nee, het is een elektrische trein. Er komt helemaal geen stoom uit. Dat was de idiot test ongeveer samengevat. Alleen maar dat soort flauwe strikvragen. Ook gewoon van die klassieke, irritante vragen. Het klassieke, Jan heeft 3 broertjes. Of nee, de vader van Jan heeft 3 kinderen. Kwik, kwek. En iedereen, kwak. Nee, Jan! Dat soort bullshit. Er was eentje die vond ik heel leuk. Die ging over, het valt een beetje in je algemene kennis. Niet zozeer een vraag over, je moet gewoon die smarts hebben. Ik hoop dat je goed op hebt gelet vroeger, op de Bijbelschool. Hoeveel van elk dier nam Mozes mee in zijn ark? Ik had deze poll ook op Twitter gezet een paar weken geleden, gast benieuwd. Hoeveel van elk dier nam Mozes mee in zijn ark? Nou, zou je zeggen 2.
Maar dan denk je, misschien zit er een alletje onder het gras. Het is gewoon twee, een mannetje en een vrouwtje. Nou zijn er sommige dieren die het eerder over hebben gehad, die een mannetje en een vrouwtje zijn. Dus dan neemt hij er daar gewoon twee van mee of zo. In de Bijbel niet heel goed besproken. Ook geen idee hoe je sommige dieren mee wil nemen, maar we zijn niet om te twijfelen aan het Bijbelverhaal. Doen we een andere keer wel weer. Het ding is vooral dat het antwoord is nul, want Mozes had geen ark, dat was Noach. Dat is ongeveer die idiot-test samengevat. Ik heb even alle vragen heel goed gelezen. Er goed over nagedacht. En uiteindelijk kwam de uitslag van de test. Er stond, you are not an idiot. Ik voelde me fijn. Ik was er redelijk van overtuigd dat die test zo gemaakt was met irritante strikvragen. Dat ik sowieso een idioot zou zijn. Er waren een paar vragen waar ik dacht, heb ik het antwoord nou goed? Is het gewoon heel makkelijk? Of denk ik gewoon niet goed genoeg na? Dat is irritant. Heel irritant. Een beetje net, had je ook weer, oh ja, je hebt een bal en een honkbalknuppel, ja? De bal, dat is zo. Je hebt een bal, dat zou doen. Je hebt een bal, dat is een potje met omega 3 vetzuren uit vis. Het is fucking irritant, ik ga altijd aan mijn bek muren naar vis als ik ze neem. Dus je hebt een honkbalknuppel en een bal. Samen kosten ze 1,10 euro. Het enige wat je verder weet is dat de honkbalknuppel is 1 euro duurder dan de bal. Wat is de prijs van de honkbalknuppel en de bal? Dus honkbalknuppel, bal, samen 1,10 euro. De honkbalknuppel is 1 euro duurder dan de bal. En je brein denkt gewoon, boah, 1 euro duurder, ding. Dus heb je bal 10 cent, honkbalknuppel 1 euro. Toch? Dat is het geniale. Voor mij was het... Ik ben het vertel vanavond of ik het goed heb gezegd, maar dat is niet waar. Het ding is 1 euro duurder. Dus 1 euro duurder. Dus als het samen 1,10 moet zijn, dan is dus de ene 95 en de ander... Wacht, ik vertel het nu helemaal verkeerd. Laat maar, ik heb het ook gewoon niet goed genoemd in mijn hoofd, maar... Het idee dat eentje is 1 euro en de ene is 10 cent, dat is niet goed. Dan is hij geen... Ik loop nu gewoon zelf helemaal vast op deze idiot testvraag. Ik ben gewoon eventjes... Ik weet even niet meer precies hoe ik de vragen net heb uitgelegd en nu loop ik helemaal vast. Kunnen we deze eruit knippen? Nee, Rick, we doen het live. Oké, dan, laat maar. Ik bedoelde het goed en ergens diep in mijn hart schuilt het antwoord op deze vraag. Ik ga er één keer over nadenken. Dus 1,10 euro, eentje is... samen zijn ze 1,10 euro en de een is 1 euro duurder dan de ander. Dan moet de ene dus 1,05 euro zijn en de ander 5 cent. Anders zijn ze niet duur, dan kloppen de regels niet helemaal en zo. Ja. Oh ja, want als de ene 10 cent is en de andere 1 euro, hij zou 1 euro duurder moeten zijn, dus 1,10 euro uit. Yes, got it. Dat was echt het meest onhandige deel van deze hele XL gameplay, als je nog steeds kijkt. Gefeliciteerd! Je bent een strijder, slash overlever, slash survivor. Ik zag trouwens dat item met die magische 8 voorbij komen. Deze map is trouwens chill. Deze map speel ik echt makkelijk eerste, want dit is gewoon een GameCube map. Die ken ik. Nou was Baby Park ook een GameCube map en die heb ik flink verneukt. Dus het houdt niet helemaal op. Maar deze map ken ik wel echt gewoon als de binnenkant van mijn smerige hand. Ik had helemaal het ijs door, joh. Wat een luxe. Extra muntje erbij, hotsik idee. Glijden me door die bochies. De dubbele itembox is wel echt heel fijn. Dan kan ik gewoon dit soort dingen, zoals die toeter, toch nog even een tijdje vasthouden. En tegelijkertijd toch wat meuk doen. Waarschijnlijk kan ik ook wisselen van item. Er is vast een knop waarmee je kan wisselen tussen welk item je gaat gebruiken. Wel geinig dat trouwens de inktroep van de DS een comeback heeft gemaakt. Ik heb geen idee of die in Mario Kart Wii zat. Hij heeft in ieder geval een comeback gemaakt in deze game. Dat sowieso. Ik ga jullie mijn diepste geheim vertellen, kijkers. Het is tijd, denk ik. Allerdiepste geheim. Ik kan niet fluiten. Dat was hem. Jeetje, me kreetje. Ik kan niet fluiten. Nope, niks. Ik heb een paar keer per ongeluk gefloten dat ik heel raar iets aan het blazen was. En dan meestal, er komt een fluitgeluid uit mijn mond. Hoe dan? Dan probeer ik het na te doen en dan lukt het niet. Ik kan mijn vingers knippen. Als je bijna niet kan, ja nee, dat is kansloos. Wat doe je dan nog in dit leven? Je hebt twee soorten mensen. Mensen die kunnen fluiten en mensen die met hun vingers kunnen knippen. Ik denk dat de meeste mensen die kunnen fluiten ook al met hun vingers kunnen knippen. Ik heb geen idee of veel mensen van jullie kunnen fluiten. Ik hoop meer dan ik, want dat is zielig. Ik wil zo graag kunnen fluiten, zo handig. De dames en zo.
Daar is het voor, toch? Daar is het voor. Ja, Rick. Fluiten is eigenlijk voornamelijk zodat je dames kan fluiten. Zodat je ze seksueel kan intimideren met alleen maar je vogelgezang. Geinig, gaan we natuurlijk eerder in deze aflevering praten over hoe vogels hun liederen leren. Ja. Eigenlijk is het ook voor mannen. Sommige mannen leren heel goed fluiten. En dan fluit je naar een vrouw en dan zegt ze... Wauw, wat is dit voor een rare, ongepaste opmerking. Of mijn uiterlijk. Wil je kinderen met me? Dan, ja, is goed. Zo gaat dat in de natuur. Zo is natuur. Deze vogels hebben echt een hele lange, uitgerekte bekkes. Dat is gevaarlijk, want straks word ik geraakt. Dat weet ik niet. Jeetje, hoe kom je zo'n goede voorsprong, joh? Waar hou je dat vandaan? Vraag het voor mijn vriend. Jeetje. We moeten even je flink bijbenen momenteel. We kunnen het hebben over Vincent van Grappenmakers. Jullie kennen vast Vincent van Gogh. Dat is een man die wel deze van, oh lol, ik ga schilderen. Het zei iedereen, wow, dit is echt mooi man. Zei die, ah thanks. Nou, niet helemaal. Hij is redelijk dood gegaan. Ik geloof dat voor zijn dood, in zijn gehele muzikale schildersleven, heeft Vincent van Gogh 1 schilderij verkocht. 1. En ik vind dat best wel sneu eigenlijk, het feit dat die man gewoon zijn hele leven heeft geleefd zonder ooit te weten dat hij zo'n geniaal kunstenaar was. Ik geloof dat voor Rembrandt van Rijn, onze Nederlands trots natuurlijk, ook hetzelfde gold. Dat hij voor mij wel eens echt... of hij heeft ze in de brand gestoken om zichzelf warm te houden. Of hij heeft ze echt voor niks verkocht voor eten. Of hij heeft doeken gesloopt om gewoon het doek nog een keer te kunnen gebruiken. Ik heb geen idee welke van deze dingen waar is, maar één van deze. Hé, hey, dat is fijn, hè? In principe is het onhandig dat je een half feitje krijgt, maar aan de andere kant... Ik verkoop je geen poep in ieder geval. De baas van Netflix is niet echt vermoord door een seriemoordenaar. Ik heb dit gecheckt. Ja, ik had sowieso iets gelezen. Heb ik met het scheikunde politievak gehad. Hadden we het ook een stukje over kunst. En er zit ook een hele scheikunde achter kunst. Heel veel mensen kopen gewoon voor heel veel geld een kunstwerk. En die beseffen dan niet dat... Als je geen moeite doet, dat kunstwerk echt steeds lelijker wordt en de verf bladdert er vanaf. En op een gegeven moment is dat kunstwerk super lelijk en niks meer waard. Er zit een hele grote scheikunde achter die kunstwerken behouden. Maar ook heel erg analyseren. Wat voor verf zit erin en wat zegt dat weer? Of welke periode is gemaakt? En dan kun je bepalen of het een echt is of een neppert. Hele dingen. En wat is blijkt is dat onder een paar doeken van Vincent van Gogh, ik geloof dat Vincent van Gogh was, bleek gewoon een ander schilderij te zitten. Hij had gewoon niet genoeg geld. En dan heb je gewoon over een schilderij heen een nieuw schilderij geschilderd. Waardoor je gewoon 2-in-1 schilderijtjes hebt. En dan kwamen ze opeens later pas achter. Weet je wat ik ook pas nu opeens achterkom? Dat ik 4e sta en dan in de laatste ronde zit. Misschien moet ik even mijn best gaan doen. Dit kan wel even een flinke revolutie veroorzaken. Oh, daar is de finish. Nee! Dat ging niet goed. Nou, wat dus, hij is dus sowieso gestorven zonder ooit te weten dat hij bekend was. En ja, toch een van de bekendste schilders van zijn tijd. En ook van onze tijd. Of eigenlijk vooral niet, hij was niet de bekendste van zijn tijd. Hoe werkt dit? Is hij de bekendste van zijn tijd als hij nu bekend is? Hoe moest hij dan in zijn tijd bekend zijn? I don't know, terminologie man. Het ding was in ieder geval dat we hadden bijna met z'n allen niet kunnen genieten van Vincent zijn werken. Het is namelijk zo dat toen hij had een broer, Theo van Gogh. En die had weer een vrouw en die heet Johanna van Gogh. En op een gegeven moment overleed, die broer overleed eerder al. En op een gegeven moment ging Vincent van Gogh ook dood. En al die, hij liet eigenlijk al zijn kunstwerken na aan zijn broer, Theo, met wie hij al heel veel nauw contact had. En die was dus al dood, dus toen gingen eigenlijk al die schilderijen naar zijn schoonzus. En die schoonzus, die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat wij vandaag de dag zo kunnen genieten van Vincent van Gogh's werken. Zij had namelijk opeens een gigantische hoeveelheid schilderijen. Van een man die in zijn hele leven 1 schilderij verkocht. Gewoon geen interessante kunstenaar voor de kunstwereld. Zij heeft toen eigenlijk besloten dat die kunst wel gedeeld moest worden. En is juist op eigen krachten heel veel kunstgalerijen gaan organiseren. Om zijn kunst tentoon te stellen. En pas toen is Vincent gewoon gigantisch ontdekt en heel groot geworden. Dus, als die vrouw er niet was. Dan hadden we nooit de werken van Vincent van Gogh. Geen idee of ik daar in mijn leven heel veel van zou voelen. Serpent Gameplay is niet per se 1-op-1 geïnspireerd door de werken van Vincent van Gogh. Had wel een paar vragen geschild op mijn toets op de middelbare school waarschijnlijk. Maar behalve dat merk je er ook weer niet zo erg veel van. Het is meer gewoon de vraag van hoeveel andere genialiteit missen wij door dit soort dingen. Een van de werelds meest bekende schilders, zijn werken hadden we gewoon niet gekend. Als die schoonzus niet de moeite had gedaan om al die werken te showen, weet je wel. Dat vond ik interessant in ieder geval. Vooral ook met dingen zoals Einstein en Newton.
dat soort mensen. Die zijn ook wel gewoon heel toevallig in zo'n wereldje als de natuurkunde en de wiskunde gerold. Wat nou als er nooit gebeurd zou? Hoeveel Einsteins en Newtons zijn er eigenlijk geboren, maar zijn opgegroeid op, als slaaf op een katoenplukkerij in Amerika, weet je wel? Dat is een interessante vraag. Het antwoord is 5. Het is berekend door de Universiteit van Winchester. Nee, dat is niet waar. Ik heb geen idee of Winchester nou echt bestaat of wat het gewoon goed klinkt in mijn hoofd. En of ze een universiteit hebben. Ik was gewoon benieuwd of hij me geloofde. Ik ben gewoon iedere keer als ik dit soort dingen vertel, gewoon benieuwd hoeveel mensen me geloven. Hangt een beetje af van wat ik vertel. Dit zou nog daadwerkelijk berekend kunnen zijn. Ik zou dit geloven als ik het ergens zou lezen. Ja, de Universiteit van Winchester heeft berekend dat we 5 genieën zoals Einstein en Newton hebben gemist. Omdat ze in slavernij zijn opgegroeid. Omdat ze niet genoeg studiefinanciering hadden in 2017. Thanks Mark Rutte, lul. Waren ze met 1000 euro, precies. Oh, wat hebben we een lol. Wat hebben we een lol. Wat hebben we een trollololol. Ik kwam vandaag 2 uur mijn bed uit. Confession. Hashtag confession. Ik heb tot 7 uur 's morgens in mijn bed Super Mario Odyssey gespeeld. Dit is mijn leven. Welkom. Mag ik er langs? Dank je. Sta ik een beetje dik voor? Nee. Nee. Ik sta wel Rick voor. Voor Rick. Dat ben ik zelf. Maakt niet uit. Stapgelul. We hebben er meer gestaan op mijn lijstje met onderwerpen. Niet zo heel veel meer kan ik je vertellen. Had ik je al verteld waarom een mes een slecht cadeau is? Ja, I know, dat wist ik ook wel. De einduitslag alweer, we zijn er ook al bijna, joh. Nog heel even strijden. Altijd blijven strijden. Heb ik de cup nog een beetje gewonnen? Wauw, wat een mooie beelden. Wat een heldhaftige daal. Oh, pats, neer. Fuck jou, wai. Het is de betonblok cup. Nee, het is de... Oh, 2 sterretjes, netjes. Nieuw voertuig en een nieuw bandenset beschikbaar. 500 munten. Komt er nog een keer een cool voertuig? Of... Peach Parasol? Waarom? Het ziet er wel goed uit. Er missen nog 2 cupjes, zo te zien. Of is hier iets aan de hand? Maar niet uit, we gaan niet door. Wie zullen we nu weer zijn? We kunnen wel gewoon een keer als baby, maar ik vind het toch echt wel fijn om op hetzelfde gewicht... We gaan als Kap Mario natuurlijk. Taniku Mario, prima. Oh, een lelijk ding, de biddy buggy. Op een gegeven moment heb je echt, heel veel kar in deze game. Laten we dat zeer zeker even toegeven. Oké, ik durf het wel 1 keer aan om in de flitsfregat te spelen, maar hij gaat niet zo snel. In principe is deze bike... Deze is wel echt vet. De stadscooter. Deze is gewoon echt chill. Het is echt een chille bike. Deze is wel echt heel snel, met minder wegligging. Ah, ik wil 1 keer de kladderquad gebruiken. Iets van de Inklings, zeker. Heb je nog wat leuke wielen of zo? Een beetje Miel Monteur-style. Mini. Iets met een beetje goede wegligging. Standaard? Ja, dat is echt mijn shit, man. Standaard. Animal Crossing dingetje erop. Ja, hoor. Ah, deze is wel leuk. Ziet er geinig uit. Oké, gaan we door naar de volgende cup. Het is namelijk de Bliksemschicht Cup. Met, ik denk... Ik weet niet of mijn lievelingsmap is uit Mario Kart. Dat is sowieso mijn lievelingsmap uit Mario Kart DS. Ik heb het over. Tick tock, hit the clock. And the party don't stop. Tonight I'm a fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock. And the party don't stop. No, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Tick tock klok. Tick tock klok. Het is eigenlijk een beetje gebaseerd op het level vanuit Super Mario 64. Daar hebben ze weer een DS-level op gebaseerd. En daar hebben ze weer het Wii U/Switch-level op gebaseerd. En een leuk level. Ik vind het gewoon geinig. Lekker, het beweegt zo lekker, weet je wel. Het hele level voelt gewoon als 1 groot uurwerk. Daar moet je altijd even de tijd voor nemen. Dit is het perfecte moment in de video om te vertellen over mijn nieuwe religie, dames en heren. Clock memes. Ik heb dat ik hier nog niet in de video over heb gepraat. Het is een klein wonder. Je hebt een bier. En het is het beste bier in de wereld. Het heet klokbier. Het is... Bier van, ik denk, Brouwerij de Klok. Meestal werkt dat zo met biernamen. Brouwerij die dit bier pats. Je hebt klokbier. Is gewoon een budget. Wat ze noemen een budgetbier. Is gewoon een goedkoop biertje. Nou, heb ik toevallig een paar keer met vrienden laatst thuis gewoon wat bier gedronken. En dat ze zeiden, ja, weet je, we kunnen wel hele dure kratten bier halen. Nee, wat? We halen gewoon voor 12 euro. Halen we gewoon echt een tray van die 50 cent halve liter blikken budgetbier. En de Klok is een van die budgetbieren. En er is een heel forum... Gemaakt voor matige memes rondom klokbier. Wat je dan doet is je pakt gewoon een woord. En dan maak je er een klokbiergrapje van. Bijvoorbeeld.
Ik ga mijn computer overklokken. En dan doe je zo'n foto van een gefotoshopt klokbiertje in je computer. Dat idee. Kesha, tik klok. En dan Kesha met een klokbiertje in de hand. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk flauw. Ik hou ervan. Ik ben een groot liefhebber van de klokmemes. Ik heb er zelf eentje ingediend. Ik had een tijdje geleden dat ik in de XL Gameplay gepraat over die kip zonder kop. Mike de kip. En ik had dus als een kip zonder klok. Ik had de kip zonder hoofd met een klokje ernaast. Dus eigenlijk had hij wel een klok. Grote denkfout. Maar klokmemes zijn een ding. Voor de rest vind ik het gewoon echt leuk. Iedere keer als ik het heb met mensen over bier, zeg ik ja, ik ben laatst begonnen met klokbier. En je zegt, oh, het is wel een oninteressant verhaal. Dan zeg ik ja, maar weet je, het ding met klokbier is, je moet er wel al de tijd voor nemen. Dan kijken ze net zo lang aan totdat ze de hele flauwe woordgrap begrijpen. Oh, klokbier, de tijd nemen. Ja, je moet er echt de tijd voor nemen, want je tikt ze niet zo 1, 2, 3 weg. Tik, klok, wauw, hilarisch, Rick. Please, doe nooit iets met comedy. Ik doe mijn best. Fans en liefhebbers. Zoals het klokje thuis wegtikt, tikt hij nergens. Precies. We kunnen even gaan de eerste plek pakken. Oh, auw. Rechtstreeks in de gevoelens. Shit. Ik kan die gast proberen te pakken met een rood schil, maar er zit nog iemand tussen. Nee. Oh. Dat is geen goed begin. Voor het geval je eraan twijfelde. Oh man. Ik vond mijn vingers zoutig. Oh ja. Ik had laatst al een video verteld dat ik best wel zwetende handjes krijg. Maar mijn vingers smaken momenteel gewoon naar zout van handen zweet. Vers vervaardigd. Met moeite verworven handen zweet. Wil je ook een beetje? Doe dan een duimpje omhoog en stop die duim in je mond. Als hij naar zout smaakt, welkom bij de club. Als hij naar vergif smaakt, dan is het waarschijnlijk te laat. Het is ook gewoon een beetje slecht. Ik lach zo vaak in mijn video. Ik zeg gewoon iets lijps en dan lach ik. En dan krijg je misschien een beetje het ongemakkelijke gevoel van, is dit grappig of zo? Nee. Precies dit. Ik weet niet waarom. Soms slaat er echt nergens op. Dan gebeurt er ook echt niks grappigs. Ik ben gewoon aan het lachen. Ik denk dat mijn lachspieren zo overgebruikt zijn dat ze gewoon op hol slaan. Dat ze gewoon in iedere situatie lachen over, nou, wat grappigs is. Jij wel eens van die gasten zeggen, hey, is dit om te lachen, vriend? Ik zo, ja, voor mij wel. Sure. Kun je doen. Een lange baan dit trouwens. Lange baan en baas B, precies. Baans B. Zo, we glijden overal even lekker naar binnen en langs. Hartstikke mooi. Dit voelt wel een beetje als het underground level. De tududududu. Waar ik het net over had, ja. Ik heb geen idee hoe goed jullie geheugen is na wat ik eerder in een video heb gezegd. Ik bedoel, mijn geheugen is dan niet op en top, wat ik allemaal wel en niet besproken heb. Maar ik heb vaak callbacks naar dingen die eerder in een XCL gameplay gebeuren. Gewoon 2 uur geleden. In de wereld van comedy heb ik altijd geleerd, als je een grap wil maken, gebaseerd op een grap die je eerder hebt gemaakt, maximale tijd die ertussen mag zitten, 10 minuten. En geen pauze. Het werkt het beste met een grap. Maar dat is meer als het echt de hele clue van de grap is. Ha, dat heb ik net ook verteld, weet je wel. Dat je, het is een beetje net zoals die grap dat je kent van volgens mij was dat zo'n iets van waarom kan Anja niet schommelen? Ze heeft geen armen. En dan vertel je een paar andere willekeurige kutgrappen. En dan opeens, klop, wie is daar? Niet Anja, want ze heeft geen armen. Dat soort dingen werken goed als er dus maximaal 10 minuten tussen zit. Zou ik bij de XXL gameplay een keer moeten doen. Helemaal aan het begin, hele flauwe grap. Aan het einde van een 5 uur durende video, een callback naar dezelfde matige grap. Niemand die het ziet aankomen. Als ik terug kon in de tijd, had ik eerst een video op mijn kanaal. Een grap gemaakt, om er dan vervolgens bij de 10.000ste video een keer op terug te kunnen komen. Nou, ik zal hem nu alvast even opzetten, jongens. Klop, wie is daar? Nazi Duitsland, hebben ze Joden? Nee. Die grap ken ik ook. Ik weet niet of hij al bestond of wat ik hem heb verzonnen. Toen ik met mijn klas naar Duitsland ging. Klop, wie is daar? Gestapo, hebben ze Joden? Ja, zo gaat dat wel, hè. Oorlog, man. Moet je ermee.
Klopt. Oh, deze. Waarom stak de kip de weg over? Niet, want het was een mannetjeskip en hij is in een versnipperaar beland. Hey yo! Wauw, wat een goede mop. De wereld trilt. De vulkanen barsten uit, want de wereld mag niet bestaan op deze manier. Ze hebben trouwens in heel veel maps reclameborden toegevoegd. Ik viel me al een tijdje op, maar ik wou nu gewoon echt pas wat erover zeggen. Why? Het voegt echt niks toe. Het is gewoon, reclamebord. Why? Waarom doe je dat? Ik vraag het me gewoon heel erg af. Ik maak me zorgen om je... reclameborden. Gewoon sluikreclame dit. Zelfs in de Mushroom Kingdom. Verschrikkelijk. Ik heb ook geen idee. Ik snap nog steeds niet waarom Mario nou eigenlijk met Bowser samen aan het karten is. Ene moment nakt hij de prinses en forceert hij haar het huwelijksbootje in. Andere moment zijn ze samen aan het racen in karts met bananenschillen. Dat is een rare wereld om in te leven, denk ik. Dat voornamelijk. Het is een hele rare wereld om in te leven. Glij je lekker door. Kunnen daar lekker overheen. Hatsaflats. Dat is het eerste rondje voor u. Dank u wel, dank u wel. Even kijken. Heb ik nog iets cools? Oh. Waar ik altijd heel erg fan van ben, is Planet Earth. Planet Earth. Als je een keer niks te doen hebt en je wil gewoon echt compleet chill naar iets kijken waar je echt niet bij hoeft na te denken. Gewoon brein op nul, maar toch vermaakt worden. Mijn video's. Haha, Planet Earth. Planet Earth is echt zo vet. Iedere keer als ik Planet Earth krijg, krijg ik zo'n gigantisch toegenomen respect slash awesomeheidsgevoel van de natuur. Het is gewoon iedere keer afleveringen van een uur waar ze gewoon laten zien dat de natuur fucking vet is. En vooral evolutie. En mijn favoriete dingen daar is een bekerplant. Dat is een soort beker. Dat is een plant en een beker. Ja, dat is een plant. Dat is een bakje. Insecten ruiken een soort zoetstofje. Dat maakt die plant. En dan gaan ze erin. En dan raken ze in de beker. Het is een soort valstrik. De plant op zich is een soort valstrik. Dat... De plant is heel stijl. Een soort beker. En de hele binnenkant is ingesmeerd met glad spul. En er zit zoet spul in waar beesten op afkomen. Die beesten komen op het zoete spul af. En die beker, ze glijden opeens naar binnen. En aan de onderkant zit dan een soort dikke pap. Waar ze niet uit kunnen komen. En daarin lossen ze gewoon langzaam op en gaan ze dood. Dus die beker lokt ze. Ha, je zit vast in de val. En dan word je gewoon meteen opgegeten. Dat soort dingen. En hoe die dan ontstaan door evolutie. We hebben zoveel vette beelden van dieren van dichtbij. Dat is vooral het ding met Planet Earth. Heel veel dieren van reten dichtbij. Die je denkt, wauw. Hoe doen ze dat met die camera? Hoe kun je... Dat is een van mijn favorieten. Die kun je gewoon vinden. Als je nu op Google YouTube intikt. Je vindt een kleine preview. Tik in. Planet Earth Snake Chase. Dus in seizoen 2 is er een bepaald reptieltje een of andere hagedis. En die wordt achtervolgd door echt 30 slangen in een woestijn. Echt in een gigantisch open vlakte zie je echt al die slangen zo. Dan ziet dat gastje wegrennen voor zijn leven. En iedere keer die camera zit recht op zijn neus over die hele afstand. Je denkt, hoe film je dit? Nou, vaak hebben ze aan het einde van de aflevering nog een behind the scenes. Maar wat ik geinig vond om te lezen, ik dacht ook, ja logisch. De beelden in die serie zijn grotendeels allemaal echt. Er zijn echt beelden die zijn zo perfect dat ik echt denk van... Dit moet een simulatie zijn. Ik wil niet die flauwe gast zijn, maar dit is een simulatie, toch? Het is met de computer gemaakt, toch? Toch? Nou, wat in ieder geval wel met de computer is gemaakt, is zo'n beetje... Alle geluiden. Bijna alle geluiden die je hoort als je Planet Earth kijkt, zijn niet de echte geluiden. En ik dacht, ja, soms wel logisch. Die geluidjes zijn ook echt wel vaak... Er zijn eigenlijk twee redenen om. Eén, vaak filmen ze van heel ver af, maar gewoon met een lens die gewoon zo scherp is dat je gewoon echt heel goed scherp in kan zoomen. Dieren doen heel anders als je een camera rechtstreeks in hun gezicht duwt. Dus je moet ze toch, ja, proberen vaak van een afstand te filmen. Maar wat is eigenlijk nog belangrijk, het ding is vooral dat vanaf een afstand filmen is geen probleem. Je kan makkelijk gewoon een paar 10 tot 100 meter afstand een dier filmen. Het probleem is alleen dat je kan inzoomen met beeld, maar geluid kun je niet zo lekker inzoomen. Dus als je op een lange afstand filmt, heb je wel beest op beeld, maar je hebt het bijbehorende geluid niet. Dus bijna alle geluiden zijn net. Voor de rest filmen ze heel veel dingen, met bijvoorbeeld met drones. Nou, weet je hoe het geluid klinkt van een drone? Drrrr, daar kun je niks mee. Die drone maakt tam te veel lawaai. Dus de rest van het geluid dat je hebt van dat dier is eigenlijk meteen, ja, redelijk nutteloos. Dus daarom... Alle geluiden in Planet Earth nep, maar laat je dat zeer zeker niet afleiden van de prachtige beelden die je ziet van de dieren. Verder ben ik benieuwd in welke hoeveelheid mensen dingen kijken als ik ze aanraad. Aan de ene kant vind ik het leuk, zoals die opruimvideo van afgelopen week, dat ik zei, hey, kijkers, ga je kamer opruimen? En dan zien dat heel veel kijkers het doen. Stiekem is het gewoon vast een of ander psychologisch spel, dat je het gevoel hebt alsof je een zombie slaaf bent. Ik zeg, hey, doe dit ook daadwerkelijk. Het is gewoon deels gewoon van mij om te fucken om te kijken hoeveel het werkt. Maar soms heb ik ook gewoon een review. Als ik heb
de Frikandellenfly. Dat ik heel veel foto's krijg van kijkers die hem ook halen, weet je. Dat vind ik gewoon leuk om te zien. Dat soort dingen. Het is gewoon lachen. Waar ik heen niet mee. Maar ik ben benieuwd hoeveel mensen daadwerkelijk series gaan kijken en dit soort dingen die ik aanraad. En dan vooral extra benieuwd naar hoeveel mensen minder video's van mij kijken. Omdat ik zei, hey, ik, Rick, raad dit aan. Dat je dan kijkt, dat je denkt, ja, dat is eigenlijk veel leuker. Ja. In hoeverre leidt dit tot een afname van kijkcijfers? Nou ja, als je deze video al 2,5 uur gekeken hebt of zo, dan ga ik ervan uit dat je dusdanig wel hardcore bent, dat je het beide wel doet en dat je toch te veel tijd hebt. Als ik je echt vanaf mijn hart dingen aanraad en alsnog weiger je ze om gewoon mijn troep te kijken, ben ik wel op een bepaald niveau vereerd. Hey, nieuw voertuig. Wie had dat verwacht? It's me. Nummer 2 cuppies. Ik moet zeggen, ik geniet van deze game. Het is echt een vette game. Misschien is het ook wel gewoon even het moment de tijd om een shout-out te geven aan de persoon van wie ik deze game heb gehad. Maar heb ik dat in het eerste deel helemaal niet gedaan. Dat is toch wel heel erg op zijn plek. Dus, dikke shout-out naar Jay. Geen even nu nog kijkt. Best begrijpelijk als je maar lang al bent gepeerd. Maar Jay is de gast van wie ik mijn Switch kreeg. Die gast die zei, hey Rick, als ik zoveel geld doneer, koop je dan een Switch? Zei ik, is goed. Maar hij is tegelijkertijd ook de gast die een Mario Kart gaf. Hij zei, hey, dit ding is vet. Oh, het is gewoon een lege print op de stadscooter. Hij zei, hey Rick, als ik jou 60 euro geef, zoveel kost deze game, ga je dan Mario Kart 8 spelen? Want ik had zoiets van, ja, ik heb de game al voor de Wii U. Ik vind de game best leuk, maar ik vind 60 euro gewoon echt extreem veel geld om een game te kopen die ik al heb. Ben ik gewoon te skeer voor. Dus hij zei, ja, als ik betaal, koop je dan de game? Ik zo, yeah, sure, boy. Dus door hem ben ik eigenlijk deze hele XL gameplay gaan spelen. Dus jullie kunnen hem dankbaar zijn als je deze XL gameplay leuk vindt. Als je dit kut vindt, moet je hem ondankbaar zijn. Ondertussen heb ik gewoon al 6 games van de Switch, hè. Ik, toen ik de Switch had, dacht ik echt, ja, dit wordt Mario Odyssey. That's it, weet je wel. Misschien kan ik nog bij Nintendo wat games beatsen, maar 2 games, misschien, that's it. Ondertussen heb ik al 6 games voor de Switch. Je hebt waarschijnlijk geen idee welke. Eén daarvan zal je binnenkort terugzien in de XL gameplay. Het komt voornamelijk, het grootste deel heb ik gisteren gekregen. Ik werd namelijk bericht door Ubisoft. Ik heb al redelijk wat contact met Ubisoft. Als in dat als ze een nieuwe game hebben, krijg ik hem gratis van ze. Daar ben ik redelijk open over. Dus ze verdienen voor de rest geen geld. Tenminste, ze betalen mij niet. Ik word niet betaald om de games te spelen. Mijn mening is 100% vrij uit. Ik mag gewoon de game helemaal de tering inschelden. Ik heb wel eens op mijn kanaal betaald games gespeeld. En is de regel ook vaak wel. Je mag kritisch zijn. Zolang je maar niet gaat bashen. Dus ik mag gewoon alsnog eerlijk zijn over een game. Zolang je maar niet alleen maar negatief bent over de game. Het idee moet vaak wel zijn, als je betaald wordt om een game te spelen, dat mensen achteraf denken, deze game wil ik spelen. Nou, in principe door Ubisoft krijg ik gewoon gratis codes. Dus ik heb het is misschien een paar eurocent voor ze qua moeite om het op te zetten. En ze zijn me niks verschuldigd. Ik kan gewoon zeggen dat die game letterlijk AIDS is. En dat is het dan. Dus dat is fijn. Dat er niks aan vast zit. Aan de andere kant, als ze me een dikke zak geld hadden gegeven, was wel bonus geweest. Dus welke games heb ik momenteel allemaal? Ik heb Mario Odyssey, Mario Kart. Je hebt de Mario vs. Rabbids, die heb ik zelf gekocht. Net zoals Mario Odyssey. En toen kreeg ik gisteren een berichtje van Ubisoft met, hey gast, je hebt toch een Switch? We hebben echt heel veel Switch games als je interesse hebt. Dus ik heb een hele lijst door. Ik denk, nou, ik kies wel gewoon daadwerkelijk de games uit die ik ga spelen. Had ook Just Dance erop staan. Alhoewel, het is wel ideaal voor een XL gameplay. Moet ik een microfoon fixen die je op kan plakken. Even een XL gameplaytje Just Dance met Rick. Dat is echt de meest ongemakkelijke meuk ooit. Dus ik heb nu Rayman Legends, die ik ook al voor PC had. Maar ja, ik wil mijn Switch toch echt wel stiekem gaan gebruiken in de trein en zo, waar die een beetje voor bedoeld is. Het hele idee van de Switch. Ik was eerst heel erg hater van de Switch. Ik heb mijn mening een beetje veranderd. 2 dingen zijn heel fijn aan de Switch. 1, dat je hem zo makkelijk kan wisselen tussen gewoon meenemen en thuis spelen. 2 dingen wat ik heel fijn vind is hoe handig die controllertjes zitten. Dat ze aan het beeld vast zitten, ze kunnen er vanaf. Maar vooral ook dat deze 2 controllers die ik hier heb, kun je in Mario Kart ook gewoon gebruiken als 2 controllers. Je kan gewoon met 2 personen met deze 2 controllers racen. Dan draaien ze allebei. Worden ze wat kleiner en de controls worden misschien wat onhandiger. Maar je hebt, voor heel veel games kun je gewoon met 1 setje controllers, kun je gewoon al met 2 mensen spelen. Koop je voor 40 euro nog zo'n setje, kun je met 4 mensen spelen. Dat is gewoon echt heel chill. Ik heb Rayman Legends. Ik weet niet of ik die ooit ga spelen op YouTube. Ik heb ooit al een serie geprobeerd te doen voor YouTube. Gewoon de PC-versie. Daar ben ik op een gegeven moment een beetje mee afgehaven. Dat liep nogal vast. En ik weet niet meer precies wat er aan de hand was. Maar dat was iets onhandigs. Eigenlijk wil ik die serie weer oppakken. Want Rayman Legends is echt een hele leuke 2D-platform. In principe een stuk leuker dan de nieuwe Super Mario Bros. In ieder geval een stuk origineler. Die heb ik in ieder geval. Ik heb dan
Monopoly Plus. Dat is precies hetzelfde als de XL Gameplay een paar weken geleden. Die hele fancy Monopoly, die is van Ubisoft. En Ubisoft heeft nog een bordspel. Nou, geen bordspel eigenlijk, maar een fysiek spel dat je in een winkel koopt. Wat je op de Switch kan spelen. Namelijk, komt-ie, Uno. Dat, eigenlijk is Uno gewoon pesten, maar dan een klein beetje verder uitgewerkt. Belachelijk dat dat zo'n wereldwijd goed verkopend spel is. Laat me weer zien dat je kan heel makkelijk een idee stelen en er gewoon heel veel geld mee verdienen. Misschien bestond Uno al langer dan pesten, dan heb ik echt niks gezegd. Maar ik heb het gevoel alsof pestkaarten langer bestaan dan Uno. Mijn oom had afgelopen week een eigen spel verzonnen, was wel lachen. Alleen met de familie een kaartspel. Het werkt als volgt, dat je moet een pakje kaarten opverdelen tussen... We hadden twee pakjes kaarten, er waren best wel mensen. Moet je opverdelen tussen een groep mensen en je moet het zo doen. Tussen al die kaarten moet één joker zitten. Ja? En we deden dan telkens zo dat iemand, de persoon links van je en de persoon rechts van je hebben allebei een handvol kaarten. Iedereen heeft bijvoorbeeld aan het begin van de game 14 kaarten. Wat je moet doen is zodra je een setje dubbel hebt, moet je hem opleggen. Je hebt gewoon een grote stapel in het midden. Hoef je niet te letten, ze mogen gewoon weg. Dus stel je hebt een koning, harten en een koning ruiten. Twee koningen, opleggen. Niet, je hebt twee ruiten, opleggen. Maar alleen als je twee van hetzelfde dingen. Twee, drie, whatever. Dan moet je ze opleggen. En er zit dus één joker in het spel. En iedere keer wat je moet doen, is je moet van de persoon links van je één kaart pakken. Blind. Gewoon houdt zo zijn kaart ervoor. Dat je alleen de achterkant ziet. En dan pak je één kaart van hem. De persoon rechts van jou pakt weer één kaart van jou. En zo krijg je dus telkens nieuwe kaarten. En krijg je af en toe een setje. Nou is de game af, of als je al je kaarten kwijt bent. Dus je hebt gewoon geen kaarten meer, omdat je alle setjes hebt. Gewoon iedere keer als je een setje legt, heb je twee kaarten minder. Want je blijft iedere keer plus één kaart, min één kaart. Plus één kaart, min één kaart. Dus iedere keer als je een setje legt, raak je er twee kwijt. Wordt natuurlijk alweer een kleinere kans dat je weer een setje maakt. Maar als je op een gegeven moment geen kaarten meer hebt in je handen, dan win je. Dus geen winnaar, er is eigenlijk in het spel één verliezer. Namelijk de persoon die op een gegeven moment als enige kaart een joker over heeft. Als je eindigt met een joker, je moet ook opleggen als je dingen dubbel hebt. Als je op een gegeven moment alleen maar een joker hebt, dan ben je af. Dan heb je verloren. En wat wij dan hadden gedaan, dan moet je pindakaas op je gezicht speren. Revolutionaire shit in ieder geval. Dan gaan we daar een bordspel van maken. Het heet pindakaas op je gezicht. Met een heel eigen kaartspel. Wauw. Met allemaal mensen die pindakaas op je neus, pindakaas op je pik. Een heel pakje kaarten met verschillende pindakaas posities. Het is gewoon een pakje kaarten gebruiken, joh. Hey. Fucking Uno. Nou, ik zit net helemaal te haat op. Ah, fuck Uno. En ja, aan de andere kant, ja. Ik ga wel de game spelen op YouTube. Ik promote het ook gewoon. Ik ben deel van het probleem. Zoals altijd ben ik deel van het probleem. Ben het van mezelf gewend. Dus ja, ik heb nu al 5 games op de Switch. Nou wil ik ook echt, als er één game is die ik echt graag wil op de Switch. Ik was er heel erg op aan het haten. Skyrim. Ik ben recent weer echt begonnen met hardcore Skyrim spelen. Voornamelijk vaak in livestreams. Ik probeer het niet te vaak te doen voor mensen die het fucking kut vinden. Het is niet te erg te irriteren. Geldt voor iedere game. Ik probeer nooit iedere dag dezelfde game te spelen. Want ja, voor sommige mensen is het gewoon kut. Want ik zou die game maar net heel erg balen vinden. Ja. Dan is de stream ook niet zo aantrekkelijk. En ik wil graag aantrekkelijk voor je zijn. Dus ja. Waar ging het heen met dit verhaal? Oh ja, Skyrim. Skyrim is dus ook uitgekomen op de Switch. En aan de ene kant denk ik dat het niet lekker werkt op de Switch. Want er zijn gewoon veel te veel knopjes op de computer. Maar aan de andere kant ben ik gewoon hartstikke benieuwd. Dus ja, het ding is vooral, weet je wat je betaalt voor Skyrim op de Switch? €60. Weet je wat ik heb betaald voor Skyrim op de PC? €2,50. In de Steam sale. €2,50. Skyrim op de PlayStation 4 kost momenteel €15. €20 als je hem goed scoort. En dat is €20, die hou je er zeer zeker uit. Maar ik vind het gewoon zo lame dat zo'n game die al jaren oud is op PC voor €2,50 te spelen is. Hoeveel kost het op de Switch? Dat is dan €60 alstublieft. Dan hebben we de game op de Switch gepoort. Als het gewoon grotendeels poorten is en niet de hele game opnieuw maken, dan vind ik het echt niet dat ze er €60 voor zouden moeten vragen. Maar ja. Dus ik had gevraagd aan Bethesda, met wie ik ook altijd wel de bedrijven die met Serpent Gameplay momenteel samenwerken. En met samenwerken bedoel ik mij gratis games spelen geven. In principe is het zonde, want ja, er zat YouTubers die spelen ook gewoon games niet. Omdat ze er geen geld voor krijgen. Dit gebeurt. Gewoon, ik ga niet die nieuwe Ubisoft game spelen, want ik wil geen gratis reclame voor ze maken. Ik wil gewoon een zak geld. Dus speel ik bewust die game niet. Er zijn echt YouTubers die games zouden willen spelen, maar de onderhandeling is niet helemaal gelukt. Dus doen ze het niet. En dat boeit me nog een ene flikker. Ik zou oorspronkelijk op mijn kanaal betaald krijgen om Fallout 4 te spelen. Gewoon door Bethesda hadden we een dealtje dat ik zou dan... Dat zou echt veel geld zijn voor mij. Want ik denk... Voor mij was het een deal die op tafel lag. €2,000. En dan zou ik, weet ik veel, gewoon de hele game uitspelen ofzo. Voor Fallout 4. Het probleem is alleen,
Mijn onderhandelingspositie was ballen. En dat wist ik zelf ook al. Ik denk, nou, het boeit me ook niet. YouTube is voor mij te weinig zakelijk om dit te doen. Het ding is, ik was fucking hyped voor Fallout 4. Ik ademde en bloedde Fallout 4. En het probleem is, als de maker dat weet, dan is iets van, ja gast, waarom gaan we je €2000 geven om dit spel te spelen? Je gaat hem toch wel spelen. Ja, precies. Logisch. Heel stream wat ze dan niet gedaan hebben. Maar ja, de enige partijen met wie ik momenteel nog samenwerk zijn eigenlijk Bethesda en Ubisoft. Tenminste, als er een nieuwe game uitkomt en ik wil hem, zeg ik gewoon, ik wil die game. Zeggen ze, hier is gratis sleutel. En dat is fijn, dan kan ik toch nieuwe, recente games op mijn kanaal spelen. Zonder dat het heel veel geld kost. Dus gewoon balen als ik €60 uitgeef aan een game. En dan vervolgens één, precies dit, €60 voor Mario Kart 8. En misschien wordt dit de enige video, misschien ga ik nog meer video's maken. Dus gewoon balen om heel veel geld te gooien naar een game en dan één video van te maken. Zodat ik ze dan gratis kan krijgen als reviewkopie. Vind ik dat wel helemaal dikke vette prima, joh. Dan ben ik al helemaal tevreden. Kan niet klagen. Gratis games. Nou, Ubisoft en Bethesda in ieder geval zijn de bedrijven waar dat momenteel mee gebeurt. Misschien als weer een goede hoeveelheid aarzelik Nintendo ook alweer. Dat zou fijn zijn. Vooral als ze binnenkort een nieuwe Mario Party maken. En een, misschien wat oude games gaan re-releasen voor de Switch. Wat ze moeten doen. Ik zal even een hartig woordje spreken met Nintendo. Voor de rest, deze map heb ik nog niet gespeeld. 100%. Deze map heb ik nog niet gespeeld. En ik vind het leuk dat ze dus hier de muntjes hebben veranderd naar de, ja, wat zijn het? Emeralds of zo. Hoe heet de munteenheid in The Legend of Zelda? Gekleurde smaragden, I don't know man. Ik ben echt te weinig emotioneel geïnvesteerd in The Legend of Zelda. Ik ben heel vaak, Rick, speel deze Legend of Zelda game. Speel Breath of the Wild voor de Switch. Het ding is, ik heb een beetje het gevoel, precies zo met Assassin's Creed. Als ik die game wil spelen, voor mijn gevoel moet ik gewoon instappen bij het begin. Moet ik gewoon de allereerste game spelen. Dat overleven. En dan verdien ik het alleen recht om verder te gaan. Ik heb gewoon het gevoel alsof ik een deel verhaallijn mis. En een stuk basics. Maar aan de andere kant. Ik heb ook niet echt heel veel zin om die oude games te spelen. Want ze zijn zo oud. En bijvoorbeeld Ocarina of Time. Ik heb hem hier gewoon liggen. Maar die game is gewoon moeilijk. Ik heb een XL gameplay gedaan. Van Ocarina of Time op Banjo Town. Ik was gewoon een uur lang aan het kutten in het eerste dorpje. Maar ik heb die game nooit gespeeld. Ik snap er geen flikker van. Ja. Dus ja, ik wil eigenlijk niet de nieuwe game spelen, want ik wil eerst de oude game spelen. Ik wil de oude games niet spelen, want ze zijn wel leuk, maar ik snap er de ballen van. Ja, dan loop je dat punt weer een beetje vast. Zo dichtbij die gast, ik wil hem pakken. Hey, hier komen jij. Wat een lul. Oh, grote plan. Oh, raak hem kwijt. Oei. Nou maak je me boos hoor. Ik heb emoties en ze beginnen te tonen. Tranen biggelen over mijn gezicht. Waar gaan we het nog meer over hebben vandaag? Koetjes en kalfjes maken condooms van hun maag. Misschien wel dat darmen van schapen. Waar de gebruikers de eerste condooms. Ik heb geen idee of ze goed werken. Maar ik heb geen idee hoe goed menselijke darmen werken. Dit is niet mijn vakgebied, vriend. Dat kan ik je wel vertellen. Ik heb wel een idee over of dit mijn vakgebied is. Het antwoord is nee. Shit. Op een of andere motherfucker langs me gerace ieder moment. We zijn bijna bij de finish, Rick. Kom op. You got this. You sexy motherfucker. Nee. Nee. Weg. Echt iemand praktisch in me. Maar nog niet helemaal. Pats over de finish heen. Lekker dan. Nice. Waar ging ik helemaal in dit verhaal? Ik heb nog een heel flauw verhaal. Oordruppels. Druppels? Voor in je oor. De toekomst is hier, dames en heren. Oordruppeltjes. Ik had iets gelezen over een zuster die een redelijk lange tijd oordruppels druppelde in de bibs van mensen. Hoe verpers je dit? Goeie vraag. Nou, de dokter had dus twee soorten oordruppels. Hij had oordruppels voor het rechteroor en het linkeroor. Hij besloot dus, waarom krijg ik nu endcredits? Er is nog een cup, toch? Of was dit de laatste cup? Is het af? Is het af? Waarom krijg ik nu opeens credits? Dit is raar. Dit voelt niet goed, man. Wel een lekker muziekje trouwens. Mag gezegd worden. Hey Uno. Hey, daar. Monopoly. Woo. Dit zijn mijn games nu.
De enige die ik op een vast disc heb is Mario plus Rabbids. Die had ik ook gratis kunnen krijgen van Ubisoft. Heb hem al gekocht voor 40 euro. Ik zat te denken, als ik nou gewoon even heel gauw iets anders opstart, dan hoef ik deze hele afzien niet te zien. Maar... is er een mogelijkheid om het te skippen, jongens? Ik waardeer Nintendo en hun werk in deze game, hoor. Maar er is nog een cup. Ik had het heel leuk gevonden zo aan het einde van de aflevering. Maar we zijn er nog niet. Check Billy's prachtige poppetje. Is dat mooi? Is dat mooi? Ik wou het voor de rest nog even hebben. Er staat nog ergens op mijn onderwerpenlijstje over Brad Pitt. Brad Pitt, ten eerste, wat een knappe man. Laten we daar beginnen. Laten we beginnen bij deel waar iedereen het over eens is. Brad Pitt is een zegen voor de mensheid in ieder geval. En voor mij persoonlijk. Brad Pitt was een redelijk fan van Jackass. En hij had dus samen met Jackass, heeft hij ooit meegedaan aan een stunt. Ik had trouwens hier de XO gameplay moeten beginnen. Dat was echt veel cooler geweest. Maar... Brad Pitt heeft ooit meegedaan met de stunt van Jackass. En die stunt is echt fantastisch. Ik heb ze allemaal? Wacht even. Wie speel ik? Voor mij is er nog een cup, toch? Voor mij is Wario zwaar gewicht en Waluigi dan medium gewicht. Dat is ook wel logisch, dus ik ga nu een lichaam bouwen. Ik speel de laatste cup als Bowser Jr. Dat is redelijk. Deze hele setup, we zijn licht. Dat zou best kunnen. En we moeten deze cup nog doen. Er is nog één cup te behalen. Nice. Netjes, the show must go on. Jackass had een geniale prank gedaan met Brad Pitt. Alhoewel, ik vond het geniaal. Maar aan de andere kant, eigenlijk wordt het ook gewoon weer een beetje... Ik kan beter gaan vertellen wat hij heeft gedaan. Dat kunnen we zelf beoordelen. Wat ze hadden gedaan is... ze hadden een kidnapping in scène gezet van Brad Pitt. Dus er waren gewoon een aantal mensen die stonden in de rij voor de bioscoop. Dit staat op YouTube trouwens. Een hele matige frame per second. Maar je kan het kijken op YouTube. Brad Pitt, Jackass vind je waarschijnlijk wel. Het idee is dat Brad Pitt zit in de rij. En iemand zegt, hey, je bent Brad Pitt. Mag ik met je op de foto? Gewoon even dat de mensen die Brad Pitt niet herkennen meteen zien. Oh shit, het is Brad Pitt. It's him, guys. Dus, iemand zegt, hey, Brad Pitt, mag ik met je op de foto? Maar natuurlijk, op dat moment rolt er een busje langs. Met daarin de leden van Jackass. Allemaal met bivakmuts op. Die zeggen, pak hem. Dus echt vier gasten pakken in één keer Brad Pitt beet. Brad Pitt begint alle kanten op te sparten en te schreeuwen, help. Ze flikken hem in het busje, gaat dicht, rijdt weg. En je ziet al die mensen in de rij kijken van, what the fuck is er zojuist gebeurd? En iemand zegt ook, wat is er gebeurd? Iemand zegt, ja, somebody kidnapped Brad Pitt. Prachtig mooi, er was een man die probeerde ook echt nog Brad Pitt te redden door te slaan en te schoppen. En in principe zijn dit soort dingen niet netjes. Het is altijd een beetje het ding van... Mijn criterium voor pranks is altijd... Als de mensen op wie de prank achteraf uitgehaald wordt... Kunnen ze erom lachen. Zo ja, is het een goede prank. Ik denk dat in dit geval kunnen mensen er zeer zeker wel om lachen. Want Brad Pitt was er ook. Je hebt Brad Pitt mogen zien. maar ja, dit soort dingen zijn ook wel gevaarlijk. Dit soort pranks. Je kan zeker voorspellen dat dit soort dingen vast wel een keer worden nagedaan... Op YouTube door een stuk tv. Het probleem is vooral dat ook hulpdiensten worden vaak gebeld met dit soort dingen. Er wordt gauw politie gebeld en die komen ook weer van Jan Lul daarheen. Dat is dan weer een beetje jammer. Of je moet mensen echt instant kunnen kalmeren en zeggen, nee, was een grap, we hebben Brad Pitt helemaal niet gevoerd. Maar het is wel weer een heel leuk voorbeeld van wat je noemt de bystander effect. Weer iets in de psychologie. Ik heb ondertussen zoveel kleine feitjes en dingen verteld in de psychologie. Dat ik gewoon het gevoel heb alsof ik het eerste jaar niks meer hoef te doen. Alhoewel het eerste jaar is ook heel veel andere vakken zoals kansrekening en dat soort dingen. Ik had me bijna ingeschreven voor psychologie. Ik had afgelopen jaar bijna niet mijn diploma gehaald. Dan had ik het hele jaar moeten doen over één toets. En ja, je betaalt gewoon een bepaald hoeveelheid geld voor universiteit. Je kan gewoon ieder vak volgen. Ik heb bijna gewoon een jaar psychologie erbij gedaan. Want ja, ik moet toch wat doen met mijn tijd. Heb ik dat dan over na te denken. En vooral heel veel oude psychologie shit vind ik gewoon echt heel leuk. Dit is een effect dat jullie allemaal kennen. Het heet de bystander effect. Wat laat ik gewoon zeggen dat ja, de mensen eromheen effect. Wat inhoudt, dat stel je met een hoop mensen... heel veel mensen zullen niet ingrijpen als er iets gebeurt, want er zijn veel mensen. Bijvoorbeeld, iemand valt in één keer, krijgt een hartaanval in een publieke setting en valt op de grond neer. En, oh, mijn hart, oef, auwie. Heel veel mensen staan eromheen en sommige mensen kunnen misschien zelfs reanimeren. Maar die denken, ja, fuck, moet ik erop af? Er zijn heel veel mensen, er is vast iemand anders die kan reanimeren. Die doet het dan wel, weet je. Ik heb nooit een persoon daadwerkelijk gereanimeerd, ik ken het idee... Ik heb ook geen zin om zo meteen de dood op mijn geweten te hebben staan. Yeah. Of ook op het kleine dingen. Dat iemand gewoon valt en iedereen denkt... Oh bro, ik kan die persoon omhoog helpen. Maar iemand anders doet het vast wel. En Brad Pitt is hetzelfde. Iedereen ziet... What the fuck? Brad Pitt wordt gekidnapt. Maar we zijn hier met fucking veel mensen. Ah joh. Iemand anders fixt het wel.
Vooral met filmpjes waar bijvoorbeeld mensen in het water vallen. Er zijn heel veel mensen erbij van, ja... Maar er springt vast wel iemand anders in het water om dit even op te lossen. Toch? Toch? Misschien niet. Dat zou extra onhandig zijn. Maar dat is wat je eigenlijk noemt de bystander effect. Omdat er heel veel mensen bij staan, heb je het goed. Ja, ik hoef het niet te doen, want iemand anders doet het wel voor me. En iedereen denkt dat en dan gebeurt er niks. Dus ja, ik heb me in ieder geval voorgenomen. Als er ooit iemand in het water springt en geremd moet worden, dan ga ik hem wel op af. Maar als je toevallig echt nog een feitje kan herinneren wat ik eeuwen geleden heb verteld. Als iemand in het water springt, moet je heel erg oppassen met hoe je ze redt. Want het gebeurt heel vaak dat iemand die probeert iemand die verdrinkt te redden, zelf verdrinkt. Heeft dus te maken met dat als je eenmaal aan het verdrinken bent, ben je in totale paniek. Het enige wat je wil is je met je hoofd boven water ademhalen. Als je er dan op af komt zwemmen, het enige wat ze doen is ze willen zich gewoon vasthouden aan iets en stoppen met iedere keer kopje onder gaan. Dus wat ze doen is, ze pakken jou gewoon vast, ze douwen jou onder water. Dus pas even op met mensen die verdrinken, je moet ze van achter pakken. Net zoals kangaroes. Wat in mijn keel. Een kangaroe. Nee, een dode kip. Klop, Anja. Je zou deze XL gameplay maar in stukjes kijken. 1 per week, per cup. Dan snap je er geen flikker meer van. Je zou maar mijn video's kijken. Snap je er ook geen flikker van. Ik heb de... mijn video's grap wel echt te vaak gebruikt deze video. Van, oh, weet je wat echt kut is? Mijn video's. Ik bedoel, er is een gezonde zelfspot aanwezig. Ik heb altijd een beetje het gevoel alsof ik te erg het idee werk dat ik mezelf fantastisch vind. En ik probeer dat een beetje te ondermijnen door gewoon heel vaak te zeggen dat ik zuig. Ik denk dan krijg je een soort idee dat je denkt, ja, maar vindt die gast zichzelf nou fantastisch of zuigt hij heel erg? Misschien vindt hij dat hij fantastisch zuigt. Ja, dat is ongeveer de realiteit. Ik vind mezelf niet fantastisch, voor als je het nog even je zwart op wit wilde. Ik ben gewoon een gast die houdt van sukkelige feitjes en Mario Kart. En het feit dat mensen er naar kijken is een dikke vette toegevoegde bonus. Ik ben benieuwd of deze video reclames gaat hebben. Voornamelijk door de grote hoeveelheid vulgaire woorden. Dat is deels gewoon mijn vocabulaire. Ik scheld sowieso wel veel. Wat misschien onhandig is in professionele settings en zo. Geen idee. Hoe ver mensen kijken naar schelden. Hoe ze je daarop beoordelen. Ik persoonlijk betaal niet. Behalve mensen die heel veel met kanker schelden. Maar dat is meer voor dat je gewoon niet serieus neemt. Gewoon mensen die echt iedere zin 3 keer het woord kanker gebruiken. Komen op mij gewoon. Kan ik gewoon niet serieus nemen. Ik denk gewoon, je bent echt een sukkel. Niet dat ik zelf heel erg triggerd ben ofzo. Het komt gewoon heel dom over. Om een of andere reden. Of moet ik zeggen, kankerdom over. Wow, King of Lord, where? Ik zat te denken, zal ik gewoon nu nog een keer iets zeggen? Haha, kanker grappig. Nee, doe het niet. Ik heb al een hele video. Ik kan weer gaan praten over schelden met kanker. Maar daar heb ik echt al eeuwig geleden een video over gemaakt. Moet je niet maar kijken. Hij heet Kanker. Ja, een goede titel, toch? Hij is gedemonetized. Thanks, YouTube. Iedere keer word ik nu weer, twijfel ik weer om gewoon nog een keer het woordje kanker te gebruiken. Omdat dan grappig het segment afsluit. Maar laten we dat niet doen. Nogmaals. Een hele korte samengevatte mening is, ja, je mag van mijn beste mee schelden, ik word er niet boos om. Niemand wordt er zieker of beter van. Alleen ja, sommige mensen vinden het wel irritant dat je zo'n woord gebruikt, dus let er dan gewoon even op, weet je. Moet kunnen, maar aan de andere kant, als mensen het niet chill vinden, waarom verander je het dan niet? Het is eigenlijk gewoon de Zwarte Pieter discussie all over again. Ja, omdat de kleine minderheid het irritant vindt als ik schelden met kanker, mag ik het niet doen, wat is dit? Dat is mij precies hetzelfde. Je houdt gewoon een beetje rekening met een minderheid die daar toevallig wel heel erg last van hebben. Ik heb zeer zeker last van die ziekte in familiekringen en dat soort dingen. Het is gewoon verschrikkelijk. Het is gewoon een kutziekte. Maar wel of niet meer schelden gaat vrij weinig veranderen. Ik scheld er nooit mee. Het enige wanneer ik het gebruik is in grappige context, zoals nu in een video. Dat was dan niet echt grappig. Dat is dan weer jammer. Maar was het wel kankergrappig? Nee, ook niet. Echt totaal niet. Nou, dit is weer zo'n typisch stukje waar ik het eerder over had in een video met, soms weet ik echt niet of een stukje nou verkeerd overkomt. Precies dit. Dat is hoe ik me voel over wat ik het hele verhaal ook zojuist heb verteld. Ga dit stukje goed overkomen? Deze afsnijhoed in ieder geval wel. Had ze flat. Ik leg trouwens een paar keer mijn handen op het bureau, gewoon om ze lekker te laten rusten. Vraag is alleen eventjes of je dat gaat horen in de video. Trillen je op het bureau willen vaak nog best wel even goed doorslaan naar de microfoon. Deze dingen hebben een ingebouwde trillfunctie, dus ik hoop niet dat je er te veel last van hebt. Ouch. Is toch een turbo? Dit level doet me trouwens heel erg denken aan Subway Surfers. Je weet wel, die
matige mobiele game over ja, een beetje treinen moet ontwijken en zo. Ja, weet je waarom? Maar je treinen moet ontwijken. Ja, ja, daarom voornamelijk. Doe me denken aan Subway Surfers, want die moet je ook treinen ontwijken. Wauw. Wauw, Rick, dat verband had echt niemand gewoon echt. Ja, daarom doe ik het toch. Hé, hey, geen moeite. Woe! Zijn er bijna. Zijn er bijna. Oh, ik was echt zo blij met dat rode schild. Ik denk, die houden we vast. Tot de finish. Maar we hebben het gehaald. Bam, 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 bam. Lekker bezig, Bowser Jr. Je wint alle cups, man. Ik moet wel zeggen dat 150cc echt niet heel erg uitdagend is. Sommige games is de game op zich veel makkelijker. Mario Kart Double Dash op 150cc, of Mirror Mode. Dat is gewoon een hel. Hier is gewoon boh. Of ik herinner me gewoon dat het een hel is. Misschien kan ik nog best functioneren op die difficulties, geen idee. De laatste track. Het downloaden van de updategegevens is voltooid. Dank je. Nou, weer een F-Zero baan, een andere. Oh ja, deze baan. Deze baan is redelijk leuk. Dit is namelijk weer zo'n baan waar je geen rondjes gaat, maar gewoon één grote baan. Ik maak er nu één grote slip van trouwens. Ik ben nog steeds aan het slippen. Never quit slipping. Ja, nu wel. Ik had er ook meerdere slips van kunnen maken. Dat ik nu echt, niet derde gestaan, zeg maar. Toch vet. En deze maps zijn vaak heel kort. De maps waar je maar één rondje gaat. Het is niet eens een rondje. Deze hele discussie hebben we al gehad. Klop, klop, hier is daar. Voortaan, als ik iets doe wat ik al gedaan heb, besproken heb in een video, zeg ik gewoon klop, klop, hier is daar. Dan weet je waar het op gaat. Dat is Anja. Ze heeft geen armen. Het is niet Anja, sorry. Ze heeft geen armen. Dan moet je balen als je geen armen hebt. Zo onhandig eigenlijk. Oh, dat was oprecht een per ongeluk. Ik heb dat heel vaak. Dat mensen in de comments zeggen, wauw Rick. Die woordgrap. En dan is het gewoon echt daadwerkelijk niet bewuste woordgrap. Het was gewoon oprecht eventjes nadenken over hoe het leven is zonder handen. En armen. En ik zeg ja, is onhandig. Is inderdaad onhandig. We kunnen een hoop discussies gaan hebben over dit soort onderwerpen. Hoe verschrikkelijk het is om wel geen armen te hebben. Maar het is sowieso onhandig. Trots op mezelf. Fijn dat het deze keer gewoon opviel. Dat is feest. Yes. Slay. Hoe de fuck kan iemand echt recht achter me zitten met een ster? Ik ben eerste. Ik ben de ster. Ik pak even lekker al die bokjes mee momenteel. Ik denk dat dit wel de track is waarvan ik zo'n beetje denk dat ik tot nu toe echt gewoon mijn best heb gedaan op het sturen. Of ja. Ik ga iedere bocht even zo'n slipje pakken. Dol op slipjes. Binnenkort in de webshop. Serpent Gameplay slipjes. Koop ze voor je vriendin. Koop ze voor je oma. En anders sla ik een zwerver in een coma. Wauw. Einduitslag. Kom maar door. Kom maar door, kom maar door. Win ik? Wauw. Wie had dat verwacht? Waarschijnlijk heb ik gewonnen, want ik was iedere race eerste. Dus ik wil geen overhaaste conclusies nemen, maar... Ja. What can I say? 3 sterren! Sick! 600 munten verzameld. Had ik net niet ook 600? I don't know, man. Ik heb echt pokkenveel munten verzameld. Ik krijg weer een aftiteling, zeker. Hey, lieve kijkers. Dank jullie wel voor het kijken van deze XXL gameplay van Mario Kart 8 Deluxe. Hopelijk was ik niet te irritant en hou je nog steeds van me. Je hebt deze video afgekeken, dus ik hou sowieso wel een klein beetje van jou. Doe even een duimpje omhoog voor de moeite die ik in deze video heb gestopt. Dan zie ik jullie volgende week terug met een nieuwe XXL gameplay. Geen idee of het Uno wordt of een andere game of duo. I don't know, man. Misschien een triootje volgende week. I don't know. Ik moet even kijken welke game we volgende week gaan spelen, maar het wordt sowieso weer geniet om. Even kijken naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering van de XXL gameplay. Doei!